Where are we dropping, boys? Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een speciale 1 april special van de XXL Gameplay. Met vandaag Fortnite. Nu snap ik wat je denkt. Het is al jaren een soort kat-en-muisspel. Ik maak hele flauwe grappen op 1 april. Dus als jij ziet op 1 april een XXL gameplay Fortnite, dan denk je sowieso, die gast doet alsof hij Fortnite speelt. De titel, de thumbnail, het begin en dan tak, speelt hij opeens een andere game. En ik weet dat je dat denkt. En weet je, dit is een soort ingewikkeld schaakspel. Ik moet jou, als ik je in de maling wil nemen, 1 stap voor blijven. Dus als jij denkt, hij gaat echt geen Fortnite spelen, en ik wil je verrassen, moet ik wel Fortnite spelen. De grap is dus dat er geen grap is. Je verwacht dat je bedrogen gaat worden, maar je krijgt gewoon de waarheid. Het is een beetje als van die YouTubers die zeggen op 1 april, ik ga stoppen met YouTube. En je denkt van, yes, eindelijk, verwijder dat kanaal. En dat ze het dan niet doen. Nou, vandaag heeft Billy een video gemaakt, ik ga stoppen met YouTube. En ze stopt daadwerkelijk met YouTube. Haha. Het is een nieuw soort 1 april trend. Gewoon daadwerkelijk niet liegen op 1 april. Terwijl iedereen het wel verwacht. Dus vandaag een zeer lange XXL gameplay van Fortnite. Ik weet dat mensen hier heel lang op hebben gewacht. Ik ben redelijk benieuwd naar de game. Ik heb een paar potjes gespeeld om een beetje goed te worden. En een beetje snappen wat ik aan het doen ben. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Want we gaan vandaag helemaal geen Fortnite spelen. Ik heet jullie alle van harte welkom bij een XXL gameplay van... Ja. Dat lachetje. Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Woehoe! Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen hierheen getrapt zijn. Ik merk toch vaak dat... Ik heb toch een soort van bepaalde overtuiging dat soms juist je me niet gelooft. Op punten waar ik bewust wil dat je me niet gelooft. En de punten dat je me net weer soort van wel gelooft. Dan pak ik je gewoon weer. Er zijn vast ook een hoop mensen die al dachten hij gaat sowieso alsnog geen Fortnite doen. Dan was de video sowieso niet 3 uur lang. Goed punt. Voor mij kan je nu ook op YouTube vaak, als je je muis op de video houdt, kun je al een paar stukjes uit de video zien. En denk je, hey... Sinds wanneer zit Super Mario in Fortnite? Wat ook best wel een goede vraag is. In ieder geval, ik ga vandaag heel Super Mario Sunshine spelen in deze XXL gameplay. Voor de rest ga ik praten over een heleboel 1 april grappen die ik gevonden heb die fout zijn gegaan. Sommige die juist heel leuk zijn. En wat ik eigenlijk nog even wil zeggen, je voelt je misschien nu een beetje in de maling genomen. Ik wil gewoon even zeggen, ik ben het allermeest in de maling genomen door mezelf. Want 1... Ik moet nu 4 uur lang Mario Sunshine spelen. Dus hey, waarom heb ik dit verzonnen? En ten tweede, er komt sowieso geen grapje binnenkort een keer een XXL gameplay Fortnite. Alleen als mensen die zien staan, dan denken ze, huh, dat is weer die neppe video. Die ga ik niet kijken. Dus waarschijnlijk kost dit mij een heleboel views op de daadwerkelijke XXL gameplay van Fortnite. Maar ik vond deze flauwe grap te perfect flauw. Het was of dit, of ik wilde een video maken genaamd Mario Kart 9. Aangezien de meest nieuwe natuurlijk Mario Kart 8 is. En in plaats van Mario Kart 9 speelde ik dan Madagascar Racing. Madagascar Karts heet het, geloof ik. Het is zeg maar een race game van Madagascar, als in de animatiefilm. voor de PlayStation 3 is echt een verschrikkelijk kutspel. Maar ja, je kan het soort van zien als Mario Kart 9, als je wil. Dus we kunnen het een beetje gaan hebben over andere grappen die een beetje gebeurd zijn hier en daar. Dat is misschien wel leuk. Ik heb net een beetje gezocht over 1 april grappen die fout gingen. En de meeste 1 april grappen die fout gingen eindigden of in gigantische verwarring. Of in de dood. Om een of andere reden zijn in Amerika redelijk veel gevallen waar mensen iets doen als grap en dan neergeschoten worden. Omdat ze daar zoveel wapens hebben. En ze hebben bepaalde wetten, geloof ik, dat als iemand in je huis is, als er een inbreker is... En je hebt een pistool, dan ben je in sommige staten voor mij in je goed recht om die persoon gewoon dood te schieten. Er zijn echt verhalen van mensen die eieren op een huis gooien en gewoon doodgeschoten worden. Wat ik redelijk extreem vind. Ja, dankjewel voor de tutorial, Flut. Ik heb deze game echt al 10 keer uitgespeeld ofzo. Doe even rustig. In Nederland hebben we juist iets wat heeft te maken met...
gelijke krachten. Het komt erop neer dat als ik met jou op jou af kom rennen met een mes, dan heb jij het recht om ook een mes te trekken en mij terug te steken uit zelfverdediging. Als ik op je afkom met een mes en jij pakt een pistool en je schiet mij neer, dan ben je strafbaar. Want jij, eigenlijk is het een oneerlijk gevecht of zo. Nee, ik word aangevallen. Nee. Je mag alleen ook een mes bij je hebben. Er was een geval van een politieagent. Die had een vrouw met een aardappelschilmes op me af aan het rennen. En toen heeft hij die vrouw neergeschoten. Logisch, want hij wil niet dood. En toen was er een hele zaak van, ja maar, je had alleen die vrouw mogen steken met een ander aardappelmes dat je toevallig bij je hebt. Wetten zijn raar, is toen denk ik een klein beetje de conclusie. Ik had in ieder geval ook een verhaal gelezen van een meisje dat zich verstopt in de kast. En het leek er dan leuk dat de oppas of zo, dat ze die kon laten schrikken. Nou, die oppas die dacht dat er een inbreker was. En die keek in de kast en die heeft gewoon meteen geschoten. Dat zijn echt hele sneu verhalen. Is het toch handig dat we in Nederland... We hebben in principe wel wapens hier. Je kan in principe in Nederland gewoon een vergunning halen, geloof ik. Een wapenvergunning. Dat is denk ik alleen een stukje moeilijker dan in het buitenland. Ik weet mijn oom. Eigenlijk is het niet mijn oom, het is familie van Jaap, mijn stiefvader. Dus eigenlijk telt het niet als oom, maar ik reken hem gewoon als oom. Ik zie hem zo vaak. Hij is een chille gast. Hij heeft een wapenvergunning. Hij heeft een wapen. Ze bestaan. Maar ze zijn redelijk zeldzaam. Ze zijn redelijk zeldzaam in ieder geval. Shine! Voor de rest heb je nog een aantal 1 april grappen die ik had gevonden die fout gingen. Die gewoon fout gingen omdat ze verschrikkelijk zijn. Dat ik denk van, waarom doe je dit? Sommige mensen moeten een beetje begrijpen wat een leuke grap is. Ja, het is flut. Het hele idee van Mario Sunshine is dus eigenlijk dat Mario is op vakantie. Ik moet even op vakantie ouwen. Zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie ouwen. Alleen ze denken dus dat Mario overal graffiti op het eiland heeft geplaatst. Terwijl hij kwam net aan. Hij kwam aan met het vliegtuig en toen was het hele eiland al naar de tering. Maar Mario moet nu de gevangenis in en hij krijgt een taakstraf. Het is net het Nederlandse rechtssysteem. Wat je ook doet, neem maar een taakstraf joh. Je kan zoveel kinderen doodsteken met de aardappelmes als je maar wil. Hier krijg je een goede 40 uur taakstraf hoor. Dat is ongeveer het idee. Je moet eigenlijk het eiland weer schoonmaken. Los het maar op. Al het zonlicht is weg, ja. Veil of darkness. Expert shine geleerde ook echt. Alvast dikke vette sorry als ik de shines in deze game een maan noem. In de eerste Mario zag je dus eigenlijk sterren. In deze game heb je eigenlijk shines, wat eigenlijk gewoon sterren zijn, maar ze heten shines opeens. Ik denk dat je ze in Nederlands nog steeds sterren noemt. Ze zijn ook echt gewoon stervormig, maar dan niet stervormig, maar meer de zon is een stervormig, maar ook weer niet helemaal. Het zijn zonnetjes eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk sterretjes, maantjes, zonnetjes. En wat had je eigenlijk ook alweer in Mario Galaxy? Wat verzamel je dan ook alweer? Geen sterren, toch? Ook net een beetje een andere vorm. Ze doen maar wat in de Mario-wereld. Dat is in ieder geval het idee. Ah, taakstraf. Ah, balen. Al fijn dat we net toevallig een waterpomp hebben gevonden. Komt dat even goed van pas bij onze taakstraf. Maar je hebt dus 1 april grappen die wel grappig zijn en niet. Dingen zoals je veter zit los en dan kijk je. Nou, mijn veter zit helemaal niet los. Dat zijn leuke grappen. Er was ook een vrouw die vond het leuk om naar haar dochter. Die vrouw was lerares geloof ik op een school. Dus hij had naar de dochter gestuurd van ja, er is een school shooter. Ik zit verstopt onder de tafel. Er wordt dus overal geschiet. En toen ging die dochter terugsturen van gaat het wel goed, gaat het wel goed. En dacht ze, ah, laat ik nu gewoon niet antwoorden. Hilarische prank dat mijn dochter denkt dat ik dood ben. Smullen. Nee, dat is niet normaal. Dat je het even weet. Voor het geval je zat te denken aan dat soort pranks. Je kan naar iemand toe lopen en zeggen, hey, ik heb je hond aangereden. En dan echt? Nee, ha, in een pril. Ik vind dat persoonlijk geen leuke grappen, maar misschien heb ik gewoon een hele rare vorm van humor. As we speak. Het is een beetje Robin van Bassie en Adriaan, zeg maar. Nou ja, ons best hoeven niet eens te doen. Ik heb deze game al zo vaak gespeeld. Do you want to hear the explanation again? Ik heb echt jeugdtrauma's van het feit dat ik per ongeluk op yes heb gedrukt. Het is irritant met dit soort games. Ik heb ze al te vaak gespeeld. Ik ken de intro van de game. Ik hou hier geen plezier meer uit. Alleen je kan het gewoon niet skippen. Dus ja, dan moet het maar, hè. Ik heb het nu met Far Cry 5. Ik heb hem dus op PC en op PS4. Wat heel raar is aan Far Cry 5, is je hebt maar 1 save game. Je kan maar 1 save game tegelijk hebben. Zo van, we leven in 2018. Waarom heb ik niet gewoon 30 save games? Zo'n save bestand is echt een paar MB. Dat is echt geen excuus.
Maar één save game. Dus ik heb één save game op de PlayStation, die is voor streams. En eentje op de computer, die is voor opnames. Maar het ding is dus, toen ik op de PlayStation ging spelen, moest ik weer helemaal door het begin heen. Het hele begin van de game is echt 30 minuten aan verhaal en filmpjes die je niet kan overslaan. Zo van, ik snap dat het verhaal van de game heel belangrijk is om een goede sfeer te zetten en zo, maar ik speel de game voor echt de zoveelste keer. Ik heb het begin echt heel vaak opnieuw gedaan. Het is goed zo, weet je wel. Het is helemaal perfecto zo. Voor de mensen die oprecht niet bekend zijn met Mario Sunshine, maar wel met andere games. Dit is eigenlijk de opvolger van Super Mario 64. En in Super Mario 64 had je het gigantische kasteel van Princess Peach. En daar waren schilderijen en iedere schilderij was dan een kleine wereld. Zo doen ze dat eigenlijk al vaker in de Mario games. In Mario Galaxy vlieg je gewoon vanaf een ruimtestation naar alle galaxies. En in Mario Odyssey vlieg je met de Odyssey naar alle rijken toe. In deze game is eigenlijk het idee dat deze gast, gemene blauwe Mario, de echte crimineel, aangezien de boeven, of de politie blijkbaar kleurenblind is ofzo. Die maakt allemaal graffiti door de hele, of gravity. Allemaal graffiti werken door de stad heen. En daar kun je in. Dat opent dan nieuwe werelden. Geen idee waarom eigenlijk. Zo van, je laat me die werelden in, vervolgens red ik die werelden. Kun je niet beter dan gewoon die poorten naar die werelden niet openen. Oh ja, het enige geinige is ook, hij kan niet tegen water. Wie verzint er een schurk die niet tegen water kan? Je hebt ook wel eens van die hele oude alien films. En dan is vaak de clue aan het einde van de film dat de aliens niet tegen water kunnen. Zo van, de aarde is echt voor een heel groot deel water. Voor de rest, feitje van de dag. Oh, ik ben ook eerder hier dan hij zelf. Dat is een beetje raar, gast. Hij hoort hierheen te rennen en dan zet hij zijn eerste kunstwerkje. Hij is net Banksy, joh. Banksy. Banksy is wel een coole gast. Zo, en we gaan de eerste wereld in. Hartstikke mooi. Hoe deze game werkt is er redelijk bijzonder in hoe je de game uit moet spelen. Ik had dus vroeger als kind nooit de game uitgespeeld. Ik had iets van 100 shines verzameld van de 120 in deze game. Ik had bijna alle shines. Het ding is dus, iedere wereld heeft 8 levels. En je moet van iedere wereld level 7 gehaald hebben. En dan kun je door naar de final boss fight. Maar ik had dus in één wereld kon ik level 6 niet halen. En daar had ik gewoon echt heel veel shines. Maar ik kwam gewoon niet verder in de game. Omdat ik dat ene level niet gehaald had. Wat ik heel onhandig vind. Het zorgt er wel voor dat je alle werelden moet spelen. Niet zoals in Super Mario 64. Waar je gewoon de helft van de game kan overslaan als je haast hebt. Ik wil ook sowieso een keer een XL gameplay Super Mario 64 doen. En de vraag is dan ook wel van ja, wil ik alle werelden gaan doen? Doe ik ze dan 100%? Of doe ik gewoon van alle werelden een beetje? Want ja, ik heb de game al in een serie 100% uitgespeeld. Om dan nog een keer helemaal 100% te spelen. Maar dan in één video. Dat klinkt gewoon als heel veel moeite. Nou ben ik in principe groot voorstander van moeite. Maar ik ben ook groot voorstander van gewoon lekker relaxen. Dus 1 april. Kikker in je bil. Ik had een beetje te kijken naar wat is nou de oorsprong van 1 april. En er zijn meerdere verhalen van. Het had te maken met dat we op een gegeven moment gingen veranderen van kalenders. We gingen namelijk wisselen naar een nieuw kalendersysteem op bepaalde plekken. En het ding was dan dat sommige mensen weigerden over te gaan naar het nieuwe systeem. En die mensen werden dan geprankt door allemaal feestjes te geven op data. Maar omdat ze op de verkeerde kalender zaten, klopte er dan geen flikker meer van. Dat soort dingen. Maar het bleek dat het idee was echt al veel ouder. We hebben namelijk in Vlaanderen heet voor velen, noemen 1 april namelijk ook, Verzenderkensdag. Verzenderkensdag. Dan moet je dat wel bevestigen. 5% Belgische kijkers. Mij zijn je met 10% zelfs. Ik heb ongeveer net zoveel Belgische kijkers als vrouwelijke kijkers. Dus in principe 10% vrouwenkijkers, 3% Belgische kijkers. Dus heb ik 1% vrouwelijke Belgische kijkers. Dat is niet veel. Ik kan gewoon naar lesbische bars toe in België zonder herkend te worden. De Verzendekensdag, het was namelijk vroeger echt in de tijden van de middeleeuwen, was het op 1 april al een ding om mensen naar plekken toe te sturen. Het is een beetje zoals de eerste aflevering van SpongeBob. Misschien kennen jullie die nog. Dan gaat SpongeBob solliciteren bij de krokante krab. En ik geloof dat Octo of meneer Krab zegt, ha SpongeBob, ga dit maar halen. Van, oh, wil je hier komen werken? Dan moet je wel een linkshandige spatel hebben. En dit is vast ook misschien wel eens gebeurd bij jou op de middelbare school. We hadden het ook wel eens. Als een jongen heel irritant deed. Dan zei de leraar of jufmeester, whatever, die zei van, hey, kan je eventjes naar de supermarkt en wat voor me halen? En dan zeiden ze, doe een ventiel. Of doe een linkspotige voetbal, weet je wel. Een voetbal voor linksbenigen. Ga die even halen in het winkelcentrum, kom zo terug. En dan gaan ze daarheen. Heb je voetballen voor linksbenigen? Nee, sukkel! In principe is dat dus heel oud en is dat eigenlijk een beetje de origine van 1 april.
Voor de rest heeft het ook te maken met de overname van Den Briel. In Nederland hadden we ooit een keer de 80-jarige oorlog met Spanje, geloof ik. En toen hebben wij Brielles, of zoals het in Nederland heet, Den Briel, hebben wij overgenomen. En daar waren we best wel trots op dat we Den Briel hadden overgenomen. Dus ik geloof op 1 april verliest Den Briel zijn bril. Zoiets was het. En voor mij heeft 1 april Kikkeringbil ook te maken met 1 april Kikkering Den Briel? Geloof ik, hè? Geloof ik. In ieder geval, dat zijn een beetje de origines van 1 april. Momenteel merken wij vooral veel van 1 april met irritante YouTubers en hun bijbehorende kutvideo's. Doe een duimpje omhoog. En niet te vergeten, al die bedrijven die proberen grappig te zijn. Oi, 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 oi. Sommige acties van bedrijven vind ik daadwerkelijk leuk. Sommige vind ik deprimerend en sommige vind ik gewoon slecht. Dus we kunnen ze een beetje gaan categoriseren. Vooral de acties van bedrijven die ik deprimerend vind, dat zijn vooral acties die heel duidelijk nep zijn. Maar niemand verzint dat ofzo. Wat heel veel bedrijven wel doen, is ze gooien de persberichten er een paar dagen van tevoren uit. 29, 30 maart, een beetje dan. Dan is het niet heel duidelijk, het is 1 april. Dus heel veel persberichten gooien ze er dan zo net even uit. Bijvoorbeeld, je hebt er vast een paar meegekregen. De Efteling bijvoorbeeld gaat baby-zitjes in de vogel of de, niet in de, in de, in de Python bouwen. Ze hebben de Python, een van de niet de heftigste achtbaan die ze hebben daar, maar wel een zeer heftige achtbaan. Ze hebben gezegd, ja, we gaan baby-zitjes erin doen. We gaan samenwerken met Maxi Cosi, zodat ook de kleinste Efteling-kindertjes kunnen genieten van deze achtbaan. Het is natuurlijk heel duidelijk nep en het is gewoon een leuke actie. Maar er zijn ook heel veel acties waar ik het jammer vind dat mensen goedgelovig zijn. Dan zie ik het op Facebook staan, weet je wel. Je moet sowieso niet naar Facebook, fout nummer 1. Maar dan zie je al die mensen op Facebook met, wow, we moeten dit echt doen. En ik denk, nee, het is heel duidelijk nep. Denk even na. Voorbeeld. Misschien hebben jullie gezien, McDonald's heeft een nieuwe smaak McFlurry aangekondigd. De McFlurry Flugel. Weet je wel, dat zijn van die hele kleine, Flugels zijn van die hele kleine paarse flesjes. Roze flesjes. Dat is een roze flesje met hele zoete drank erin. Ik had bijna gezegd sterke drank. Dat is niet waar. Ik heb echt een hekel aan Flugel. Het is zeg maar, ik heb er maar eentje liggen zelf. Echt maar punten maken, hè. Maar heb ik hier een Flugeltje staan? Ja, ja, ja. Kijk. Of als je niet bekend bent met Flugel. Het is zeg maar dit. Het is dit. Dit is een heel klein flesje. Het is 20 milliliter. En hoeveel alcohol zit erin? Ik denk 15% uit mijn hoofd. Ik kan het er even niet heel snel op vinden. Hier zo. 10% zelfs. Jezus. Zeg maar, mensen die... Ik denk dat de doelgroep van Flugel zijn ook gewoon dezelfde domme mensen die die actie van McDonald's geloofden. Dus dat is ook wel logisch. Zeg maar, als je Flugel drinkt... Ik ga dan even vanuit je doet om bezopen te worden. Kijk, dit is zeg maar gewoon 1 slok bier, maar dan 10% alcohol. Dus dit is zeg maar de hoeveelheid alcohol die je in 2 slokken bier hebt. Oftewel, je wordt... Als je dronken wil worden van Flugel, moet je echt 50 Flugel wegtikken of zo. Nou is dat niet de enige reden om alcohol te drinken, maar voor de rest is Flugel ook gewoon ranzig. Dus waarom drink je het anders? Nou, McDonald's had dus aangekondigd, wij gaan een McFlurry Flugel maken, boys. En iedereen, wauw, dit willen we. Nee, kijk, ik moet even uitleggen dat... Je moet gewoon even logisch nadenken, ik snap niet dat het zo moeilijk is. Verkoopt de McDonald's alcohol? Nee, in andere landen wel. In Frankrijk heb ik genoten van een heerlijke Heineken biertje in de McDonald's. Maar om een of andere reden in Nederland doen ze dat niet. Ik geloof dat Burger King in sommige instanties wel alcoholische versnaperingen verkoopt. Ik weet niet precies waarom de McDonald's het doet. Ik denk dat ze toch een beetje de kindvriendelijkheid willen of gewoon geen zin hebben in dronken mensen daar. I don't know wat precies hun reden is. Ze kunnen het in principe ook gewoon wel doen. Ik denk niet dat er veel mensen echt gaan bezatten in een McDonald's. Maar aan de andere kant, bier en kipnuggets, la 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 la, precies. Maar gewoon puur vanwege het feit al dat ze hebben geen alcoholische dranken, lijkt het me al heel stug dat ze de McFlurry Flugel doen. Voor de rest gewoon ranzig. Niemand wil dit. Behalve al die mensen die op Facebook hun vriendinnen gingen taggen en zeggen, ik wil dit! Die willen het wel. Dit is trouwens het level dat ik gisteren ook speelde in de video over de 1000 euro donatie shit. Very nice. Voor de rest moet ik nog even kwijt dat... Ik heb hier nog niet echt genoeg video's over gezien, maar mini-expos... ik geloof dat een heleboel van die geef geld aan streamer video's, die zijn nog wel echt. De bedragen zijn nog net een beetje geloofwaardig, weet je wel. Je kan best 300 euro geven aan een streamer, want die video's van de meeste van die gasten worden ook gewoon 300.000 keer bekeken. Plus abonnees voor je kanaal, dus je hebt meer views op je toekomende video's. Dus in principe is het gewoon een hele risky investering in je kanaal. Ik kan nu zeggen, ik ga iemand 500 euro doneren, ik film het. Maar nee, voor hetzelfde geld krijg je 5000 views op die video's, wat ik meestal heb. Heb je 5 euro terug, dan denk je, ja, dit was een kut idee. Het is best wel een risky investering in je kanaal. Alleen de zoveel geld aan mijn vriend geven in potjes Fortnite, dat geven ze sowieso niet. Kijk,
Nou kun je ook gewoon... oh, godverdomme. Auw, ik heb geplet tussen twee van die blokken. Nou kan je ook gewoon vrienden gaan doneren. Er waren vroeger, er zijn nog steeds op YouTube zoveel giveaways van iPhones. En dan, ja, je wilt toch wel een soort van een winnaar bekendmaken. En dan vaak genoeg is de winnaar gewoon een vage vriend van je die je ergens van kent, weet je wel. Ik heb ooit nog een soort aflevering erover gemaakt met Gichtkees. Er was een gast die gaf een capture card weg. Dat was een apparaat waarmee je je GameCube op kan nemen en zo. Dat zijn best wel gewilde apparaten. Ik wilde graag zo'n ding hebben, maar die dingen zijn loei duur. Dus iemand zei, wij doen een giveaway van zo'n apparaat. Ik denk, je bent mijn held. En toen, ja, ik had niet gewonnen. Dus ik ging even onderzoekje doen. Wat bleek, de gast die hem gewonnen had, was gewoon een ander kanaal van hemzelf, weet je wel. Ik snap echt niet dat... Oh, ik word daar zo ziek van op YouTube. Ze hebben ook zoveel op YouTube momenteel met gift card giveaways in het buitenland. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal en dan maak je kans op een gratis gift card. Nee, zo werkt dat niet. Ik ga trouwens de werelden gewoon één voor één spelen. Wordt nog een beetje duidelijk te volgen. Je krijgt helemaal geen gift card, joh. Ze zeggen gewoon dat ze dingen weggeven. Er zijn heel veel van die Bitcoin-kanalen. Ze zeggen, ik geef 1 Ethereum weg of 1 Litecoin of 1 tiende Bitcoin voor iedereen die dit kijkt. Nee! Er zijn een paar gevallen waar het vast wel echt is. Ik heb Gio, die wil me wel eens een iPhone weggeven. En dat doet hij gewoon aan het werken, want hij denkt een soort van een toffe pik is. Hij verdient bakken met geld met zijn YouTube-kanaal. Hij vindt het leuk om een video te maken waar hij gewoon wat aan zijn kijkt. Het is ook gewoon een stukje PR wat je koopt natuurlijk. Van, hé, kijk mij. Ik hou van mijn kijkers. Hier geef ik ze een iPhone. Ik bedoel, ik kan een video maken nu dat ik een kijker een iPhone geef. Maar dan denken waarschijnlijk de mensen die weer geld doneren zodat ik video's kan maken met... Oh, dus dit is wat je met mijn donatiegeld doet. Je koopt er een iPhone van. Die je vervolgens niet zelf gebruikt. Ik zou dat niet per se heel fijn vinden. Maar het scheelt ook wel weer dat Gio geen donaties accepteert natuurlijk. Nee, in principe is Gio denk ik ook gewoon een beetje tof pik willen lijken. Maar ook gewoon, ja, best wel tof dat hij dat doet. Ik kan daar vrij weinig negatiefs over zeggen, toch? Het feit dat hij dat soort dingen doet. Maar er zijn ook zoveel YouTube Snapking en zo. Iedere keer weer met die iPhone giveaways. En mensen blijven er maar intrappen, joh. Het is niet eens 1 april. Je bent gewoon een sukkel. Dat is wat er aan de hand is. Precies. Het is wel een hele agressieve toon in deze video, zeg. Jeetje. Waar heeft Mario Sunshine dat aan verdiend? Je ziet wel dat ik een beetje haast heb, of niet? Het ding is, ik ga vanavond lekker steaks eten met mijn oma. We hebben geloof ik een soort paas... We hebben niks met Pasen gedaan qua brunchje. Ze hebben een soort paasdiner waar mijn opa en oma hier zijn. En dan gaan we lekker met z'n allen wat lekkers versnaperen. Dingetje is een beetje dat... dat begint echt zo meteen al. Ik heb de game dus 3 keer gespeeld op YouTube. 1 keer in een serie. Toen gewoon normale let's play, zeg maar. Met hele lelijke beeldkwaliteit. Toen heb ik hem nog een keer geletsraced met Glenn van Ninwezen. Als in wie het eerste de game uit kan spelen. Toen heb ik de game nog een keer gespeeld op mijn kanaal. Toen als weer een serie waar de laatste afleveringen nooit online zijn gekomen. Ik was heel ver in de game. Ik was ook echt bezig met zoveel mogelijk shines halen. In plaats van gewoon zo min mogelijk in de game uitspelen. De laatste aflevering is er nooit gekomen. Dus het ding is, ik wil in principe vandaag de hele game uitspelen. Maar desnoods, ik heb de game al zo vaak uitgespeeld. Desnoods. Doen we net even dat laatste wereldje niet. Dit staat al 3 keer op YouTube hoe ik hem wel doe. Dus ik hoop niet dat mensen daar problemen mee hebben. Voor de rest moet ik even een coole truc laten zien. Je kan dus zeg maar deze spuit aanzetten. En dan springen. En dan doet die spuit gaat zo doen. Schappig. Doe ik graag. Shine. People let your light shine. If the answer is just a simple song. Het is een referentie naar de toppers. Ik weet even niet meer waar ik heen ging. Ik ben echt helemaal gesidetracked naar fake giveaways en dat soort dingen. Ik geloof dat de game wil dat ik die kant op ga. Amme hoela, ik ga lekker hierheen. Pas dat ik level 7 gehaald heb. We waren in ieder geval bezig met flauwe grappen. Ik vond de Efteling Vogelrok baby shit vond ik gewoon leuk. Het is duidelijk een flauwe grap, maar hij zei het wel lachen. En ja, ik vind dan dingen zoals de McFlurry, Flurgo, is in principe wel grappig. Het is gewoon, we hebben dit coole product. Oh, we willen dit. Nee, het is er niet. Zoals, ik geloof vorig jaar had Hema had een prank. Wat de Hema had gedaan, ze kondigde een nieuwe deodorant aan. Een deodorant met de geur Tompoes. En het ding was, het was 1 april grap, maar iedereen wilde deodorant Tompoes. En ik ben het daar volledig mee eens, dat is wel fucking cool. Deodorant was dan zo'n stick, gewoon die onder je oksels smeert, niet een spray. En dan ruiken je zweetige oksels naar Tompoes. Ik vond dat fucking chill, natuurlijk ook leuk, omdat de Hema staat zo echt bekend om hun Tompoes. Dat is best wel een ding dat speelt. Ik vond dat echt wel een leuke grap. Toen op een gegeven moment was het zo van, maar is er gewoon helemaal niets. Dus mensen gingen echt bellen van, waar is mijn Tompoes deodorantje? Nee, dat was 1 april grap, Maar dat was wel een product, ik zou daar daadwerkelijk wel interesse in hebben, joh. Ik geloof dat, je hebt
Je hebt van het spul dat je voor baby's gebruikt, zeg maar, om een billen te smeren. Dat Zwitsal. Zwitsal ken je vast wel. Zwitsal ruikt zo lekker. Ik vind Zwitsal, baby kontpoeder, ruikt super lekker. Doe me denken aan mijn jeugd. En de periode dat ik heel veel kinderen heb verzorgd ofzo. Dus ik vind Zwitsal super chill. En ik geloof dat Zwitsal toen op een gegeven moment een 1 april grap had gedaan. Dat zij een parfum hadden aangekondigd. Wij gaan Zwitsal parfum maken. En toen was het van 1 april. Maar toen zei iedereen, maar we willen Zwitsal parfum. En dat bestaat nu gewoon. Billy heeft de Zwitsal douche gel. En ik gebruik die best wel graag. Hij ruikt super lekker. Ik ruik gewoon weer even naar baby's. Wat ruiken baby's toch lekker. Dol op. Lekker snacken. Mario Sunshine. Ik hoor mij gewoon even. Alsof ik een computermens ben die even aan het herberekenen is. Sorry, ik moet even. Ik ga wat extra data verzamelen. Herstart. Ik wil het even hebben over Mario Sunshine. Nog een beetje over de game praten, zeg maar. Mario Sunshine werd niet zo heel goed ontvangen. Toen hij oorspronkelijk uitkwam. En ik snap ook wel een beetje waarom. Maar het is voor mij mijn eerste Super Mario game. Dus ik ben heel erg geneigd fantastisch te vinden. Wat vooral het grootste minpunt is aan Super Mario Sunshine, is het gebrek aan originaliteit in de werelden. Niet zozeer de werelden zelf, die zijn redelijk origineel. Het ding is meer, iedere wereld heb je exact dezelfde missies. Iedere wereld heeft 1 of 2 rode munten levels. Iedere wereld heeft 1 of 2 loop gewoon ergens heen missies. Iedere wereld heeft 2 van die missies dat je een parcours moet lopen, zoals ik net dus deed, zo'n parcours in de lucht. Dus bijna iedere wereld, je hebt maar 7 levels. Het 7e level is altijd een achtervolging. Bijna iedere wereld heeft bijna alleen maar levels die iedere wereld hetzelfde zijn. Dat vonden mensen heel jammer. Nou heb je dat ook in Super Mario 64, heb je ook veel 8 rode munten levels en dat soort dingen. Maar in deze game is het, is het gewoon echt heel veel. Heel veel. En dat vonden mensen toch wel een heel groot minpunt. Voor de rest, ja, weet ik eigenlijk niet waarom mensen deze game zo erg haten. Voor de rest, misschien nog even uitleggen. Je hebt dus ook van die blauwe munten. Misschien heb je ze wel eens gezien. Aangezien ik ze wel eens... Oh shit, proppen die tornado. Je hebt dus ook... Oh, fuck. Niet weer opstijgen, please. Doe je mondje maar open, schat. Yes. Dan moet je die keer in zijn vuile mondje spuiten. En dan gaat dat weer lekker dicht. En dan hopla. Dit was de 2e keer. Toch is dat de 3e keer. Is hij dood? Nope. Hij gaat gewoon door. Still going strong. Je hebt dus ook blauwe munten in de game. Als je 10 blauwe munten hebt verzameld, krijg je daar 1 shine voor terug. Heb je dus helemaal niks aan. Aangezien de hoeveelheid shines niks bepaalt voor de rest in de game. Er zijn een paar extra spuiten, waterspuiten die je vrij speelt door het behalen van extra shines. Dat is eigenlijk de enige reden waarom je nog extra shines bij hebben. Maar als je gewoon de game speelt, dan haal je vanzelf genoeg shines. Dus in principe zijn de blauwe munten in deze game compleet nutteloos. Dus als ik er af en toe eentje zie liggen, dat ik denk, ja, het is echt nul moeite, dan pak ik ze. Maar als het ook maar een klein beetje moeite is om zo'n munt te pakken, dan denk ik echt, ja, laat maar lekker liggen, joh. Niet op mijn gezicht springen. Al die blokjes komen eraan. Yes. Oké, laat hem even doodmaken. Even kijken. Wat zijn nog meer geniale 1 april grappen? Ik heb er nog eentje die heel erg legendarisch fout is gegaan natuurlijk. Ik heb hier ooit al een keer over gepraat in een video. Maar die video toevallig gezien heb. Het is een heel sneu verhaal. Het had te maken met een jongen. Die had als grap laxeermiddel in zijn moeders koffie gedaan. Die shit dat je heel erg gaat schijten. Heel veel laxeermiddel, vooral met mensen met hartklachten, kan heel gevaarlijk zijn. En toen is zijn moeder uiteindelijk overleden aan een hartaanval op de wc met gigantische diarree. Geen fijne manier om het leven te verlaten, kan ik je vertellen. Voor de rest nog 1 april grap die heel erg fout is gegaan, omdat die heel erg uit de hand was gelopen. Voor mij was het geen 1 april grap trouwens, het was wel gewoon een uit de hand gelopen grap. Misschien heb je dit ooit al een keer besproken. Het heeft te maken met de Royal Bebe. En Kate Middleton. Kate Middleton, weet je wel, zeg maar. Ze had een paar keer seks of zo met iemand van het Britse Koningshuis. Toen was ze van, oh, er komt een baby. Dus mensen willen natuurlijk super. Die Britten houden van het Koningshuis, man. Nog veel meer dan wij van Willy houden met onze Lucky TV-filmpjes in Brittannië. Houden ze van het Koningshuis. Love the Queen. Ze wilden alles weten. Dat echtpaar, the Royal Couple en de Royal Wedding. T-shirts. Iedereen keek het op televisie, weet je wel. Iedereen vond het gewoon goede shit. Dus, een aantal radio-dj's hadden een geniaal plan. We bellen naar het ziekenhuis waar Kate Middleton momenteel hoogzwanger ligt met de baby. En we zetten een gek stemmetje op. We doen alsof we de koningin van Engeland zijn. En dan vragen we of we mogen weten hoe met de baby gaat. Dat zijn allemaal heel erg geheim, achter de gesloten deuren dingen. Er stonden heel veel journalisten voor dat gebouw, maar...
niemand had de informatie met hoe het met de bevalling stond. Ze hebben gewoon gebeld als de koningin. En dan nam gewoon een willekeurige verpleegster op. En die heeft, is naar die kamer toegelopen en die heeft er een update gegeven. Maar bleken dus een aantal radio-dj's te zijn. En die vrouw die de verpleegster was, die schaamde zich zo erg dat zij in deze grap getrapt was. Dat zij zichzelf vervolgens heeft opgehangen in het ziekenhuis. Ik geloof in de verpleegster vergaderruimte ofzo. Nou, that is fucked up. Dat is geen geslaagde grap. Ik bedoel, sommige grappen kun je gewoon weten dat het heel erg fout gaat lopen. En ik moet wel zeggen, in deze, je zou er niet snel aan gedacht hebben. Nu je zo hoort dat dit gebeurt, dan denk je, ja, wat verschrikkelijk. Maar we hebben hier niet aan gedacht. Maar ik kan me best voorstellen dat dit niet het eerste is waar je aan denkt als je bezig bent met zo'n grap. Van, oh, de persoon die opneemt, die kan nog best wel hele grote consequenties daaraan krijgen. Aan de ene kant wil je niet geloven dat je toevallig even de koningin aan de lijn krijgt. Maar voor hetzelfde geld, misschien is het wel de koningin. Is het ook zo ongemak als je zegt, nee, sorry, kan ik niet voor je doen. Ik neem maar dat er ook niet echt een protocol voor was. Van, hey, is de koningin bel, moet je even dit en dit en dit doen. Oké, is goed. Dus ja, weet je. Ze is ook niet ontslagen ervoor. Dus ik neem aan dat ze het niet heel erg kwalijk namen. Dus ja, is het dan echt nodig om jezelf dood te maken? Ik kan best begrijpen dat het echt verschrikkelijk is om gigantisch groot in de spotlight te staan met iets beschamends in ieder geval. Het is sowieso niet leuk om op die manier in de spotlight te staan. Er zijn leukere manieren om in de spotlight te staan. Waar ik afgelopen week een beetje over geïnformeerd heb. Ik had het over de Call to Fame. Ik had dus de afgelopen Far Cry 3 video, Far Cry 5, aflevering 3, had ik gevraagd van, hey kijkers, wat is jullie Call to Fame? Weet je, heb je een oom die toevallig beroemd is? Heb je een keer op tv geweest? En ik vond het superleuk om jullie verhalen te lezen. Heel veel mensen natuurlijk op beeld met Series Request, logisch, want er zijn natuurlijk altijd best wel veel mensen bij. Je kan er gewoon heen, er zijn heel veel camera's, je geeft geld op camera. In principe is Series Request wel een van die dingen waar het nog redelijk makkelijk is om erin te komen. Ze weigeren je niet echt op basis van iets of zo. Nee, sorry. We vinden je niet echt geschikt. Oh shit, ik had er wel die kant op gemoeten. Het is een beetje een moeilijk doolhof om te navigeren, zoals je kan zien. Oh! Oké, okay, even haal ik het deze keer. Hoop ik. Het is best een moeilijke deze. Ren! Een aantal van deze levels zijn echt heel moeilijk. Zeg maar, als iets moeilijk is aan Mario Sunshine, dan zijn het die levels waar je dus niet je spuit hebt. Die pakken ze iedere keer af. En dan deze platformen doen. Dat zijn de enige paar keer in deze video's dat je mij nog een beetje pintjes ziet zweten. We hebben in ieder geval de eerste wereld uitgespeeld in een opmerkelijke 32 minuten. Tenminste, we moeten nog wereld level 7 doen, maar level 7 is heel snel. Ieder wereld level 7, zoals ik al zei, hetzelfde. Iedere keer gewoon dezelfde motherfucker weer nat spuiten. Die gast die we net helemaal in het begin ook hebben nat gespoten. De nep Mario shit. Die maken we weer lekker nat. Dus dat is helemaal dikke vette prima. Even kijken of ik nog meer foute grappen heb. Ja, eentje nog die is ook wel prachtig. Is het die waterstofmonoxide? Dit is een grap die wel vaker gedaan is. En ook als soort project en dat soort dingen. Het zijn redelijk interessante. Het gaat vooral over hoe makkelijk mensen te beïnvloeden zijn. Het ging erop neer dat er is een heel gevaarlijk stofje. Dat eigenlijk overal in de lucht zit. Het is die waterstofmonoxide. Het is zo ernstig dat als het zeg maar in aanraking komt met veel metalen, gaat het roesten. Zuren, die reageren er heel heftig mee. Het kan redelijk gemakkelijk een gas worden. Je kan er elektriciteit mee geleiden. Het is echt een verschrikkelijk gas. En als het in je longen komt, dan verdrink je gewoon letterlijk door dat spul. Het is natuurlijk gewoon water, die waterstofmonoxide. Het is H2O. Maar er zijn dus meerdere projecten waar kinderen op school zijn, maar petities starten van, hey, er zit die waterstofmonoxide in onze frikandelbroodjes. Hier een petitie om het te voorkomen. En iedereen gewoon, oh echt, dit klinkt als een heel gevaarlijk stofje, want het heeft een scheikundige naam. Ik ga hier mijn handtekening onder zetten. Er is zo'n verschrikkelijk kanaal op YouTube. Een soort fitness chick en zij is een soort activist voor tegen chemicaliën. Zij zegt eigenlijk altijd, ja, als de chemische naam langer is dan een telefoonnummer, moet je er gewoon vanaf blijven. Terwijl ik denk, als je echt gaat kijken naar wat dingen zoals tafelsuiker en zo, hebben echt hele ingewikkelde chemische namen, want het zijn redelijk ingewikkelde moleculen. Zij zat onder andere de campagne net tegen een bepaald product, wat dan bijvoorbeeld in, het zat geloof ik in broodjes van de Subway of zo. En zei, ja, dit stofje zit ook in yogamatten. Alsof het dan opeens slecht is. Want er kunnen ook gewoon gezonde dingen in een yogamat zitten. Ik snap dat je geen yogamat gaat eten. Maar ze zeiden ook niet, nee, dat is precies de yogamat. Als een plakje sla hetzelfde materiaal is als een yogamat, snap ik dat je zorgen hebt. Maar dit zit ook in yogamatten. Dat is toch geen probleem?
gebeurt vaak zat dat iets ook in eten zit. Kleurstoffen zitten ook vaak in eten, maar je kan er ook andere dingen mee kleuren die je niet in je bek stopt. Geloof het of niet? Je wordt altijd een beetje heel verdrietig van dat soort dingen, maar er waren wat geinige aprilgrap met radiostations en zo die mensen bang probeerden te maken met... Met dat soort shit. Als ik ooit nog een gigantische chaos wil verspreiden op 1 april, wat helemaal geen leuke grap is, maar wel heel veel chaos, dan zou ik sowieso gaan voor dat ene stopje wat ze in gas stoppen. Wat je moet weten is, je hebt vast wel eens gas geroken, toch? Zeg maar gas als in de keukengas. Dat gas heeft best wel een ranzige geur. Dat denk je. Het gas zelf, het propaan of butaan of methaan, whatever dat gas allemaal is. Het gas zelf is helemaal geurloos. Het gas heeft geen geur. Maar je ruikt het wel, dat klopt. Ze voegen een bepaald stofje toe aan het gas, zodat het een geur krijgt. Het is een bepaalde zwavelverbinding, voegen ze hele kleine hoeveelheden toe en dat ruikt heel sterk. En daardoor kun je dus het gas ruiken, zodat je weet wanneer er een gaslek is. Super, super slim. Nou, de fabriek die dat stofje maakte in Frankrijk, die had een keer een gaslek, maar dan een gaslek van het stofje wat ze gebruiken om gas een geur te geven. En omdat het zo sterk is, is dat met de wind meegegaan en in heel Frankrijk rook het opeens naar gaslekken. Zoveel mensen hebben gebeld aan de politie. En de brandweer bezorgd. Nee, voor mij is hier een gigantisch gaslek. En wat bleek? Nee. Er is wel een gaslek, maar niet een gevaarlijk gaslek. Tja, als je nog een keer iedereen Nico wil hebben, moet je dat ongeveer doen. In ander thema van slechte 1 april grappen bij ons op de universiteit. Ik weet nou niet zeker of bij ons op de universiteit was. Dit zijn een beetje van die verhalen die gaan een eigen leven leiden. Het zou ook gewoon iedere andere universiteit kunnen zijn. En het is weer mond op mond verspreid. Komt er in ieder geval op neer dat er was ergens op een laboratorium, misschien bij ons op de universiteit, een grapje met cyanide. Het zit namelijk zo dat cyanide is een heel gevaarlijk stofje. Je kent het misschien wel, het staat al bekend omdat spionnen cyanide bij zich hadden om... Als ze gevangen genomen worden, hebben ze een kiest en die kraken ze dan open en dan komt het cyanide vrij en dan ga je door. Wat cyanide eigenlijk doet, is het blokkeert een bepaald een molecuul in de electron transfer chain in je lichaam. Wat inhoudt, je lichaam neemt zuurstof binnen en wat we doen is wij verbranden. En dat is letterlijk wat er gebeurt. Net zoals dat je hout verbrandt met zuurstof, verbrand je ook suikers in je lichaam eigenlijk en er komt energie vrij. Maar in je lichaam heb je allemaal slimme manieren dat het niet heel heet wordt. En dat we dat allemaal op hele slimme manieren kunnen omzetten in chemische energie. Zodat je spieren kunnen bewegen en shit. Verbranding. En cyanide blokkeert eigenlijk een deel van dat verbrandingsproces. Dus eigenlijk, je ademt zuurstof in. Maar dat zuurstof kan niet meer energie maken. Dus je spieren stoppen er gewoon mee. En daardoor, als je een cyanidepil neemt, binnen enkele seconden begin je spieren helemaal... En dan val je dood neer. Nou is het ding dus ook meteen dat... als ik nog een keer heel gewaagd wil zijn voor een YouTube video... cyanide is ongeveer dodelijk bij een halve gram. We hebben het gewoon op het app staan. Ik kan gewoon zo een vinger erin dippen. Hoppakee, je bent dood. Maar het ding is dus, bij een halve gram is genoeg van dat spul in je lichaam om zeg maar die ademhaling plat te kunnen leggen. Maar als je een klein deel daarvan neemt, bijvoorbeeld 1/10 van een gram, dan zit je nog een beetje in de gevaarhoek. Stel je neemt 1/10 van een halve gram, dus 10% van een dodelijke dosis. In principe wordt het dan niet genoeg geblokkeerd om ervoor te zorgen dat je geen adem meer kan krijgen. Dus in principe kun je dat gewoon doen. Ik zeg even erbij, in principe. Nou, het ding is dus dat cyanide zit in redelijk veel dingen. Ik heb bij scheikunde ooit geleerd, doe dit please niet na, dat als je maar genoeg kersenpitten of appelpitten eet, ga je dood. Puur omdat er dus natriumcyanide in pitjes zit. Of misschien zit het dan in de vorm van waterstofcyanide erin. In ieder geval in heel veel pitten van vruchten zit dit giftige stofje. Ook met amandelen en dat soort dingen. Er zijn vroeger wel het gevallen geweest van mensen die gewoon heel veel aten van dat spul en gewoon dood gingen. Nou is het ding dus dat het heeft een bepaalde geur. En wij als scheikundigen, vooral als je op een lab werkt waar dit spulletje gebruikt wordt, het is best wel giftig. Dus het is fijn om te weten, hey, is iemand aan het werken met giftige stof? En vooral, is er misschien een lek van een giftige stof? Dus iedere scheikundige weet, het ruikt naar amandelen. Het is heel raar, het is een giftige stof, hartstikke dodelijk, maar het ruikt hartstikke lekker. Net zoals dingen zoals koper, kopersulfaat ofzo, dat smaakt mij redelijk zoet. En als je dat maar genoeg, of loodnitraat bedoel ik. Loodnitraat, kopersulfaat, bijna hetzelfde joh. Loodnitraat. Dat smaakt gewoon redelijk zoetig. En heel veel Grieken en Romeinen hadden dat in hun wijn zitten. Maar je gaat hartstikke dood van. Zware metaalvergiftiging. En we zien niet, het ruikt dus een beetje als amandelen. Dus als je als scheikundige op een lab bent en je ruikt amandelen, heeft of iemand wat te snacken meegenomen. Wat ook niet mag, maar sure. Of je bent aan het doodgaan en je moet heel snel ontruimen. Dan hebben wij zelfs cyanide melders bij ons op het lab. Als er cyanide meldingen zijn, dan gaan alle alarmen af, alle deuren, ramen dicht en dat soort shit. Zodat je opgesloten wordt en doodgaat door de cyanide. Nee, dat is hopelijk niet de reden.
hebben ook koolmonoxide melders. Ze hebben heel veel melders voor bepaalde stofjes die toch wel vaak daar zijn. We hebben dus ook melders voor koolmonoxide. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan heel anders. Dat gaat, blijft je rode bloedlichaampjes plakken, waardoor je dus ook geen adem meer kan halen op een andere manier. En het ding is dus, waterstofgas laat ook die koolmonoxide melders afgaan. En ik heb een tijdje vorig jaar voor mijn stage heb ik gewerkt met waterstofgas. En een paar keer zijn die alarmen. Wee, 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 we gaan op de dood. Ik zei, nee, het is mijn waterstof. Dat kan wel ontploffen, maar dat zien we dan wel weer. Nee. Waar ging ik heen met dit verhaal? Ah ja, de grap. Dat heeft heel veel achtergrondinformatie. Als je amandelen ruikt op een lab, wegwezen. Dus wat de gast had gedaan, hij had gewoon in het luchtfiltersysteem een paar druppels amandelaroma gedaan. Als in, haha, dat denk ze dat er een giftige stof is. Maar dat is er niet. Dus op een gegeven moment meerdere scheikundigen... Voor mij ruikt ze je niet, jongens. We gaan dood. En toen, haha, het was een grap. Blijkbaar worden dit soort dingen niet gewaardeerd. Geen grap op het lab, alsjeblieft, als het even kan. Ik weet niet of je het leuk vindt als ik de hele video lang over 1 april grappen wil blijven praten. Want ik heb echt heel veel. Hoe level is dit? The Cage Shines Bright. Dat is echt een van de snelste, joh. Cage Shines Bright. Ik had het nog over de Call to Fame, daar wou ik nog even over terug. Ik had een paar dingen opgeschreven die ik extra leuk vond, van dingen die kijkers gedaan hadden. Als ik even kan kijken waar het nou precies staat. Heb ik het opgeschreven? Heb ik het hier opgeschreven? Of was het de andere versie van het... Oh ja, één kijker had gezegd dat zijn stiefmoeder was de kapper, of was het de tante? In ieder geval, iemand in zijn of haar familie was de kapper van Frans Bauer. Ik vond het gewoon echt leuk om te lezen, want ik had dus in die video gevraagd van... Hey kijkers, kennen jullie een bekend persoon via? Of ben je zelf een keer iets, heb je zelf een keer iets gedaan? Er was een kijker die zei, ja, ik heb laatst gedj'd voor echt een paar duizend man voor een van de hockeyfeest. Ik vond het gewoon leuk om te lezen, dat iedereen op een bepaalde manier wel een klein beetje dichtbij het bekendheid zit. En ik vind het vooral ook wel geinig. In dit geval kan ik jullie hier de schuld niet van geven, maar voor mijn gevoel is het een beetje een Nederlands ding. Dat heel veel Nederlanders zijn heel trots daarop. Er zijn Nederlanders die zijn heel trots op het feit dat ik heb een keer... Ik had laatst een filmpje gekeken weer. Ik kijk heel vaak van die filmpjes van loterijwinnaars, geïnterviewd. En er waren dan van die nuchtere Nederlanders die dan een paar miljoen winnen en geen neuk geven. Ben je, joh, grappig naar de kleinkinderen, ik heb een nieuwe fiets gekocht. Ben je dat idee? En dan vroegen ze ook van, ja, waren er ook bekende Nederlanders op het uitreikingsfeest? Ja, Frans Bauer en die heb ik even naast gestaan en ik heb diens hand geschud. Ja, dat dacht ik al dus. Oh, Mario, nee, we moeten hierin, alsjeblieft. Als het even kan. Oh shit, ja, wat een achtbaan van emoties dit. Oké, je kan dus ook via je onder doen, daarom had ik die spuit meegenomen. Het is een beetje moeilijker. Ik geloof dat dit kan. Ik moet even dit doen. Yes, en dan hierop. Dit is de alternatieve route, het is makkelijker via de bovenkant, maar ik had dus bewust van spuit gewisseld. Dat als ik verkeerd kwam, dat ik alsnog de Cage Shine Sprite te pakken krijg. Ik vind het in ieder geval geinig hoe Nederlanders het dan zo trots kunnen hebben in dat soort kleine dingetjes. Van oeh, ik heb diens en diens hand geschud. Ik snap het ook wel. Het is gewoon leuk om bekende mensen te zien of zo. Kijk, die van tv, maar nu in mijn zicht. Ik weet nog, ik ging een tijdje terug naar een show van Daniel Arends, want ik vind Daniel Arends een hilarische man. En ik wilde uit eten gaan. Het was een verjaardagscadeautje voor Jur, geloof ik. Of een keer. Er was een tijdje dat Jur nog best wel vaak in mijn video's zat. En ik denk, ja, hè, ik gun hem ook wat van die advertentiedoekoe. Ik betaal van mijn YouTube monies wel een kaartje voor hem. Gaan we samen naar Daniel Arends toe, naar een show. Dus we wilden eerst nog even uit eten gaan, omdat we twee mannen zijn die gewoon goede vrienden zijn. We gingen naar een restaurant, waar ze onbeperkt sperrips kon eten. Super chill. En het zat dus blijkbaar vol. En toen bleek dus dat waar wij eerst wilden gaan zitten, toen zij geoprold, het zat vol. De stoel achter ons zat Daniel Arends. Daniel, Cocker Spaniel, Bananiel, precies. Dat soort shit, weet je wel. Nou scheelt het dat ik sowieso via YouTube zaken sowieso. Ik bedoel, ik heb Mark Rutte ontmoet. Ik heb laatst Dries van Acht ontmoet, ook een oud-premier van Nederland. Via And Then You Die ontmoet ik nu redelijk wat bekende mensen. Boeit me allemaal een stuk minder, maar toen vond ik dat best wel cool. Maar ja, in het geval van de video dat ik het vroeg aan jullie, kan ik natuurlijk niet echt zeggen, ja, wij Nederlanders allemaal stoer daarmee doen. Ik vroeg letterlijk aan jullie, kennen jullie op een bepaalde manier bekende Nederlanders? Dus dan heb je vooral gewoon mijn vraag beantwoord. Daar is vrij weinig mis mee. En je mag er ook best trots op zijn, hoor. Als jij het leuk vindt dat je via weer iemand kent, weet je wel, lachen. Helemaal niks mis mee. Is ook gewoon wel leuk. We zijn allemaal een beetje bekend, is in ieder geval de conclusie. Precies, even kijken, we willen graag daarheen. Dit is The Secret of Rico Tower. Een tijdje geleden heb ik nog een video gemaakt. Die heet 5 moeilijkste Mario Sunshine levels. Deze zit daarin.
Ik heb het level wel zo vaak gedaan dat ik durf met redelijke zekerheid te zeggen dat ik hem in één keer ga halen. Maar ja, wat hebben we daar nou weer aan? Rick, we willen gewoon keiharde bewijzen zien. Haal hem even in één keer. Dus om even te stoppen met het onderwerp 1 april grappen. We gaan er weer op doorhameren zometeen, dus geen probleem. We gaan weer door, maar ik dacht even wat verfrissing. We zijn echt al best wel lang bezig met hetzelfde onderwerp. Ik had een tijdje geleden verteld dat ik een documentaire aan het kijken was op Netflix. En dat ging over de deep web. Weet je wel, de darknet en alle dingen die daar gebeuren. En ik had dus een beetje gepraat over dat daar heel veel pedofilie plaatsvindt. En je kan niet gewoon normaal googlen naakte kinderen. Want dan komt de politie en die zegt, hé, maar dat mag helemaal niet met die naakte kinderen. En dan zeg je, oh ja, shit, wat nu? De gevangenis, dat nu. Precies, echt super irritant wanneer ze dat doen. Dat je de bak in moet en zo, met je misdaden begaat. Super irritant, dit is trouwens het irritantste deel. Dus dat scheelt. We did it, zou ik haast willen zeggen. Maar laten we niet te vroeg juichen. Camerahoeken zijn hier heel erg een probleem. Ik vertelde dus daar wat ik heel extreem vond. Wat ik echt, ik begrijp dat kinderporno een ding is. En ik ging even naar dat mede-pedofielen. Risky pedofielen, die maken kinderporno. Dus die, ja, die misbruiken kinderen, gooien daar een camera op. Misschien dat ze dat nog verkopen of zo. Op bepaalde manieren. Er zijn vast ook mensen die daar geld voor willen betalen. Dus hè. Maar wat bleek dus, dat in de Filipijnen zijn ze niet zo rijk. Dat is geen nieuws in principe, dat ze niet veel geld hebben in de Filipijnen. Maar blijkt dus dat sommige ouders, die helemaal geen pedofiel zijn, seks hebben met hun kinderen voor een webcam om op die manier geld te verdienen. Dat pedofielen via een livestream meekijken en daar dan voor betalen. En dat vond ik best wel schokkend. Dat ouders hun kinderen misbruiken puur omdat dat de enige manier is waarop ze aan geld kunnen komen. Dat had ik toen al verteld in die video. Ik had de video nog niet afgekeken. En er waren nog redelijk, die documentaire was redelijk interessant, zat er redelijk wat interessante dingen in. Op een gegeven moment was er een meisje, of een jongen, een heel jong kind van 9 of zo, die praatte dan voor de camera. Van ja, iedere dag chat ik met mannen die met zichzelf spelen voor de webcam. Het enige wat ze niet weten, is dat ik niet echt ben. En wat bleek toen? Toen zag het er redelijk echt uit. Ze ging onder de naam Sweetie, een 9-jarig Filipijns kind. Het is eigenlijk volledig artificial intelligence shit. Het is gewoon een kind ingescand. En die pedofielen denken dat ze naar een naakt kind kijken. Maar eigenlijk is het gewoon een computerprogramma met vooringesproken tekst en mondbewegingen. En het ziet er zo realistisch uit. En met een beetje een lelijke Filipijnse kutwebcam zie je niet eens meer dat het nep is. Ik vond dat zo fucking vet. En op die manier konden ze met gezichtsherkenning en dat soort dingen. Dus uiteindelijk hebben ze, ik geloof dat ze Sweetie los hadden laten gaan op iets van 9 pedofiele fora. En ze hadden echt binnen een paar dagen 10.000 mensen die in gesprekken met Sweetie allemaal kleren uitdeden. Gewoon even om te laten zien hoe groot het probleem is. Het enige probleem is dat uiteindelijk viel toch een beetje onder iets wat we noemen entrapment. In heel veel landen werkt de wet best wel interessant dat je mag als politie niet uitlokken. In heel veel landen mag de politie bijvoorbeeld niet een lokauto gebruiken. Voor mij is dat in Nederland ook bijna geen ding. Ik kijk wel eens van die politieprogramma's op televisie en vaak zijn het de Amerikaanse of Engelse waar ze dat doen. Dus een lokauto is eigenlijk gewoon een auto die gewoon los is in de hoop dat er een boef in gaat. En dan vervolgens doet de boef, zeg maar, die gaat erin en dan gaat de auto op slot. Op afstand met een stuurbaar zit de GPS in en dan arresteren ze je. Je wordt eigenlijk letterlijk gewoon als een rat in de val gelokt met zo'n lokapparaat. Dus dat is best wel slim. Alleen in Nederland hebben we dus iets dat heet, geloof ik, entrapment. Dat is niet entrapment. Het heet waarschijnlijk gewoon erin geluist. Bepaalde wetten, de politie mag niet dat soort dingen doen. Maar ik geloof dat ik hoor wel eens dingen over lokfietsen. Dat ze zo'n fiets gewoon plaatsen met GPS erin in de hoop dat hij niet steelt. En dan kijk ik, waar is die fiets heen? En dan arresteren ze je. Het is ook een beetje een moeilijke vraag. Van ja, wat vinden jullie? Moet het kunnen? In principe zorgt ervoor dat er minder gejat wordt. Als je gewoon weet dat, op het station staan ook 10 fietsen van de politie. En als je die steelt, ben je heel erg de sjaak. Alhoewel, waarschijnlijk wordt dat taakstraf. Mag je een beetje Mario Sunshine spelen. Maar dan in het echt. Beetje schoonmaken met je spuit. Het is moeilijk. In principe ben ik wel een soort van voor. Want ja, het zijn gewoon misdadigers. Ik denk dat heel veel van die Nederlandse televisieprogramma's er ook tegenaan lopen. Heel veel van die Nederlandse televisieprogramma's dat ze pedofielen gaan busten, weet je wel. Dat ze hebben een gesprekje met een pedofiel. Die denkt dieper aan met een 9-jarig meisje. En uiteindelijk komen al de politie die zeggen, wij lossen hem wel op. Maar voor mij worden heel veel van die zaken uiteindelijk gewoon prullenbak ingeflikkerd. Omdat je lokt het uit. Je mag misdadigers niet uitlokken een misdaad te begaan. In heel veel landen in ieder geval. Ik weet niet precies hoe het met de Nederlandse wet zit. Dus omdat voor mij hebben wel lokfietsen. Dus ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Maar uiteindelijk van die 10.000 pedofielen die ze hebben gepakt. Is er bij mij 2 veroordeeld. En met alsnog een redelijk milde straf onder het idee van entrapment. Ik vond in ieder geval die hele docu super vet. En toen gingen ze eigenlijk nog een stukje verder in. Heel veel psychologen zijn het er eigenlijk mee eens. Ik denk dat sommige mensen het niet fijn vinden om te horen. Omdat over het algemeen hebben mensen best wel een hekel aan pedofielen. Wat ik best wel begrijp. Vooral de pedofielen die daadwerkelijk
kinderen verkrachten en shit. Dat is fucked up. Nou snap ik nog een soort van dat als je naar kinderporno kijkt. Kijk, het ding is dus wat ik wilde zeggen met die psychologen. Psychologen zijn eigenlijk redelijk over uit dat pedofilie eigenlijk ook gewoon een geaardheid is. Niemand denkt gewoon, oh lol, weet je wat, ik ga de samenleving kutten. Ik val op kinderen vanaf nu. Nee, het is dat werk, ze zijn gewoon zo geboren. En heel veel van die pedofielen voelen zich ook gewoon verschrikkelijk dat ze die verlangens hebben. Maar zo zijn ze nou eenmaal. Probeer het niet goed te lullen of zo hoor. Ik heb niks, probeer ook niet mijn eigen gedrag weg te werken of zo, als je zoiets raars denkt. Meestal worden niet gewaardeerd als je een of andere pro-pedo speech houdt, maar in ieder geval, er komt het dus op neer dat eigenlijk hebben ze gewoon die verlangens. En ja, zolang je er niks mee doet, gaat het nog soort van goed. Aan de andere kant, op het moment dat je kinderporno koopt, dan draag je bij een probleem. Die ouders in de Filipijnen hebben seks met hun kinderen omdat er geld in zit. Op het moment dat ze daar geen geld meer voor krijgen, houdt het op. Dus het is een hele slimme oplossing, toch? Gewoon ook, dus daarom is het bezit hebben van kinderporno ook legaal of illegaal. Omdat je op die manier dus toch ook de kinderporno business steunt. Waar ik het helemaal mee eens ben. Dus we waren eigenlijk aan het kijken voor, is er een alternatief? Kunnen wij, we hebben toch die Sweetie, die robot die eigenlijk kinderporno gewoon is eigenlijk, maar dan nep. Kunnen we daar wat mee doen? Kunnen wij, ik moet even op niet tegen die boot aan, yes. Kunnen wij gewoon nep porno maken door middel van artificial intelligence? Gewoon met VR bijvoorbeeld. We zijn heel erg aan het kijken voor VR vriendinnen, voor mensen in het algemeen. Gewoon een soort robot vriendin die tegen je praat en de kleren uitdoet. En dat mensen de seksualiteit kunnen ervaren door middel van, oh shit, nee. Woe! Dat ging even helemaal verkeerd. Ik heb heel vaak dat bij dit level het pakken van deze shine misgaat. Of je springt te laat, of je komt weer op een andere blooper terecht. Dan schiet je meteen weer weg. Het is redelijk tricky, maar I got it. We hebben pas één keer dood gegaan bij het eerste secret level. Gaat goed. We zijn dus nu aan het kijken van, kunnen we misschien sommige van die pedofielen tevreden houden, dus dat ze ook geen kinderporno consumeren, door ze gewoon nep kinderporno te geven. Zet een VR-bril op en het danst in één keer een naakt kindje voor je. En dan kun je op die manier alle fucked up fantasieën beleven die je maar wilt, zonder dat wij er last van hebben. En ik vond het heel interessant. En het is een heel moeilijk debat weer om te hebben. Want de vraag die je dan vooral krijgt is, gaat het iets oplossen? Of krijg je nu juist met pedofielen die eerst niet iets wilden doen, maar op het moment dat ze in zo'n VR-wereld zitten, voelt het zo echt dat ze juist verder gaan in ideeën en juist denken, ik ga juist een kindje van straat plukken en wat doen. De vraag is niet zozeer, kunnen we het doen? De vraag is meer, moeten we het doen? En gaat het ook echt problemen oplossen of gaat het alleen maar meer problemen creëren? Ik vond het in ieder geval heel interessant te zien dat hier gewoon echt dat werk onderzoek naar is. Gewoon het maken van digitale naakte kinderen. Ik had ook wel eens iets gelezen over van die politieagenten en zo die op het internet zitten. En ik geloof dat als zij kijken naar kinderporno websites, dan wordt dat gecensureerd ofzo, waarschijnlijk ook automatisch. Dat zij hoeven dus niet naar naakte kinderen te kijken, ik weet niet precies hoe dat werkt. Gewoon een politieagent arresteren die pedofielen zoekt met, hey, je was kinderporno aan het kijken of niet? Ja, dat is mijn baan, gast. Wow, is kinderporno kijken je baan? Dat vind ik redelijk extreem. Ben ik het mee eens, is ook redelijk extreem. Shine! Woehoe! Nou, we gaan in ieder geval wel lekker deze XL gameplay. We hebben in een uurtje al 15 shines te pakken. En we hebben nu 2 werelden uitgespeeld. In totaal zijn er 7 werelden. Dus als je dat tempo een beetje door probeert te tellen. Sommige werelden zijn wel een flink stukje langer hoor. Maar in principe, ik weet niet wat. Ik denk dat dit allemaal recordtijd gaat worden voor het uitspelen van deze game. Meestal als ik hem stream doe ik toch wat rustiger aan. Ik ga nu ook echt gewoon even mijn best doen met zo snel mogelijk door de game heen. Alhoewel, er zijn ook een aantal andere shines in de game. Waarvan ik toch denk van, ja, ik vind het ook weer leuk om te laten zien. Van, hier is een geheimpie, weet je wel. Hier, een cadeautje van mij. Als je nog een keer zelf de game wil spelen en je hebt echt nog deze dingen niet ontdekt, hier dit. Vond ik echt na 5 minuten spelen al, hey, wat is dit opeens in het zand? In principe, hoe vind je dit opeens? Je moet echt flink aan het kutten zijn. Oh, maar ik heb al de zand nat. Haha, natuur. Fuck jou. Krijg je dit ongeveer. Eens even kijken, we kunnen het allemaal nog meer over hebben qua leuke dingetjes. Er is nog een pijp waar je in kan, is ook weer een heel nieuw level. Nou, we gaan even lekker door met de derde wereld. Ik vind het wel fijn om een beetje op thema of op schema lopen. Voor de rest, bij oude april grappen. Dat was ook nog best wel een legendarische, dat was namelijk de spaghettiboom. We hebben het echt over de tijd dat televisie zeg maar net een ding was. En toen de tijd was spaghetti echt nogal een luxe goed. Vooral in Amerika. Dat moest echt vooral geïmporteerd worden uit Italië. Ik weet niet precies hoe je spaghetti maakt eigenlijk. Voor mijn gevoel is het gewoon bloem en dan een ei erbij of wat melk of zo. Maar het was wel vegan. Ik denk dat spaghetti eigenlijk zuivelproducten bevat. Maar dat lijkt me gewoon logisch. Ik heb gewoon wel eens een taart gebakken en zo werkt dat ongeveer. Maar spaghetti is dan ook geen taart. Dan zou het echt veel te lekker voor moeten zijn. Moet het een stuk lekkerder zijn bedoel ik wel, zeg maar. In ieder geval, toen de tijd was spaghetti echt een luxe goed. En heel veel mensen, niet heel rijke mensen, kwamen dus eigenlijk ook, hadden gewoon nooit spaghetti. Dus ze kwamen er niet mee in aanraking.
Op een gegeven moment hadden ze het nieuwsbericht gemaakt dat wetenschappers hebben nu spaghettibomen ontwikkeld. En ze hadden dan zeg maar beelden, camerabeelden van een soort groot weiland met bomen waar zo'n slierte spaghetti aan hangen. Die vrouwen dan zijn met van die spaghetti grijpen, van die pasta grijpers zo uit de bomen plukken. En mensen keken dat, dat was een 1 april grap, dat de spaghettiboom. Spaghetti groeit niet aan bomen. En toen de tijd was het gewoon geen algemene kennis dat spaghetti blijkbaar niet aan bomen groeit. Super mensen gingen bellen. Van joh, maar waar, hoe kom ik aan zo'n spaghettiboom dan? Oh, leuke grap, leuke grap. Nou, dan was het oude grappen met dat ze het einde van de wereld hebben aangekondigd of zo. Alien aanvallen, atoombommen. En toen de tijd geloofden mensen dat gewoon. Maar ook een tijdje geleden in Hawaii. Ze hebben dus zo'n SMS-service, net zoals dat wij dat hebben, weet je wel. Dus zo'n NL-alert als er in een keer de Duitsers ons nog een keer plat proberen te bombarderen. Nou, dan gaan we gauw onze niet bestaande bunkers in. Dus we hebben zo'n NL-alert en in Hawaii hadden ze opeens zo'n alert gekregen met... Yo, over enkele minuten valt er een atoombom van Noord-Korea op jullie smoel. Verstop je. En heel veel mensen dachten toen echt dat ze dood gingen, maar het bleek gewoon een foutje te zijn. Ik weet niet wie die sms heeft gestuurd, maar iemand heeft binnenkort geen baan meer. Waarschijnlijk nu al niet. Dat zijn wel het soort fouten die ja, niet heel handig zijn te maken in ieder geval. Is dit de goede? Oh. Even lekker de plantjes water geven. Oh, dat is de verkeerde. Scheiße. Wat is deze? Hey, even aan de kant jongens. Jij ook. Dit is allemaal van deze mooie plantjes. Deze op het zandkasteel. Echt, het gemak met waarmee ik deze game speel. Ik ben een klein beetje onder indruk van hoe relaxed ik ben. Dat ik geniet van deze game. Het zandkasteel stort wel langzaam in elkaar. Dus je moet er even snel bij zijn. Ik vond de spaghettibomen in ieder geval wel erg leuk. Ik vond het erg prachtig mooi. Voor de rest las ik net dat bijeen. Was het blijeen? Ik heb echt geen bijeen zeker. Die partij van Sylvana Simons, die iedere keer van naam verandert. Omdat ze iedere keer weer namen pakt die niet mogen. Zoals artikel 1 en werd er weer Art Enkel. En die vrouw doet me wat. Zo van, ja, je hebt het al meerdere keren gehad. Ik ga voor de rest geen hele politieke mening geven over Sylvana Simons. Maar, die vrouw moet in ieder geval even de shit voor elkaar krijgen dat ze een goede naam kan verzinnen. Die niet al gebruikt is en zo. Maar Art Enkel, toen noem ik ze gewoon nog eventjes, die hebben dus vandaag gezegd dat ze willen de 1 april grap verbieden. Omdat in de tijden van fake news wordt het allemaal veel te verwarrend wat nou wel en niet gebeurt. Komen er nou babysitjes in de Python of niet? Kan ik zo meteen een Flugel McFlurry halen in een poging om totaal niet dronken te worden? Waarschijnlijk niet. Het ding is vooral, ik twijfel nou of het een grap is of niet. In principe komen ze op 1 april met dit bericht. Aan de andere kant, ik ga er niet echt vanuit dat die partij humor heeft. Dus dat is een beetje het ding. Op het moment dat ik dat werk, gewoon twijfel. Ben je nou serieus of niet? Dan wordt het een probleem. Dan wordt het een moeilijke grap. Ik vind Sylvana Simons ook nog iemand die daadwerkelijk gewoon 1 april grappen wil verbieden ofzo. Wat gebeurt er dan? De doodstraf, sowieso. Dan ben je net zoals Geert Wilders die de Koran wil verbieden. En dat we dan zeggen van ja, maar wat dan als iemand de Koran heeft? Ja, het is meer symbolisch. We gaan niet echt huizen af als een Gestapo met een Korans op te rollen. Dus ja, we kunnen symbolisch de 1 april grap verbieden. Het moet haast wel een grap zijn, toch? Dit zijn de momenten dat je erachter komt wat de echte grap is onze samenleving. Ah, zo diep. Zo goed over nagedacht. Echt enkele seconden. Even kijken, dit is een verschrikkelijk level. Maar het zijn eigenlijk bijna over de helft van de levels. Wow, ja, deze is wel een beetje verschrikkelijk. Dat vind ik jammer. Van de andere levels minder verschrikkelijk, doe je niks aan. Bloep. Krijg je gratis water. Dit level duurt gewoon lang en ik wil de game graag uitspelen. Ik moet nog eten naar mijn oma. Haha! Mijn oma had wel in mijn nieuwe Far Cry video gekeken. zei dat het een kut video was, daar kwam het ongeveer op neer. Dat was die video, de afgelopen Far Cry video, de derde aflevering van Far Cry 5. Wat ik daar dus deed, ik vertelde een verhaal over school. Over een tentamen waar ik bijna te laat was. En mijn oma vond het spannend verhaal. Ze wilde weten of ik op tijd was of niet. Alleen ik werd iedere keer afgeleid door de game. Dus ik moest iedere keer weer even... Oh, wacht even dit doen. Even dit. En dus iedere keer... Ga verder met je verhaal, Rick. Dus ik sprak gisteren mijn oma. Zei, ja, Rick, je video. Waarom ging je niet verder met het verhaal, Rick? Oké, oma, rustig. Je ziet nog steeds onder video's van die dingen als... Hoi, Rick's oma. Omdat mensen denken altijd dat ze het leest. Dus ze leest het echt, hoor. Maar op zo meteen is ze aan het genieten van een lekker, ik geloof dat we biefstuk gaan eten. Mijn moeder dacht, we gaan een keer fancy. Ik zag in ieder geval een hele koelkast van mijn biefstuk liggen, dus het zal wel. Dit gaat trouwens over zonne-energie, hartstikke mooi.
Ik heb afgelopen week heel tentamen gehad over zonne-energie. Een groot deel in ieder geval. Er is ook nog een heel aantal losse vakken die ze geven op de UvA, genaamd fotovoltaïks. Ik weet in ieder geval nu het een en ander over zonnecellen en wat je ermee kan. Sluit meteen mooi aan bij het verhaal waar ik het over wilde hebben. Ik had namelijk net even gevraagd nog op Twitter van ja, ik ben waarschijnlijk 3,5 uur aan het lullen. Ik moet nog leuke onderwerpen, anders dan vervel ik me echt de tering. Iemand zei, Rick, misschien is dit interessant. En het ging over een projectje van Bill Gates en het is niet Xbox of Microsoft. Hij is namelijk bezig met een nieuwe manier om brandstof te gebruiken. Hij maakt brandstof van CO2. Wat precies het tegenovergestelde is. Normaal gesproken pak je benzine, dat verbrand je, en dan krijg je CO2. Nou, wat je misschien wel eens hebt gehoord bij scheikunde, is dat iedere reactie op een bepaald niveau ook andersom kan. En dat kan. Je kan gewoon CO2 uit de lucht halen. Die zuurstofjes, die O2's, die pluk je er weer vanaf. En je flikkert er gewoon een hele hoop waterstof op. En boom, je hebt opeens weer brandstof. Denk je, wow, hebben we dan oneindig energie? Nee, dat is niet hoe energie werkt. Op het moment dat je benzine verbrandt, komt er heel veel warmte vrij. Ja, en heel veel druk en dat soort dingen. Zo werkt een motor. Je auto werkt omdat er energie vrijkomt bij het verbranden van benzine. Dus op het moment dat je weer benzine maakt van de producten van de verbranding, dan doe je eigenlijk precies de tegenovergestelde reactie. Dus je moet juist al die energie er weer in stoppen. Dus het maken van die benzine kost heel veel energie. Dus waarom zou je het dan doen? Ik vind het best vet dat Bill Gates hierin bezig is. En het bedrijf, ja, het eerste wat je dus moet doen is heel veel CO2 uit de lucht halen. Wij denken altijd, als ik jou vraag, wat zit er in de lucht? Wat adem jij momenteel in? Dan zeg jij waarschijnlijk zuurstof en CO2. Dat zijn de eerste twee die naar binnen komen. Terwijl, ten eerste, het grootste deel van de lucht is stikstof. Die shit is hier in je zak chips stoppen. Zodat het niet zo'n natte kledderboel wordt. 70% van de lucht is ongeveer stikstof. Dan komt geloof ik, nou, een heel groot deel wat daarna eigenlijk meteen al komt is zuurstof. En dan heb je nog wat andere dingen zoals argon, helium, al die troep. Hele kleine hoeveelheden radioactief radon adem je in. En dan ook ergens daar nog CO2. We ademen echt heel weinig CO2 in. We hebben het gevoel alsof er heel veel CO2 in. We hebben 400 ppm ongeveer. En ppm is gekkundig voor parts per million. Dus zijn we per miljoen deeltjes in de lucht. Er zijn 400 CO2. Dat is weinig hoor. Als je dat tot een percentage omzet, is het echt een heel klein percentage. Dus sowieso, het CO2 uit de lucht halen, dat kost al heel veel energie, tijd en moeite. En het ding is, dan heb je nog niks, hè. Dan moet je ook nog eens de energie maken. Dus zeg maar, om een liter benzine te maken, heb je waarschijnlijk de energie nodig van 3 liter benzine, als je het zeg maar zou verbranden. Dus het is geen efficiënte manier. Je verliest gewoon heel veel energie in dit proces. Alsnog, is het handig, want het probleem is, zometeen hebben we geen fossiele brandstoffen meer. Op een gegeven moment raakt de olie gewoon op. En dan willen we wel graag nog iets in onze auto's proppen. Dus wat je kan doen, is je kan de energie die je gemaakt, die je nodig hebt om die nieuwe energie te, om je benzine weer te maken, je gerecyclede benzine. Die energie kun je gewoon halen uit zonne-energie bijvoorbeeld. Dan gebruik je eerst zonne-energie, groene energie. En dan zet je dat om in brandstof. En dan heb je zo van CO2 recycle loop. Je recycelt gewoon de hele tijd je CO2. Gewoon even over mijn torentje heen. Kom maar. Oh shit. Nu dan? Je moet dus goed getimed die gas op zijn bek laten gaan. Maar dat lukt niet altijd. Het gaat in ieder geval nu wel best wel snel. Val even over mijn piramide heen, gast. Oh, komt hij weer. Get up. Deze keer wel? Nope. Oké, we moeten even naar dit eilandje hier toe misschien. Hier zo. Wel even deze gast doodmaken natuurlijk. Nou ben ik sowieso dus eerder al, heb ik al een beetje gezegd, ik ben niet zo'n heel groot fan van zonne-energie. Leuk voorbeeldje. Het ding is namelijk, zonne-energie werkt niet zo goed. Stel, wij zouden de hele wereld voorzien van zonne-energie, hè? Gewoon alle energie die we hebben doen we met zonne-energie. Dan hebben wij ongeveer, moeten we ongeveer alle stenen op de wereld, die zeg maar op het oppervlak liggen, als we alle stenen in de wereld vervangen met zonnecellen, dan heb je genoeg energie om de hele wereld te laten draaien op zonne-energie. Geef je gewoon een beetje een beeld van hoe weinig zonne-energie eigenlijk oplevert. En dat vak dat ik had ging voornamelijk over hoe kunnen we dit nou verbeteren. Er is iets dat heet het Shockley-Quasar limiet. Eigenlijk inhoud een paar natuurkundigen hebben berekend van ja, stel je hebt de perfecte zonnecel, de beste zonnecel die er maar is. Hoe goed is die zonnecel? Want het ding is gewoon, onze zonnecellen worden steeds beter en terwijl het tijd hier heeft, hè. Nee! Het is zo irritant dat die gast zo diep het water in flikkert. Dan kan je niet bij hem komen. Dus ik heb hem liever op het land. Maar dat kan niet altijd, hè. Kan niet altijd. Ik verlies veel tijd vaak bij deze bossfight en dat is heel pijnlijk. Ik hoop dat de muziek niet veel te hard staat trouwens. Dit soort troep wil dan nog wel eens burn. Snap ik ook wel. Ga even op je bek, gast. Dank je. Gaat hij op zijn bek? Yes. Please eventjes een van zijn stukjes die niet zo diep in het water ligt. Dank je wel. Heb eens. Kip ik heb je. En hij is erop.
Dus ja, ik ben nog steeds heel erg voor kerncentrales. Vooral sinds Fukushima is iedereen in Nederland tegen kerncentrales. Er gaan enkele politieke partijen voor. Vooral wat het algemene volk tegen is. Ja, in Japan was een kerncentrale, toen ging iedereen dood en werden ze allemaal ziek en zo. Snap ik. Maar daar bouwen ze ook een kerncentrale. Zeg maar, waar aardbevingen zijn. Dus als wij onze kerncentrales niet in Groningen bouwen, gaat het allemaal prima, joh. Ik bedoel, Duitsland doet nu heel veel kerncentrales dicht. Weet je wat ze doen? Ze kopen hun kernenergie van Frankrijk. Nou, hé. Hey. Oh, kut. We gooien onze kerncentrales dicht. Nou, dan hebben we geen energie meer. Dan kopen we het toch gewoon van Frankrijk. Frankrijk zegt, hé, hey, prima. We hebben wel kerncentrales. De dingen werken gewoon. Er zijn vrij weinig Frans ontplofte kerncentrales. Staan hartstikke goed, joh. Ik vond vooral het interessant om te vermelden. Is dat je dus hoeveel zonnecellen we niet nodig hebben de hele wereld te bouwen. Voor de rest heb je dus dat Shockley Quasar limiet. Wat eigenlijk inhoudt dat natuurkundigen zeggen, Shockley en Quasar vooral. Dat de maximale efficiëntie van een zonnecel is 32%. Als in 32% van de lichtenergie die erop komt, kan omgezet worden in stroom. En dat gaat dan dus uit van de perfecte condities. Momenteel is het wereldrecord. Dat is een wedstrijdje, weet je, wie kan de beste zonnecel maken. Het gaat niet zozeer om of we die zonnecel. Zou we zelf vinden nu een betere zonnecel, gaan we niet meteen gebruiken. Waarschijnlijk is die veel duurder dan de zonnecellen die nu gewoon op daken liggen. Alsnog, zonnecellen zijn wat chill hoor. Wij hebben zonnepanelen hangen. Gratis energie. En op een gegeven moment verdien je gewoon geld ermee. Op een gegeven moment heb je ze terugverdiend. En dan het is het nog zeker een zeer goede investering. Het is dat je thuis geen kerncentrale mag bouwen. Anders deed ik dat wel. Er is ook een heel verhaal over. Wat ik ook vaak aangeraden krijg. Als ik zeg, heeft iemand nog een onderwerp? Zeg eens, Rick, doe het over de nuclear Boy Scouts. Ja, godverdomme. Er was een jongen die zat bij de scouts, weet je wel, de scouting. En ik weet niet of het in Nederland bij de scouting ook zo is, maar bij de Amerikaanse scouting, vooral in films en zo, heb je allemaal badges. Een badge van help de ouderen oversteken, een badge van de driedubbele legknoop. En die kun je dan zo spelden op je jasje, dus je wil al die badges. En er was één jongen die was super fanatiek. Ze wilde al die badges hebben. En er was één badge die had iets te maken met kernenergiebewustheid of zo. Dus hij had een kleine kernreactor gebouwd in zijn eigen huis. Tenminste, in zijn schuur, bij zijn moeder thuis. En uiteindelijk is echt een heel opruimingsteam even moeten komen om het op te ruimen. Want het was, ja, niet bepaald heel veilig. Hij had via een of andere rare oplichtingspraktijk had hij gedaan. Alsof hij via de overheid toestemming had om uranium te kopen ofzo. Ik heb het verhaal nog even niet goed genoeg in mijn geheugen om het nu te kunnen gaan vertellen. Dus je hou je een keer van me te goed als het je nog boeit. Nou, dat was niet helemaal mijn plan. Dit is de Great Bird in the Sky. Hij flappert en hij flappert en hij heeft een aantal rode munten bij zich. Het enige moeilijke deel is dit. Hij gaat zo meteen namelijk op de kop. Dan is het heel belangrijk dat wij hier gaan staan. Het is de enige plek waar je niet doodgaat zo'n beetje. Ik weet dat je kan vast ook op andere plekken staan. Ik sta altijd hier, voel me hartstikke veilig. Voor de rest moet er dus nog één rood muntje daar op de staart. Dat is wel een van de moeilijkere, maar die doe ik al het laatst. Oh, godverdomme. Mamma mia. Ik geloof dat je wel hier een checkpoint hebt, dus je hoeft hier niet helemaal de wereld in. En ik moet zeggen, ik ben al heel lang niet dood gegaan bij de Giant Sandbird. Ik moet gewoon meer drinken, hier met die vlugel. Ik heb een paar keer nu gelivestreamd, dat ik zeg maar een soort drunk stream doe. Maar mij mag het eigenlijk niet. Wat ik dan vaak doe, is ik zuip sowieso, maar dan doe ik als iemand 10 euro doneert, neem ik een shotje. En mensen willen dan toch op een gegeven moment een beetje zien dat er wat misgaat. Dus op een gegeven moment zijn er mensen die zeggen, hier heb je 10 euro, drink maar door, sukkel. En ja, ik vind het allemaal prima, want ik krijg betaald om bier te drinken en Mario Sunshine te spelen. En ik merkte dus dat ik kan deze game zo op autopiloot, dat zelfs met heel veel bier in mijn systeem gaat de hele game spelen me nog prima af. Alleen toen op een gegeven moment werd ik heel misselijk en merkte dat ik echt heel bezopen was. Ik denk, ja, ik ga mezelf niet volledig voor paal zetten op stream. Dus net zijn we op het moment dat mensen het allerinteressantst vinden om de stream te kijken. En ben ik gestopt, ben ik in bed gaan liggen. Nou, als ik in bed lig, word ik al helemaal misselijk. Heb ik me ingewanden eruit gekotst, joh. Was goeie. Dus zeer zeker binnenkort weer een keer een alcoholische Mario Sunshine stream. Als ik weer een keer wat te vieren heb. Een of andere vakantie of zo. Oké, dankjewel voor de mooie draai. En deze nog even zien te pakken. Je moet vooral een beetje rustig aanbewegen. Ja, dan. Please. En draaien. Oké. Alleen maar het eindstation te vinden, dat is daar zo. Maar gaat hier een heel rondje omheen, dus we kunnen even wachten. Je kan vanaf hier de sprong wel wagen als je een beetje een wagenhals bent. Ja hoor. Als het goed is, is hier ook gewoon de laatste. Yes! Hartstikke mooi. Maar in ieder geval, over de Shockley Quasar limiet nog eventjes gaan. Ik weet dat de onderwerpen zijn één grote weerwar van wat de fuck is die gasten aan het doen. Het geinige is dat wij scheikundigen,
Wij zijn aan het hacken, man. Wij zijn hackerboys. Wij zijn een beetje aan het kijken van, kunnen we dat maximale limiet van die natuurkundigen, kunnen we dat niet een beetje veranderen? Ze gaan uit van een heleboel dingen. Ze gaan ervan uit dat je, dus het idee eigenlijk, ik ga je proberen uit te leggen hoe een zonnecel werkt. Het is een beetje ingewikkeld, maar het idee is duidelijk. Wat er gebeurt is, je hebt licht. Ja, duidelijk, van de zon. Ja, snap je het nog? Het licht van de zon raakt een plaat, de zonnecel. En wat er dus gebeurt is dat, daar zit een photosensitive dye op. Wat er gebeurt is, het zonlicht tikt een elektron, dat onze elektriciteit is, tikt die zo uit die verf, zo pats. En die elektron, die gaat zo door die hele zonnecel heen, zo hoppakee, langs een plek waar die verzameld wordt als elektriciteit. Bewegende elektronen één kant op, elektriciteit. Het enige probleem is nu, je bent een elektron kwijt. Je kan niet voor altijd gewoon op die verf blijven beschieten met licht, want op een gegeven moment zijn er geen elektronen meer om weg te gaan. Dus je moet die elektronen weer terug naar dat punt brengen, dat doe je door ze te recyclen. Door een bepaald ander stofje, ik geloof jood gebruiken ze daarvoor. Dat elektron, de energie van het elektron wordt daar afgehaald. Dat is een elektron met energie. Dat elektron wordt lagere energie. En dan via een bepaalde manier pompen weer terug in de verf. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Kijk, we moeten tegen deze gasten racen. Ik weet even niet meer waar we heen moeten. Ah ja, top van de berg. Got it. Maar het ding is dus, wij scheikundigen, wij zijn een beetje aan het hackenboyen. Wij denken van, maar wie heeft ooit gezegd? We gaan ervan uit, weet je wel. In de ideale situatie wil je dus eigenlijk per lichtdeeltje dat je erin stopt, één elektron krijgen. Maar wie heeft er ooit gezegd dat je niet gewoon twee elektronen kan krijgen van één lichtdeeltje? Wie zegt dat? Het klinkt heel logisch, maar dat soort dingen zijn ze allemaal aan het proberen. Dat is wel geinig. Dat soort dingen te volgen. Ik ga niet te lang praten over zonnecellen voor de rest. Ga ik je niet mee vervelen. In ieder geval interessante ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het altijd jammer dat ik op een gegeven moment dood ga. En dat ik wil gewoon graag weten hoe de aarde eruit ziet in jaar 3000, zeg maar. Ik denk dat het best wel vet is. Ja, toch? Zo'n tijdje geleden las ik iets over de voorspelling. Er was een gast die zei, ik denk dat het jaar 1990 was. En hij deed toen een voorspelling. Ze vroegen hem, hoe ziet de toekomst eruit qua technologie? En hij zei, we hebben momenteel een fototoestel. We hebben een rekenmachine. We hebben een mobiele telefoon voor de sms'jes. En we hebben onze spelcomputers. Ik voorspel dat in de toekomst al die dingen op één apparaat zitten. Eén klein apparaat dat gewoon in je broekzak past. Waar je foto's mee kan maken, waar je berichten mee kan sturen. Je kan zelfs je e-mail checken. En communiceren met de hele wereld. En iedereen zei, wat een sukkel. En nu hebben wij onze mobiele telefoons. Echt gewoon 20 jaar later. Als je gewoon, ik ben vaak zo blown away met technologie en hoe snel het allemaal gaat, joh. Weet je, de PlayStation 1 was nog niet zo lang geleden, hoor. En ik zit hier met mijn PlayStation 4. De GameCube, als je het nu gaat vergelijken met de Nintendo Switch qua grafische kwaliteiten. Wat is er allemaal aan de hand, joh? Televisies. Weet je, een paar jaar geleden had iedereen nog zo'n hele dikke kast. En nu in één keer is het, ja... heeft bijna iedereen wel een plasma. Die dingen kosten echt geen drol meer, joh. Ik heb ook gewoon een tv in mijn kamer. Oh ja, shit. Misschien moet ik een keer een tv halen. Oké, doe ik dat, weet je wel. Het hoeft allemaal niet. Het kost allemaal geen drol meer, joh. Dus ik ben zo benieuwd naar het jaar 3000. Zat mensen die voorspellen dat tegen die tijd is de mensheid al dood. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk wel dat sommige dingen radicaal anders zijn. Vooral door dingen zoals dat onze olie opraakt, weet je. We moeten echt wel op bepaalde momenten echt een beetje kritisch gaan kijken met... Hey, hoe gaan we zeg maar onze planeet iets minder verneuken en met z'n allen een beetje samenleven? Ik ben ook vooral benieuwd of we in een betere maatschappij leven dan. Momenteel, jij en ik hebben een... Als jij deze video kijkt, je kijkt het op je mobiel of iets. Als je ook maar een internetverbinding hebt, heb je eigenlijk al gewonnen. Als je bedenkt dat er zapplekken op de wereld zijn waar we gewoon nog mensen leven zonder toegang tot internet. Die helemaal geen mobiele telefoon hebben, weet je wel. Wij doen het in principe redelijk prima. We zitten sowieso, als je ooit in een vliegtuig hebt gevlogen, zit je geloof ik al aan de rijkste 10% van de mensheid ooit. Als je niet met een vliegtuig hebt gevlogen, moet je doen, dus wel lachen. Ik ben vooral benieuwd of we in de toekomst waar daadwerkelijk een beetje wat meer om elkaar gaan denken. Probeer geen hippie speech te doen hoor, ik ben gewoon benieuwd. Of we nog steeds zo'n gigantisch gapend gat tussen de armoede hebben. Vooral ook het ding dat langzamerhand kunnen zoveel dingen gedaan worden door robots. Ik probeer geen complottheorieën te gooien hoor, maar ik zeg het al vaker bij de McDonald's. Bestel je nu via een robot, weet je wel, langzamerhand bij de supermarkt heb je gewoon een self-checkout. En misschien één bewaker die dat checkt, maar je hebt gewoon 8 kassa's tegelijkertijd en 1 gast die het in de gaten houdt. Langzamerhand worden zoveel banen onnodig. Dat ik denk van, dat is geen probleem, dat minder mensen hoeven te werken. Daar wordt al vaker gesproken over, ja. Voor mij heb ik dat feitje nooit verteld, maar ik heb wel op mijn feitjeslijst geschrapt. Er was zelfs een voorspelling, zeg maar weer in de jaren 90, we gaan kijken naar de toekomst, dat iemand voorspelde dat... Vandaag de dag zouden mensen nog maar 20 uur werken en zo weinig te doen hebben dat ze zichzelf doodmaken van verveling. Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar...
Het ding is best prima dat we gewoon binnenkort gewoon doen. Nou, weet je wat, we werken nog maar. We gaan gewoon allemaal in met pensioen. Of we werken nog maar 30 uur per week. Weet je, we doen gewoon iedere vrijdag ook gewoon vrij. Het heet zelfs vrijdag. Ik bedoel, kom op, het zit al in de naam. Maar het ding is dan, dan moet je er wel van uitgaan dat de McDonald's met die robot, dat ze zeggen van, oh, we besparen nu heel veel geld op die robot. Dan geven we het geld aan jou. Afgelopen week was dat heel grappig. Apple die hadden zo'n hele mooie speech gedaan van, ja, wij vinden dat als bedrijf moet je meer doen dan gewoon een product maken. Je moet wat terug doen voor de samenleving. Waarop iemand reageerde, dat doe je ook als bedrijf. Het heet belasting betalen. Daar bouwen we onze wegen van. Daar betalen we ons onderwijs mee. Het grappige is dat Apple echt heel groot belastingontduiker is. Dus dan gaan zij zeggen, ja, we moeten teruggeven aan de wereld. Wij als bedrijf moeten ook proberen de wereld een betere plek te maken. Zo van, ja, je kan beginnen met je belasting betalen. Vond ik wel grappig. Ik had laatst met mijn vrienden een hele discussie over de dividendbelastingafschaffing. Ik zal er niet te lang over praten. Maar het komt erop neer dat Nederland eigenlijk nu heel veel bedrijven een soort korting geeft. Wat gebeurt er? Momenteel Brexit, één grote teringzooi in Brittannië. Er zijn redelijk wat grote bedrijven die zitten kijken van, ja, kut, we gaan weg uit Brittannië. Waar gaan we dan heen? En Nederland zegt, wij geven je allemaal korting, hoef je allemaal minder geld te betalen en zo. Dus dat is super chill. Dus Unilever heeft nu gezegd, wij komen naar Nederland toe. Die dividendbelasting, die wet kost ons heel veel geld, want bedrijven moeten minder geld betalen. Maar er komen ook meer bedrijven hierheen, meer werk. Ik geloof dat Unilever komt naar Nederland toe met een hoofdkantoor en dat soort dingen. Ik geloof dat hoeveelheid banen redelijk meevalt. Ik geloof dat als je het uitrekent, kom je op 3 miljoen dat het ons kost. Qua belastingcenten per baan. Niet een hele goede score ofzo. Maar het ding is vooral waar... Oh, we hebben deze wereld al gehaald nu. Waar ik vooral bang voor ben, is iets wat in de economie heet Race to Zero. Want eigenlijk inhoud, wij geven ze nu dikke vette korting. En binnenkort wil Brittannië ze terug zeggen, wij geven een nog dikkere vette korting. En dan zegt het volgende land, en wij doen 0% belasting voor alle bedrijven. Als we allemaal maar gewoon bedrijven minder geld laten betalen, betalen bedrijven op een gegeven moment geen geld meer. Dat is geen handig systeem om te hebben. Heel leuk hoor, om dit bedrijf een beetje goed te vriend te houden. Het zijn hartstikke aardige gasten. Ik ken ze nog, ik heb met ze in de middelbare school gezeten en shit. Maar het is wel handig als we geld van ze krijgen. Want ja, ze doen best wel veel shit. Op het moment dat eigenlijk alles gerund wordt door robots en zo, is het wel fijn als McDonald's wat van dat robot geld aan ons geeft. Dat wij ervan kunnen chillen en zo. Dus ja, in principe scheelt het dat als ik, ja, ik weet nog steeds niet helemaal wat ik wil in mijn leven, maar... In principe is de scheikunde business nog niet echt heel erg vervangen door robots. En het lesgeven ook nog niet helemaal. Op bepaalde manieren wel, met al die iPads en dat soort troep. Maar is het dan wat ik bedoel? Er staan nog geen robots voor de klas, zal nog even duren. In principe kun je dat redelijk goed doen hoor. Gewoon artificial intelligence, huiswerkhulp. Zometeen al die mensen die bijles geven, die kunnen er een puntje aan zuigen. Jullie krijgen niks meer. Ik ben al 1 uur en 17 minuten aan lullen. Misschien moet ik even wat water drinken ofzo. Is gezond man. Ik wilde eigenlijk een blikje energy meenemen, maar ik kon hem niet vinden. Dat is matig. Verder voor de binken die nog steeds dit kijken. Ten eerste, super bedankt dat je nog steeds kijkt. Ten tweede, super bedankt dat je nog steeds kijkt. Doe vandaag nog. Ik ga maandag waarschijnlijk livestreamen, de hele dag lang. Tweede paasdag viering voor de mensen die geen flikker te doen hebben. Plan is dan streamen van 1 uur middags tot 1 uur 's avonds ofzo. Dus als ik dacht, ik lig je alvast even in. Waarschijnlijk maak ik morgen nog even een video erover. Maar dan wordt het een beetje last minute. Of ik moet vanavond laat nog een video maken. Maar ik heb vandaag al 2 video's. Ik heb liever dat mensen gewoon die video's kijken. Dan hun view vergooien naar een of andere willekeurige kut update video. Je snapt het wel. Dus hoop ik vind het nog steeds een beetje leuk om deze video te kijken. Ik vind het wel nog steeds leuk om deze video te maken. Dus dat scheelt. Oh, we hebben nog een paar. Ik zit opeens met een onderwerpenlijstje te gluren. Ik heb nog een leuk legendarisch onderwerpje. Leuk 1 april grappie. Pornhub had een geniale 1 april grap. Ik geloof een paar jaar geleden. Ik was toen niet heel erg into the porn. Dus ik heb het ook allemaal niet meegekregen. Maar heel veel porno websites hebben een optie. Dat je een video. Ik ga nu ook even checken of het zo is eigenlijk. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het ook meteen zo is. Of dat het eigenlijk al bijna geen ding meer is. Het was heel lang een grap. Dat heel veel porno websites. Oh, niet zo trillen joh. Heel veel porno websites. Ik weet niet of ik te verstaan ben momenteel. Ik wacht wel eventjes. Pornhub. Rapper Josh, yes. Let's go. Eerste video. Oh ja, ze hebben momenteel ook een 1 april grap. De 1 april grap momenteel is dat als je naar Pornhub gaat, zie je alleen maar filmpjes van... Je kan het laten zien, aangezien het is geen naakt. Als je naar Pornhub gaat, zie je alleen maar filmpjes van dit. Zie je dit? Het is een muziekinstrument. Als in, je hebt een blowjob, dus ze hebben nu zo'n blowjob met allemaal blaasinstrumenten op de voorpagina. Wat dus heel erg een ding was, even geen geluid bij de porno alsjeblieft.
Kan het nog steeds? Ja, ja, het kan gewoon. Je kan dus gewoon porno delen via Twitter. Zeg maar, iedere pornovideo heeft gewoon een optie van deel via Facebook, deel via Twitter. En heel veel mensen maken daar grapjes over van, welke debiel deelt porno op Facebook? Van, hé jongens, kijk, ik heb een goeie gevonden. Veel kijkplezier, doei. Niemand doet dat. Dus porno had daar een soort grapje mee gedaan een keer met 1 april. Ze hadden zo heel groot, als je gewoon even aan het kutten was, een filmpje aan het kijken was, op een gegeven moment kwam je weer terug. Je klikte wat dingen op je mobiel aan, zei hij opeens, dankjewel voor het delen van deze video op Facebook. En iedereen denkt, hè? Wat? Ik heb hem helemaal niet gedeeld op Facebook. Dat is toch grappig. Het was voor heel veel mensen vast een heel erg intern moment van paniek. Ik kom met bullet bills aan, geloof ik, ja. Daar zijn we. Oh, fuck. Fuck. Fuck, ik had helemaal mijn ding nodig. Shit. Ik doe er nog eentje aan. Hij schiet kogels op je af. Seks, leven, ja, die klinkt nu als kogels. Paat. Je moet hem geloof ik maar 3 keer raken, dus... Ik hoop dat we van die trickshots te kunnen pakken. Maar het werkt bijna nooit. Werkt dit? Yes, nog een hit. Hartstikke mooi. That was the water with the flame, shit. Andersom, that was the flames with the water. Dus ik vond het best wel een grappig grappie van porno. Dat het liet lijken alsof je dit gedeeld had. Dat je in de volle bak paniek schiet. Maar eigenlijk had je het helemaal niet gedeeld. Hartstikke jammer. De hele keer wat. Oh, dat was een goede hit. Nice. Een direct hit. Voor mij is het een van de enige boss fights in een game ooit waar je meer dan 3 hits nodig hebt. Want ik weet pittig zeker dat ik er 3 heb in ieder geval. Oh, fuck. Ja, ze komen echt van alle kanten momenteel, joh. Rustig! Please, beuk me niet. Ik zag net een heleboel... Oh, daar zijn ze! Surprise, motherfucker! Fuck, man. Verlies in 1 keer bakken met HP. Waarschijnlijk gaat hij nu dood. Please sterf. Yes, hij klinkt redelijk alsof hij aan het uitgaan is. Nice. Over uitgaan gesproken. Weet je wat ik gisteren deed? Uitgaan. Als in, ik ging de stad in om te partyen. Ik hou niet zo van uitgaan. Ik ben uitgesproken anti-uitgaan persoon. Als in, ik ben dol op het terras zitten en een biertje drinken. Ik heb deze speech ook al 10 keer gegeven. Je weet mijn mening hier waarschijnlijk over. Ik hou gewoon niet zo van in de club staan met keiharde muziek. Dat ik niemand kan verstaan. Keihard moet schreeuwen. Bakken met geld betalen voor mijn drankie. Laat me gewoon even lekker zitten en genieten van mijn biertje, joh. Dus ik hou er niet zo van, maar ik heb me toch weer mee laten lullen door mijn vrienden. Het viel me op hoe gigantisch vaak ik herkend werd. Echt heel vaak dat mensen naar me toe gingen. Hey man, leuke video's op YouTube. Vind ik wel lachen. Nadeel is, niemand heeft me een biertje gegeven. Hey, als je me dan toch herkent van YouTube. Waar is mijn gratis bier, man? Kom maar door, kom maar door. Ik zou dat wel doen. Als ik Mark Rutte tegenkom in de club, krijgt hij van mij een Bacardi colaatje. Geen probleem. Dus dat was wel geinig om in ieder geval een aantal kijkers te ontmoeten in de club. Er waren zelfs een paar vrouwpersonen tussen, dus al mijn vrienden dachten, wow Rick, wat een fix. Nee, ik heb een vriendin. Oh ja, dat is waar ook. En ze vinden je waarschijnlijk helemaal niet leuk, dat is waar. Alleen de video's, ja, heb jij dan weer. Ja, gewoon vooral de muziek die ze daar draaien. Het was wel deze specifieke club. We hebben ook een soort rockcafé, dat is normaal chill, maar... Waar ik was draaien ze seksmedicalen. I wanna see a rainbow high in the sky. Op een gegeven moment een remix van Frozen's Let It Go. En ik denk, wat is dit nou weer dan? Maar, ik moet zeggen. Op een gegeven moment draaiden ze dus rapper Shores. Zijn nieuwste nummer. Wanneer begint het nou? Maar dan ook een remix daarvan. Nou, dat was best vet. Was wel hard. Ik heb genoten. Gewoon een goede, verse dosis rapper Shores. Wat ieder persoon eigenlijk nodig heeft. We zijn trouwens bijna halverwege de game. Dus ik vind... Ik zou het best indrukwekkend vinden als ik met een half met 3 uur door de game heen ga. Kan ik niet beloven, maar we gaan in ieder geval met een lekker tempootje, dat sowieso. Corona Mountain. Dat is echt het einde van de game. Dat laatste, ja, tussen nu en het einde van de game kom je gewoon niet tegen. Als we halverwege deze wereld zijn, dan zijn we dus halverwege de game. Qua hoeveelheid shines die je moet halen. Which is very nice. Ik eens even kijken op mijn lijstje met onderwerpen, of ik nog wat heb om over te praten. Ha, boom! Nou, wat ik ook wel geinig vond, is ik zag vandaag op Twitter iets wat ik noem cosplay shaming. Er was een foto van een meisje die in de trein zat. Dat gebeurt wel eens. Het was weer een hashtag treinleven. Die shit waar ik altijd mee in de metro sta. Een soort van onbewust.
Mannen stiekem een foto gemaakt van een vrouw die in een soort heel awesome battle armor met een gasmasker op. Echt een hele space warrior outfit. Zat ze gewoon in de trein te chillen. Die man stiekem een foto gemaakt met hashtag treinleven. Meer een beetje om haar te kakken te zetten van kijk deze weirdo. Dit soort mensen vind je in de trein. Terwijl ik denk juist, ik vind dat je ballen hebt. Hè. Ik heb het gevoel als op dit meisje, er is superveel naar gekeken. Supermensen hadden dat gedeeld. Dat meisje wordt eigenlijk gewoon een beetje te kakken gezet. Van, hey, kijk deze debiel. Terwijl ik denk, juist, ik vind het super stoer van haar. Ik vind het super stoer dat je gewoon fan bent van iets. En dan helemaal zo'n kostuum maakt, dat ook al best wel vet is. En dan ook gewoon de ballen hebt om gewoon geen neuk te geven en het gewoon in de trein aan te doen. Er zijn zat mensen die dat ook doen op evenementen. Wat ik sowieso heel vet vind, maar toch zoiets hebben van, ja, in de publieke sfeer. Weet je wat, ik doe het daar wel gewoon aan. Dan neem ik alle kleren wel mee. Ik vind het juist super vet dat ze gewoon de ballen heeft om het gewoon lekker daar te doen. Gewoon lekker in de trein en dan word je gewoon belachelijk gemaakt. Slaat helemaal nergens op. Ik vind dat we dit soort dingen juist moeten vieren. Vet toch? Ik vind dat super vet. Ik weet dat ik de laatste keer door Amsterdam liep. En er was in één keer een heel leger van Darth Vader. Met echt 20 stormtroopers erachteraan. En ik denk, ja, dit is toch fucking awesome. Ik denk dat er weinig klachten waren over Darth Vader en stormtroopers. Het was in ieder geval wel vet om te zien. Maar dit level is een beetje zoals fruit. Je moet een beetje kijken waar het begint te rotten. En dan moet je daar, ja, niet staan. Fruittips met Rick! Kut. Waarom weet ik niks van fruit? Nu lig je er. Fruit. Bam, 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 badabadam, dam, dam. Nou, we kunnen nog verder met een creepy verhaaltje. Ik heb net een verhaal gelezen van een man die zich de tering schrok. Hij had een manier gevonden. Hij had een kind. Laten we daarmee beginnen. Hij had er eentje. Zo'n kindje. En wat vaak wel handig is in deze wereld is als je op je kamer bent. Kinderen janken nogal. Je wil gewoon graag weten dat je kind een beetje nog zijn bek houdt s'nachts. Of alles goed gaat. Dus heel veel mensen hebben dan zo'n babyfoon, weet je wel. Dan hoor je wanneer de baby wakker is. En dan de baby niet te stinken met zijn poepluier op jouw kamer. Ideaal. Kijk, mooie timing, hè. Dus vandaag de dag is de technologie natuurlijk een heel stukje verder. En heb je naast een babyfoon ook gewoon een soort baby webcam. Gewoon een soort apparaat. En gewoon een monitor, eigenlijk gewoon een schermpje waarop je kan zien wat er aan de hand is in de kamer ernaast en of alles goed gaat. Dus die man had opeens een beetje een raar gevoel van, ik heb het gevoel alsof er iets niet goed is. Ik heb al heel lang niks gehoord ofzo. Dus hij kijkt in één keer op de webcam. En hij schrikt zich, de verschrikken metering. Het bakje van de kindje is leeg. De baby is weg. Hij denkt, fuck. Maar dat meest gevoel van, weet je wat, ik ga heel goed luisteren. Ik zet het geluid even aan, heel open. En opeens hoort hij iets nog veel engers. Hij hoort een vrouw zingen. En hij ziet er geloof ik dan opeens in de hoek staan met het kindje in de armen. Ze wiegt het kindje en zingt een liedje voor het kindje. Van slaap, in slaap. Zo, nee, wie de fuck is die vrouw? Kijk daar, nou, vrouw ligt daar gewoon nog. Hij denkt, what the fuck? Toen dacht hij toch, maar ik sprint gewoon die kamer in. What the fuck ben ik met mijn kind aan het doen? Hij springt die kamer in. Helemaal niks aan de hand. En het kindje ligt gewoon in het wiegje. Denk je, dit is gewoon een heel raar spookverhaal. Nee, het is duidelijk dat er eigenlijk gebeurt. Want wat bleek? Wat ik ook wel vaak had. Ik had vroeger van die walkie-talkies, weet je wel. Wat vaak gebeurde met die walkie-talkies is, ik ving babyphones op. Ik had echt super vaak dat ik babyphones hoorde over de walkie-talkie. Pedofielen haten deze heerlijke handige tip om baby's af te luisteren. I don't know. Ik heb ook een keer gehad geloof ik dat ik de politie kon horen. Geen idee welke frequenties jullie allemaal gebruiken, politie. Maar ik heb het gevoel alsof het beter kan. Oké, dit is een level waar ik hekel aan heb, want het duurt lang. Je hebt de 8 rode munten van het piratenschip. Er zijn 2 echt daadwerkelijk kutmunten van het piratenschip. En die ga ik nu even proberen te pakken. Vooral deze. Yes. Dan moet je ook nog naar het andere schip, wat altijd een heel gezeik is. Nou, dat wordt niks meer. Een soort van timing dingetje. Maar wat dus bleek, was dat zijn babyphone camera webcam installatie ving dus ook dezelfde installatie op van de buurvrouw. Dus hij kreeg een beeld van de kamer van de buurvrouw die, ja, hier werd het ook heel erg, de huizen lijken gigantisch op elkaar. Wij waren dezelfde babykamer. Kan er nog soort van mee door. Ja, je schrik je wel de tering in ieder geval. Dat is denk ik de moraal van het verhaal. Dat voor de rest ook nog een heel fucked up verhaal gelezen. Het verhaal heet eigenlijk waarom je je hond niet bitch moet noemen.
waren twee gasten, een kamergenoot. En ze hadden best wel chille regelgeving. Ze mochten daar namelijk gewoon een hond hebben. Want ja, in Amsterdam op kamers gaat dat niet heel snel lukken hoor, dat je daar een hond mag hebben. Maar zij mochten wel een hond hebben, fucking chill. Dus zij nemen een kleine chihuahua. En natuurlijk het geinige is dat een vrouwtjeshond noem je ook wel een teef. Of gewoon in het Engels een bitch. Dat werkt de benaming voor een vrouwtjeshond. Ze denken fucking grappig. Wij zijn flauwe studenten. Wij noemen de hond daadwerkelijk bitch. Best een goed idee, toch? Dus dat is het geniale idee van we noemen de hond bitch. Dat werkt best goed. En dan kun je gewoon dingen zo zeggen. Kom hier, bitch. Kom hier. Dus op een gegeven moment was er weer een avondje. Zij waren lekker aan het drinken op het grasveldje voor hun huis. En het was nogal donker. En op een gegeven moment, bitch was nogal, ja, weg. Dus ze konden eigenlijk gewoon de hond niet meer zien. En er liepen ook wat andere dronken gasten. Een beetje rond daar zo. Dus op een gegeven moment, die gast was zelf helemaal dronken. Hij roept, kom hier, bitch. Kom maar hier, bitch. En die gasten hebben dat, ja, redelijk verkeerd opgevat. Aangezien ze die hele hond niet konden zien. En hadden ze iets van, oh, wil je vechten? Maar na ze een pistool hebben getrokken. En een paar kogels op die gasten hebben afgevoerd. Ja, had ik al gezegd dat het in Amerika was. Maar, het is in Amerika. Je mag één keer raden hoe je daaraan zou gekomen moeten zijn. In Amerika mag je gewoon op alles schieten wat beweegt. Ik weet niet zeker of het waar is, maar het klinkt redelijk... Als ik al deze verhalen hoor, is dat direct de realiteit van Amerika. Ja, nee, als het beweegt mag je erop schieten. Dat is onze wet. Daar geloven wij heel erg in. Dus even te kijken, ik mis nog twee muntjes. Nou weet ik er eentje sowieso te vinden, maar die andere... Is het niet hieronder ergens of zo? Een beetje in de war. Waar is dat andere muntje? Oh, ik zie hem al daar zo. You see it? You see it, kijker? We waren best wel dichtbij, maar nog niet helemaal. We waren al hier, helemaal, maar nog niet helemaal! Even kijken. Zoiets, joh. Oh, 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 oh. Kan ik hier de bocht doen? Nee. Verdurie, daarom dacht ik dus al van oeh. Oeh. Ik hoop dat het goed gaat. Pats. Pats, pats. De controles zijn een beetje verwarrend. Soms moet je op B drukken en soms op A om zo'n plat op te flippen. Oké dan. Ik ben even aan het focussen hoor. Ik kom zo meteen weer terug met gare verhalen. Voor uw luistergenot. Ik wilde eigenlijk eventjes proberen die rode munt vanaf hier te pakken. Maar ik denk dat ik hem vanaf hier ook wel kan krijgen. Ah, yes! Anders moet je er echt heel irritant bij. Geen zin in. We doen het lekker op deze manier. I did it my way. Precies. Eens even kijken, wij willen er meer over hebben. Oh ja, porno was natuurlijk ook recent in het nieuws vanwege iets anders. Dat kan ik misschien leuk introduceren via het verhaal van Fort Gay. Er was een jongen, die was verbannen van Xbox Live. Ja, ik heb zelf geen Xbox, maar het is gewoon, ja, dat je online kan en een abonnementje voor hebben. Hij was verbannen van Xbox Live, omdat hij had gezegd dat zijn locatie, waar hij vandaan kwam, was Fort Gay. Vonden ze niet grappig, weet je. Er zijn zat mensen die op Xbox Live elkaar de tering is gelden voor homo neuker. Of whatever ze daar doen. Alsof het per se zo'n belediging is. En hij had dus gezegd dat hij woonde in Fort Gay. Maar het ding is, Fort Gay bestaat gewoon. Maar hij is dus verbannen. En uiteindelijk pas na een daadwerkelijke brief van de burgemeester naar Microsoft. De eigenaar van Xbox. En hadden ze het recht gezet. Maar, Fort Gay was eigenlijk recent ook weer in het nieuws, want Pornhub heeft weer een nieuwe geniale marketingactie. Ik kan gewoon hele video's praten over Pornhub, het is een prachtige website. Hun marketingteam is in ieder geval geniaal. Ze hebben nu een aantal steden in de wereld met gekke, dubbele betekenis, seksuele namen, gratis Pornhub gegeven. In Nederland hebben we het dorpje Rectum, dat natuurlijk ook voor kontgat staat, of in ieder geval je bibs. Die krijgen ook gratis toegang tot Pornhub, omdat ze zo'n onfortuinlijke naam hebben. Andere dorpjes in Nederland, zoals Seksbieren, waar ik meerdere keren geweest ben. Ik vind Seksbieren persoonlijk leuker dan Rectum, hoor. Ik geloof dat we nog een aantal, Nederlandse steden hebben die een beetje zo klinken. Je hebt dus ook Rectum, Mayenus, heb je in Amerika. Heb ik er nog een paar opgeschreven om over te vertellen? Heb ik dat? Geen idee. Mij heb ik het niet voor de rest meegenomen in het verhaal. Maar ik vond het in ieder geval erg leuk van Pornhub dat ze dus die paar mensen een gratis abonnementje geven. Het kostte geen drol. Zo'n gratis abonnementje geven, weet je. Zoveel mensen betalen ook weer niet. En je krijgt heel veel gratis reclame. McDonald's weet... McDonald's. Pornhub weet gewoon heel goed hoe marketing werkt. Je krijgt superveel reclame. Heel veel nieuwsstations in Nederland. Had helemaal geen stijl. Daar heb ik een filmpje over gemaakt. Die gingen naar Rectum toe. Om de mensen in Rectum porno te laten zien. Om te kijken of ze wat er van vonden. Vooral gewoon hele oude mensen. Gewoon van een rare... katholiek dorpje, weet je wel. Die gaan echt weinig doen met die gratis porno. Maar wel heel veel gratis reclame. Slim. Slim, 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 slim. Komt u maar. Misschien valt het je op, maar deze eieren lijken nog overdag veel op Yoshi-eieren.
Dat is de bedoeling. Ja, maar echt, echt de bedoeling. Pats! Wat ik nu wel eens had te denken, kun je dan gewoon een VPN gebruiken? Zeg maar, je dus het gaat op basis van IP-adres natuurlijk, dat Pornhub ziet. Hey, je bent in rectum, je krijgt gratis Pornhub. Je kan in principe gewoon door middel van wat computer trucjes gewoon doen alsof je uit rectum komt. Dat het voor internet lijkt alsof je een rectumenaar bent. Kan ik dat doen? Kan ik dan gratis porno krijgen? Ik ga even praten met mijn tech vrienden. Ik heb altijd een paar mensen om me heen die meer weten van computers dan ik zelf. Is handig, want ik weet niet zoveel van computers. Ik weet hoe je Mario Sunshine moet spelen, daar stop ik mijn tijd in. Komt u maar. En geslacht. Oh, snel. Oh, kapot. Yes. Oh ja, moet je even luisteren wat die bloem zegt. Een andere YouTuber had ooit de theorie dat ze zeggen, oeh, I'd love a dick. Als in, oeh, ik heb wel zin in een piemel. Als je een beetje wilde fantasie hebt zoals ik, dan is dat zeer zeker terug te horen. Trouwens, alle levels in Super Mario Sunshine hebben ook een 100 muntenster, maar die haal ik echt nooit. Oh, dat ging echt snel. Jeetje. Ieder level heeft een 100 muntenster als je echt de game wil uit... Wat? Ik ga hem even weer... Hè? Heb ik zoveel moeite met deze laatste. Niet zo snel, makker. Oh nee, geen love dick. Ik hoor het alweer. Oeh, jam. Ja, dankjewel. Ook van jou. Voor de rest kunnen we eigenlijk doorgaan met de echte, zuivere, allergrootste levensvragen. Namelijk de volgende vraag. Stel, olifanten zouden al uitgestorven zijn. Gewoon een paar duizend jaar geleden alle olifanten dood. Zouden wij dan, vandaag de dag, weten dat olifanten een slurf hebben? Mag je even over nadenken? Hè? Precies. Hè? Precies. Nou echt, kijk. Een grootste deel van de dieren die dood zijn, zoals de dinosaurus en zo, dan vinden we zo'n skelet. Dat ligt al een soort van goed, puzzel een beetje in elkaar en denken we, nou, zo zag een dino eruit. Dan ga ik je iets schokkends vertellen. Een slurf hebben geen botten erin. Dus, wanneer je een slurf hebt, is dat, ja, maar er zitten geen botten in de slurf. Dus hoe gaan we hier dan achterkomen? Hele goede vraag. Hoe weet je dat je te maken hebt met een slurf als er geen botten in zitten? Dan blijft best allemaal de vraag dat in sommige bepaalde omstandigheden ook de rest van het lichaam kan een fossiel kan worden. En een afdruk krijgt. Dus alsnog, op die manier zou je er wel achter kunnen komen. Maar alsnog, het zou zeer zeker, de kans is zeer zeker aanwezig dat het niet goed genoeg gebeurt. En dat we dus gewoon daadwerkelijk sommige dieren vandaag de dag verkeerd begrijpen. Ik heb geloof ik al eens iets gelezen over de bepaalde dino's. Opeens bleken veren te hebben en dat soort dingen. Je hoort ook wel eens dat vogels de enige echte dinosauriërs zijn die we nog hebben. De kippen en zo. Het zijn bepaalde manieren, zijn er weer dino-vrienden. Dit is mijn favoriete level in de game, omdat ik een hele grappige afsnijroute heb gevonden. Normaal gesproken moet je hier achter een soort 2D klimparcours doen. Best irritant, duurt lang. Als je hier staat en je maakt een hele goede backflip, zonder je kop daar tegenaan. Het is geen backflip, het is zo'n flip. En dan gewoon zo doet, dan vlieg je gewoon dwars door dit wiel heen meestal. Meestal! Verdorie. Meestal vlieg je dwars door het wiel heen. En dan... Het is echt heel makkelijk, je hoeft hier geen skill pro in te zijn. Wat momenteel gebeurt in dit level is er zit een elektrische schildpad op de draaimolen. En die geeft heel veel energie aan de draaimolen. Waardoor de draaimolen heel hard draait. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, dat kunnen we er niet bij hebben. Dus we moeten even zien te voorkomen. Ik denk iets meer via de zijkant naar binnen. Lukt het deze keer wel? Maar natuurlijk lukt het deze keer wel! Je moet dus eigenlijk het hele level vechten om hem, zeg maar, dood te maken. Even iets op dat touwtje springen. En dan zo boing, boing, en nou, kijk eens aan, de nerd. Nou, ik wil graag eventjes praten over de serieuze onderwerpen. Nou, die complottheorieën die ik eerder deze video op mij heb gegooid. Ik wil gewoon even graag praten over het feit dat vroeger alles beter was. Toch is wat veel mensen horen. We hebben net nog gehad over hoe de mobiele telefoon zo naar voren en naar vooruit is gegaan. Eén ding wat heel erg jammer is aan mobiele telefoons. Ik weet niet, ik denk dat de meeste van jullie al best wel... Oh, een leuke kijkersvraag voor deze video. Hoe oud was je toen je eerste mobiele telefoon kreeg? En weet je nog wat voor mobiele telefoon het ongeveer was? Ik was 12. Vandaag de dag redelijk oud. De meeste 12-jarigen hebben vandaag de dag echt al lang al een telefoon. Maar toen was dat redelijk een ding.
En ik kreeg zo'n klappertje. Dat was zo'n mobiel die zo, check, die zo flippen kon. En dat je daar zo je toetjes onder. Dat was een Samsung, geloof ik. Of een Motorola. Maar dat was een Motorola. Die dingen waren helemaal hip. Dan kon je echt alleen maar sms'en. En dan kon je liedjes spelen via de sms. En je kon misschien nog... Vroeger had je heel veel reclames op tv. Voor sms dingen. Van sms dit en dit. En speel de meisje met de preien ringtoon vrij. Vandaag de dag download je gewoon een mp3'tje naar je mobiel. Maar het enige voordeel aan mobiele telefoons van vroeger is, / was, dat je komt tand toe lang mee met de batterij. Het was toen echt zo gewoon, oh, ik laat mijn mobiel op en gewoon... Ja, gewoon 2 keer per week of zo. Dus gewoon, oh, ik heb 40% batterij. Prima. Dus nu 40% batterij heb, denk ik, ja, we gaan dood, joh. Hoe ga ik dit daadwerkelijk overleven? En niet dat we in de maling worden genomen. Dat is vooral gewoon, vroeger kon je geen flikken met je mobiel. Als je vandaag de dag alles op je mobiel eraf haalt en gewoon alleen maar gaat bellen en sms'en, dan kan dat ding prima een week mee. Alleen, we zijn toch weer Pokémon Go aan het spelen. En andere activiteiten aan het doen. YouTube-video's aan het kijken, misschien. Kan je doen, dat je nog. Wel geinig in ieder geval. Het ding is natuurlijk ook dat... Ik zou graag meer batterijen hebben. Je hebt al van die battery banks, maar ja, die vergeet ik altijd. Dat weet ik dan weer. Ik zou graag een mobiele telefoon hebben met een wat langere accu. Maar dan worden ze dus dikker vooral. Dat is vooral gewoon een beetje de ruil die je maakt. Van wil je een telefoon die er mooi uitziet en lekker dun is? Of wil je een telefoon met langere batterijduur? Ik heb het gevoel alsof er echt sap mensen zijn die prima een beetje fashion in willen ruilen voor langere batterijduur. Je niet met zo'n fucking battery bank loopt te sjouwen. Die batterij is dan super klein, maar gewoon 2 keer zo groot heb je 2 keer zoveel batterij. Of werkt dat niet helemaal zo? Voor mij wel. Ik denk dat er echt een markt voor is. Als je dan nog veel te veel geld hebt en je wilt investeren in een dom idee. Telefoons met gewoon een dikkere batterij. Gewoon dat werkt, de iPhone, maar dan met een dikkere batterij. Apple zou hem maken en dan gewoon 1000 euro extra vragen, omdat ze dat met alles doen wat ze doen. Hey, we hebben dit gedaan. Oh, echt super makkelijk. Je hebt gewoon meer geheugen ingestopt. Ja, dat is dan 300 euro. Ja, maar de waarde van het extra geheugen is echt 10 euro. Ja, dat klopt. Nou, genoeg over, genoeg haat naar Apple. Als je dit kijkt op een iPhone, verbrand hem. Of niet. Wat jij wil. Mijn dood. Jammer. Doe je niks aan. Behalve wel wat, oké. Deze is ook redelijk irritant, maar dat is meer. Niet zozeer omdat je vaak doodgaat of dat je game overgaat hier of zo. Het is allemaal wel te doen. Maar het einde is heel irritant. Je gaat het vanzelf zien. Geniet. Oh, deze spijker is ook blijkbaar niet te beklimmen, joh. Dat doe je allemaal, Mario. Gast. Wat moet ik allemaal met jou aan, hè? Wat moet ik met jou aan? Waar wil ik het nu eens over gaan hebben? Oh, we kunnen het hebben over kleurenblinde mensen. Ik had eens iets gelezen over dat in de Tweede Wereldoorlog... werden heel veel kleurenblinde mensen ingezet voor hun speciale gaves. Kleurenblinde mensen waren namelijk heel erg goed in staat... om bepaalde vijandelijke bommenwerpers te spotten. Omdat ze dus ja, kleur heel anders zien. En die bommenwerpers zijn natuurlijk ja, misschien best wel handig gecamoufleerd. En op die manier ging dat echt super makkelijk. Dus dat was super chill. Gewoon even shout-out naar mensen met kleurenblindheid. Ik geloof dat je ook meerdere vormen van kleurenblindheid hebt. Afhankelijk van welke kleuren je wel en niet kan zien. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Je hebt zat foto's hoor van hoe ziet kleurenblindheid eruit. En dan verandert gewoon een paar kleuren op de foto. Boom. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen kleurenblind zijn eigenlijk. Ik heb bij middelbare school met biologie krijg je heel veel over kleurenblindheid. Vooral omdat het op een bepaalde manier genetisch is. Dat had ermee te maken dat je het vooral van één van je ouders kan krijgen ofzo. Omdat een bepaald chromosoom zit en dat daardoor mannen of vrouwen het vaker hadden ofzo. I don't know. Het was alweer een tijdje geleden. Dus het irritante punt van de game is hier. Je moet vanaf dit blok daarheen. Want een hel, kan ik je vertellen. Dit blok moet je dus op het juiste moment springen. Maar op het hoogste moment, zie je dit? Je ziet dit shit? Oh shit. Oh kut. Oh. Deze tornado spin is ook heel moeilijk te sturen. Wat meestal gebeurt bij dit blok is dat je valt. En het lukt niet. En je bent gewoon meteen weer daar op een blok. En je klimt weer omhoog. En dat dan 10 keer. Heel soms gaat het echt helemaal fout. En dan mag je weer helemaal opnieuw proberen. Ik was juist zo trots op de vooruitgang die ik boekte. Dat ik echt dacht van oeh shit. Ik ga deze game echt gewoon in no time afkrijgen. Maar... dit helpt niet mee. Ik zeg het gewoon eventjes, voor het geval je eraan twijfelde. Ik wil graag de game heel snel uitspelen, maar ik heb niet het gevoel dat het helpt. Ik kan echt oneindig levens farmen hier. Er zijn gewoon 3 plekken waar een leven ligt of zo.
Je kan gewoon iedere keer 3 levens pakken doodgaan. Dan, ja, als je een beetje... Ah, kom op! Ik ben ook echt al meerdere keren daar doodgaan. Misschien moet ik gewoon een andere route door de doolhof heen nemen. Maar dit is de route die ik altijd neem. We moeten vasthouden aan onze oude principes. En dat soort shit. Ik ga heel even gauw gluren op mobiel of ik nog belangrijke berichten heb. Aangezien ik zo lang... niks aan het doen ben. Dat was vooral een bericht van mijn broertje. Kan wel. Kunnen we wel erbij hebben. Even focussen nu. Gewoon even, misschien gewoon even een minuut even niks zeggen. Gewoon eventjes, even stil, even rust. Ook voor jou als kijker, weet je, dat is ook gewoon vermoeiend. Ik heb geen idee of je dan één stuk aan elkaar kijkt. Ik neem het nu al 1 uur en 45 minuten achter elkaar op. En ik kan je vertellen, ik word moe hoor. Ik heb gewoon ingebouwde moeheidssensors en ze beginnen te tringelingelingen. Zo. Ja. De eerste keer dat je me vanaf nu weer gaat horen spreken is waarschijnlijk een keiharde godverdomme, dan weet je dat alvast. Yes. Yes, got him. En dan gaan we deze halen. Yes. Ah. Dit is wat ze ook vaak wel noemen, de Let's Player's Curse. De vloek van de speler. Het eigenlijk inhoudt dat... heel veel mensen beseffen dit niet. Maar ik heb vaak een beetje het imago op YouTube dat ik zuig in games. Terwijl ik weet redelijk zeker dat als jij en ik een potje Mario Sunshine tegen elkaar spelen, dat je helemaal kapot maakt. Ik ben redelijk goed in deze game. En ik ben redelijk goed in heel veel andere games die ik speel. Wat mensen vaak vergeten is dat je... Mijn hoofddoel van deze video is niet goed zijn in Mario Sunshine. Sommige mensen vergeten dat even. Mijn hoofddoel van deze video is een leuk verhaal vertellen, zodat mensen blijven kijken. Niemand hier die kijkt voor de MLG. Zeg maar, je hebt mensen die... Ik zeg altijd zo, je hebt 2 soorten YouTubers. Nou, 3 soorten. Je hebt YouTubers die zijn heel goed in de game. En die kijk je omdat ze zo goed zijn in de game. Gewoon puur speedrunners, weet je wel. Die gewoon absurd goed zijn in de game. Dat je gaat kijken bij de beste teams van CSGO of zo. E-sports, weet je wel. Dan vind je het gewoon vet om mensen te zien die goed zijn in een game. En je hebt mensen die zijn te vermaken om te kijken, vermakelijk, entertainend. Omdat ze gewoon leuk zijn in hoe ze de game spelen. En dan heb je eigenlijk nog een derde groep. Dat zijn mensen die hebben geen van beide. Geen idee waarom ze meer abonnees hebben dan mijn kanaal. Heverdorie. Maar ja, wat je dus moet weten is dat als ik deze video's maak, mijn hersenen zijn eigenlijk als een computer. Je moet rekenkracht toewijzen. Bijna al mijn rekenkracht gaat naar verhalen vertellen. En ik ben niet bepaald druk bezig met de game. Dat is het fijne. Daarom speel ik zo graag Mario Sunshine heel vaak. Ik speel ieder jaar de Harry Potter games weer opnieuw in stream. En soms speel ik ze zelfs meerdere keren per jaar. Omdat, ik ken die games uit mijn hoofd. En dat is juist waarom ik ze speel. Ik vind het chill om een game aan te hebben. Maar ik vind het ook gewoon chill om gewoon lekker te kunnen praten zonder dat ik wat moet doen. Ik probeer zo vaak op stream een game te spelen die ik nooit heb gespeeld. Ik ging laatst een keer Ark streamen bijvoorbeeld. Ark Survival Evolved. Ik snap er geen flikker van. Ik ben alleen maar, huh? Hè? Wat moet ik doen? Huh? Ik snap het niet. Dat is naar mijn mening geen vermakelijke content. Ik ben alleen maar gewoon in de war. Is dat leuk om te zien? I don't know. Ik ga even die gast met het ei pakken, want hij doet fucking irritant. Hij zit iedere keer weer, kijk, ik heb een ei. I know, het is Pasen, gast, rustig. Oh, dat is erg hoor. No, erg verhaaltje dit. Mijn moeder die werkt sinds kort, doet ze redelijk veel werk met verstandelijk gehandicapten. Zeg maar gewoon verzorgen en vooral gewoon leuke dingen met ze doen, weet je. Dan gaan ze bowlen, gaan ze in de bioscoop en dat soort dingen. Heel werk waar ze heel erg van geniet. En ik had afgelopen dagen al een beetje een grapje voorbij zien komen. Zo'n ding van, oeh, als je een goede 1 april grap wil uithalen, zeg tegen je kinderen dat je paaseieren hebt verstopt. En dan laat ze 3 uur zoeken en zeg dan 1 april. Nou, iemand bij mijn moeder op de werk heeft dat gedaan, maar dan met mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind dat echt niet kunnen. Er zat er foto's van gepost op Facebook met kijk, ze zoeken, lol.
ik snap dat het is natuurlijk niet heel erg bedoeld als een soort... Ik snap als ik nu vertel en erom lach, krijg ja, vind je haast mij gewoon een lul. Het is natuurlijk gewoon bedoeld als een klein grapje. Het is niet de bedoeling dat ze verstandelijk gehandicapte mensen voor paal wil zetten ofzo. Dat was niet haar einddoel, mag ik hopen. Anders moet ze daar niet werken, dat kan ik je wel vertellen. Het is gewoon een leuk bedoeld grapje natuurlijk. Voor de rest vond ik het interessant dat ze de foto ervan deelden. Want ik ging ervan uit dat je in dit soort, ja, meestal in dat soort zorgdingen mag je geen foto's delen van je cliënten. Maar ze waren blijkbaar niet herkenbaar in beeld, dus dan mag het wel. Leuk, hè? Echt, wel een geinige grap. Het is een beetje zoals mijn 1 april grap. Je moet eigenlijk, de beste 1 april grap is dat, wat ik mij een keer leuk lijkt om te doen, is gewoon als ik helemaal een baan heb of zo en ik ben daar de famous prankster. Gewoon dat iedereen denkt dat je een legendarische 1 april grap hebt. Gewoon maanden van tevoren heb je al zin in mijn 1 april grap. Oh, ik zou niet naar werk komen als ik jou was. Oh no. En dan iedereen helemaal, oeh, wat is de 1 april grap? En dat er dan gewoon niks gebeurt de hele dag. Anticlimax, dol op. Mijn leven is een anticlimax. Dat kan ik je wel vertellen. Wat mijn seksleven, daar bevat verrassend veel climax. En Kleenex. Glassex ook, zeer zeker. Ik heb die fles Glassex al in zoveel video's laten zien. En ik kan je ook gewoon met gepaste trots vertellen dat die al maandenlang op mijn bureau staat. Hoe weet je dat je je leven niet op orde hebt? Een een fles Glassex op je bureau natuurlijk. Hoe anders? Dit is trouwens niet de volgende wereld. Eigenlijk moet het naar een andere wereld. Maar het ding is dat in deze wereld kun je pas verder. Maar ik heb dus net met ik heb Yoshi vrijgespeeld, zag ik toch? Je moet eerst met... Je hebt Yoshi nodig om deze wereld vrij te spelen. En je moet de eerste level van deze wereld doen. Anders dan moet je dus weer... moet je geloof ik eerst weer dat ei pakken. Weer Yoshi eruit halen. En weer deze wereld openen. Dus als je eventjes... Ja, als je dat Yoshi ei opent, moet je dus meteen deze wereld doen geloof ik. Een beetje onhandig. Ik vond het level vroeger heel moeilijk. Het is dus zo dat iedere keer als je die dingen raakt, worden ze kleinere versies. Wat vooral heel goed werkt is tornado's doen. En dan gewoon heel van die gasten gelijk raken. Het probleem is alleen dat als er op een gegeven moment heel veel van die kleine motherfuckers zijn, dan ja, wordt het nogal druk en dan word je alle kanten op gebonjourd. Vooral, ze laten allemaal van dat elektrische slijm achter. Als je dat aanraakt, dan neem je damage. Het is een beetje ingewikkeld. En wat je kan doen is, je kan besluiten één van de grote helften intact te laten. Dus ik dacht die gast aan te rennen, maar het werkt niet zo goed. Je kan besluiten één van de grote helften intact te laten en dan op die manier naar beneden te werken. Wat ook gewoon werkt is gewoon heel veel met je jetpack overheen en dan een beetje de veiligheid opzoeken. Het is een beetje moeilijk. Ja, de fighting is een smaller unit. Het is me nog niet opgevallen, nee. Fijn dat je zo scherp bent, flut. Van een flut systeem. Haha, daar komt het dus misschien vandaan. Oh, niet doen. Foei, 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 foei. Wat meestal werkt is dat als het een beetje druk wordt, is gewoon je jetpack pakken en dan vlieg je over ze heen. En wat zo meteen gebeurt, als je alleen maar kleintjes over hebt, dan gaan ze je aggro. Want eigenlijk nou, dat ze dus allemaal op je afkomen rennen. Nu gaan ze gewoon alle kanten op en moet je gaan hopen. Hey. Oh, ik heb nu alle kleintjes. Dat gaat echt super snel. Ik heb het level 1 nog nooit zo snel gedaan. Ze zijn nu boos en dan komen ze allemaal op je af wat chill is, want dan gaat het lekker snel. Ook een beetje een gevaarlijk moment natuurlijk. Een beetje een gevaarlijk moment, maar dat hou we wel van. Gaat goed. Even een klein beetje focus, want ik heb geen zin om het te verpesten, want ik haat deze missie. Het duurt gewoon te lang vaak. Normaal ben ik echt wel gewoon 10 minuten met het level bezig, omdat ik ze gewoon niet lekker kan vinden. Als ze eenmaal dus in de roze versie zijn, dan gaan ze toch op je af, dus dan gaat het allemaal lekker snel. Ik spam gewoon heel vaak zo'n spuit aan, spuit uit, want ik hoef maar 1 druppel water op te spuiten. Ik kan mijn spuit wel ingedrukt houden, maar dat kost heel veel water, dus daarom doe ik, hoor je waarschijnlijk heel veel geklikt. Jeetje, wat zijn er te veel! Ik ben blij dat dit soort beesten niet in de echte wereld bestaan. Alhoewel, er zijn wel dieren die je in tweeën kan trekken en dat beide delen voor mij gewoon doorgroeien. Ik weet niet, je moet het daar met een worm. Wormen die kunnen toch? Die kunnen toch salamanders op? Als je de staart van een salamander afhakt, dan groeit de staart weer terug. Ik vraag me niet hoe ik dat weet. Ik heb vroeger wel heel veel met salamanders gespeeld, als in ik vond ze. Kist ze over mijn hand heen. Thanks, dieren. Oh shit, ik ben een beetje low aan HP. Ah, fuck it, we gaan er gewoon voor. Soms moet je een beetje een risico nemen in het leven. Anders ben je ook maar zo'n loser. De laatste? Yes, nice. Het strand is weer veilig. Geen probleem, wereld. Weer een overwinning voor Mario en zijn vrienden. Nee, maar echt. Dat is een goede overwinning, niffo's. Hotel Delfino. Haha. I know. Ik ben de beste. Ik hoor het wel vaker. Dank je dan. Zo. Bam! Nu we toch een beetje in de Mario vibe zitten. Ik ben niet heel bekend met de meeste moderne artiesten.
Ik kan weer hele rant gaan gooien. Ik hou gewoon niet zo erg van de meeste muziek die op de radio is. Zitten leuke nummers tussen hoor. Ik heb wel eens een nummertje hoor van Post Malone of desnoods Adele. Er zitten wel wat leuke nummers tussen. Maar ook stadnummers dat ik gewoon denk, ja, niet per se slecht. Maar als je denkt van, wauw, dit alsjeblieft. Weet je wel. En dan dat verklaart misschien ook waarom uitgaan niks voor mij is. Gecombineerd met dat ik niet hou van dansen en niet kan. Die twee dingen kunnen los van elkaar staan. Soms geniet ik wel van dansen, ondanks dat ik er geen flikker van kan. Dus in principe. Nee, ik had dus iets gelezen over rapper Logic. Dat is best wel een bekende rapper, meneer. Ik zou geen enkel nummer van hem kunnen noemen, maar ik zie wel die naam. Ik denk, ja, dat is er een van de bekende gasten. Wat hij dus blijkbaar vaak doet als hij aan concerten is, is hij nodigt andere rappers uit op het podium en speelt dan een potje Mario Kart met ze. Dat heeft hij nu al met 35 verschillende rappers gedaan en hij heeft 35 keer gewonnen. En dan werd hij gepresenteerd als een supercool feitje, maar ik denk, ja, tuurlijk, hij speelt fucking veel Mario Kart. Iemand had er ook als reactie onder gezet. Ja, hij heeft ook een aantal van werelds beste rappers ingemaakt in Mario Kart. Hij zou waarschijnlijk ook gewoon werelds beste Mario Karters kunnen uitnodigen. En ze dan inmaken in rap. Dat is, ja, als je maar gewoon je eigen gevechten kiest, dan win je vanzelf wel, weet je wel. Ik kan gewoon zeggen, ja, ik ga allemaal YouTubers uitdagen voor een wedstrijdje scheikunde. Ja, maar je studeert dat. Dit is het nou en. Laat me, ik ben gewoon fucking goed. Laat me even zien dat ik fucking goed ben. Waarom gun je me dit niet? Precies. Eens even kijken. Wat zijn we allemaal doen met ons leven? Deze wereld is wel leuk. Het is een oase van rust. Tot een bepaald niveau. Zometeen moeten we even gaan hebben over Hentai Tentakel trouwens. Als je Hentai Tentakel kent, ben je een real Serpent Gameplay MVP. Als het je iets zegt. We hebben Hentai Tentakel al twee keer gezien in deze game. Het is dat monster in de havenwereld, de tweede wereld. Die monster met die tentakels, dat je zijn kop eraf moet trekken en zo. Ik heb trouwens niet eens een leuke trucje laten zien, dat hij altijd bijna doodgaat, dat je hem kan martelen en zo. Ja, nou ben je benieuwd, kijker, die deze game nooit hebt gezien. Nee, het ding is dus dat Hentai Tentakel is het verhaal van mijn allereerste YouTube-video met meer dan 1000 weergaven. Dat was toen echt een ding, weet je, ik was daar super trots op. Vandaag de dag, als een video geen 1000 weergaven haalt, denk je wel van, hè? Niet dat ik arrogante zak ben, maar het is meer dat alle video's halen wel momenteel, nou, 4000 wel. Als een video geen 4000 weergave heeft, dan denk ik wel van, huh, waarom niet dan? Want dat hebben ze toch gewoon altijd. Ik heb toch een soort arrogantie wel dat ik ervan uitga dat mensen een bepaalde video kijken, omdat ze dat altijd doen ofzo. Mijn abonnees groeien misschien wel niet, maar de views op video's, dat gaat gewoon prima. In ieder geval, eerste video dus ooit waar ik 1000 views op had, was een video getiteld Super Mario Sunshine deel 7 of zo. Hentai Tentakel. Dat was omdat ik vocht met die boss fight en ik noemde hem Hentai Tentakel, omdat hij is, ja, een octopus. En hentai is, zeg maar, getekende porno en ik weet dat Japanners heel veel hebben met rare octopus porno. In ieder geval niet alle Japanners, maar het is een ding. Het is een ding, octopus porno. Dus ik vond het grappig om die inktvis Hentai Tentakel te doen. En ik had dus opeens 1000 views op die video. Niemand zo'n goede video was of zo. Echt een kut video. Maar ik had 1000 views. Ging kijken waar ze vandaan kwamen. 80% van die 1000 views kwamen uit Japan en Korea. Ik denk, haha, ik heb jullie te pakken. Het was juist een grapje naar Japan en Korea. Dat ze zo van getekende naaktheid houden. En die video kreeg bakken met views, joh. En dat is voor mij toen de tijd. Ik was echt, wow. Waarschijnlijk keken ze de video niet af, nee. Soms heb je gewoon een soort, ja, YouTube is een beetje de Matrix en soms heb je een glitch in de Matrix. Het is een beetje zoals die ene video Banjotown. Ik kan even checken hoeveel die bekeken is nu, toevallig voor de grap. Hij heet Hoeren Neuken Nooit Meer Werken, misschien dat je hem kent. Oh, ik sta nog steeds op Pornhub, dat is waar ook. Pak mobiel, denk, wow. Hoeren Neuken en Af en Toe Werken, was dat het? Banjotown. We gaan even checken hoeveel views die nu heeft. Ja, gevonden. Hoeren neuken en af en toe werken XXL gameplay GTA San Andreas. 681.000 weergaven. Meer dan 500.000 weergaven voor een video genaamd Hoeren neuken af en toe werken. Ik weet niet wat er mis is gegaan, maar er staan allemaal views vanuit het buitenland van 1 seconde en dan peren ze hem weer. Soms, heel soms, dan zijn all odds in your favor in de termen van Hunger Games. Doet YouTube-algoritme opeens een booby en dan gaan ze opeens een video bij iedereen in de aangeraden video's gooien. Als genoeg mensen erop klikken, dan, ik weet niet, het is een stukje magie of zo. En dat is denk ik ook een beetje gebeurd met Hentai Tentakel. En het gebeurt nooit op mijn eigen kanaal. Jawel, de stop met roken video is zo'n voorbeeld. Gewoon een video die bij heel veel mensen bij aangeraden komt en dan kijken ze, denken ze, wat de fuck is dit? Dan geven ze een dislike en terecht. Zou ik ook doen.
Je moet die kutvideo's van Rick van Serpent gameplay gewoon een duimpje omlaag geven. Voor de rest moet ik zeggen, ik heb nog nooit zo weinig blauwe munten gehaald in een potje Sunshine. Dat heeft ook wel een reden, aangezien ik snel probeer te zijn, soort van. Voor mij ga ik gewoon sneller zijn dan mijn Let's Race. Daar heb ik waarschijnlijk wel nog minder munten gepakt trouwens, want dan moest ik helemaal snel zijn. En ik heb het gevoel alsof ik sneller ga zijn dan mijn Let's Race. Terwijl ik speel de game nog soort van op een gemakkie. Ik laat af en toe de geheimen zien en zo die ik ken. Maar ook niet te veel. Ik heb zoiets van, als ik gewoon de game speel, dan heb je al best wel een idee van wat deze game al inhoudt. Je moet dus ook een beetje... een soort van snel zijn, niet want alles gaat weer terug. Gewoon met een beetje vertraging in het begin. Dit werkt niet ideaal, zoals je kan zien. Er zijn betere tijden, maar misschien halen we het nog. Voor mij is die boven al. Get up, Mario! Nee, Mario! Dus als we er nu uitbeuken, dan moet ik waarschijnlijk ook alles opnieuw doen. Shit. Shit! Ren! Woe! Nou heb ik het gehaald. Weet je wie hier opeens is? Weer voor de derde keer dezelfde boss fight. Hoe verzinnen ze het, hè? Ik vind het ook gewoon kunst, hoor. Nee! Godverdomme. Nee! I fucked up. Ik dacht al van ja, shit, als ik aan die tentakel trek. Ik ben bang dat ik dan naar beneden donder. Maar ik denk, nou, zal het toch niet? Die gasten zijn wel meegeglitcht. Hey, sukkels. Dat kost me tijd, hoor. Dat kost me tijd, die speedrun. Nou, goede 2 minuten of zo, maar er zijn ergere dingen in ieder geval. Heb ik dat verhaal van die hersencapaciteit ooit goed afgemaakt? Mij wel, het kan me gewoon meer dat ik druk bezig ben met commentaar. Ja, dat was het. Had ik het goed afgemaakt? Nou, bij deze nog even een korte samenvatting. Als je toevallig in slaap was gevallen of zo. Kom op, Mario. Soms wil hij niet springen als hij iets te dicht bij de muur zit of zo. I don't know. Maar ja, het hele ding dat je dus net weer die bossfight hebt, de derde keer dezelfde bossfight. Laat dus heel mooi een beetje zien wat ik eerder zei, dat mensen nogal wat problemen hebben met de game, dat die vaak... Je mag best een beetje wat dingen hergebruiken in je game. Je hoeft niet oneindig veel tijd erin te stoppen, maar dit is wel heel makkelijk voor mijn gevoel, hè. Het is wel echt gewoon boah, boah, boah. Wanneer je de eerste 3 werelden af hebt en ja, de rest van de werelden zijn kopieën van andere werelden. Prima, blijkbaar. Ik vond het wel grappig. Weet je hoeveel geld deze game kost, kijker? Als je hem koopt op bol.com nu. Hij staat gewoon op bolly hoor. Geen probleem. Oh. Weet je hoeveel geld deze game kost op bol.com? Doe eens een gokkie. Wat als ik zou zeggen? 100 euro! Zeg maar, sta maar niet. Hij kost 100 euro, maar dan koop je wel nieuw in het hoesje. Ik ben echt benieuwd of ik nog dingen heb op mijn kamer die veel geld waard worden. Ik heb zoveel games van kijkers gekregen en zelf gekocht. Als een van die games opeens nog een klassieker wordt, dan je bakken met geld. Legend of Zelda. Niet de nieuwe voor de Switch, maar zeg maar de Ocarina of Time en zo. Ik geloof dat Ocarina of Time nieuw in de doos... Nou, nieuw is de game dan sowieso niet meer, maar... Als je hem nog hebt in de doos uitvoering, die zijn echt 100 euro waard geloof ik. Fucking sick. Moet je dit zien. Je moet dus aan zijn neus trekken, maar je kan dus ook... een beetje aan zijn neus trekken en dan krijg je dus dit. Vind ik altijd leuk om te doen. Altijd leuk om te laten zien. Moet je net iets verder trekken, dan gaat hij dood. Maar je kan hem daar dus vasthouden. Nou, lachen. Sterf, gij monster! Wordt hij even 2D? Sterft hij weer en dan komt hij weer terug. Ik vind het heel raar. Oh, even drinken. Gast, ik ben even aan het drinken, man. Hey, doe even normaal, joh. Hey. Wat is dan allemaal voor gedrag? Ja, precies. Zou ik ook zeggen als ik jou was met je dikke kop. Met je vieze slurf mond. Keiharde inktverslaving. Over inkt gesproken. Ik zat echt al een beetje te stressen. Van ja, shit, ik ben nu zijn halverwege de game. Voor mijn gevoel raken de dingen waar ik over kan praten toch een beetje op. En ik heb toch het gevoel, ja. Als je dan toch beweert dat het grootste deel van je video is om te entertainen. Moet je dat wel gaan doen, of niet dan? Ja, misschien. Dus, ik was een beetje aan het lezen over hoe inkt... aan het lezen was een video op YouTube. Waarschijnlijk vind je hem gewoon als je kijkt Why Ink Cartridges Are a Scam ofzo. Het verhaal begon heel uitgebreid met een man die werkte bij een webwinkel waar ze spullen verkochten. Dus er waren een helpdesk geloof ik. En in Amerika zijn sommige helpdesks tegelijkertijd ook verkooppunten. Dus je belt Ziggo van hey Ziggo, mijn router werkt niet. Ja, wil je ook een nieuwe router kopen? Wil je nog printegoed of whatever, weet ik veel. Dus ze proberen ook nog eens gewoon shit te verkopen terwijl ze je helpen met andere shit die niet werkt. Ik heb geen idee of mensen echt snel interesse hebben. Als ze al klachten hebben over het bestaande product, maar prima.
En hij zag dus als verkoper, zag hij de prijs die het kost om te maken van een product en waarvoor ze het verkocht. Had te maken met boekhouding of zo. En hij zag dus bijvoorbeeld gewoon, oh, een nieuwe printer kost €150, we verkopen ze voor €200, et cetera. Ten eerste, één ding dat opviel, heel veel printers worden verkocht met een verlies. Heel slimme marketing is dit weer. Het is een beetje het klassieke, het wordt ook in economie is een bekend concept, heet het scheermesjes idee. Dat scheermes, zeg maar, dat scheermeshouder, zeg maar, het ding waar je bakjes mee scheert. Niet de daadwerkelijke fysieke mesjes. Die maak je heel goedkoop. En dan, mensen moeten telkens nieuwe mesjes hebben voor het scheermes. Die maak je heel duur. Dan ben je hetzelfde als, je kan gewoon een auto een auto is niet goed voor, maar een goed voorbeeld. Zou je maken een auto waar alleen maar een soort magische speciale benzine in kan. Dan kun je die auto heel goedkoop maken, koopt iedereen hem. Maak je misschien in het begin de benzine ook heel goedkoop. En dan opeens verhoog je de prijs van de benzine, want ze hebben de auto toch al. Heel veel koffieproducenten doen het ook. Wij hebben nu dus dan zo'n ding met van die pads. Van die koffieautomaat, die maken dan hun eigen soort pads. Dus de koffieautomaat super goedkoop, een paar tientjes. En dan moet je wel letten van die nieuwe koffiepads kopen. Die maken ze dan duurder. Super slimme manier om je erbij te lappen. Wat ze dan vaak doen is het apparaat zo goedkoop mogelijk maken en de pads heel duur. En dat doen ze dus eigenlijk ook vaak bij printers. Printers worden vaak met een verlies verkocht en ze verdienen al hun geld op inkt. Die man viel namelijk op dat vaak was een printpakket, inktpakket, kostte ongeveer zo'n €60. Maar de productiekosten waren zo'n €1. Inkt is iets waarvan we het idee hebben dat het heel duur zou moeten zijn. Want het kost ook altijd heel veel geld. Maar de productiekosten van inkt zijn daadwerkelijk helemaal niet zo heel duur. Het is gewoon een soort oplichtingspraktijk. Gewoon genoeg partijen die het gewoon voor heel veel geld verkopen. En dat werkt soort van. Voor de rest liet hij een beetje zien hoe inktpatronen werken. Je hebt een bepaald ding, dat moet je in je computer proppen. De inkt gebeuren. Er zijn een aantal trucjes op. Dus bijvoorbeeld, wat een heel irritant ding is waar mensen ook wel vaak last van hebben, is het feit dat bijvoorbeeld, jij wil gewoon zwart-wit printen. Je print gewoon een tekstbestand uit, een samenvatting of zo in Word. Op het moment dat jij geen paarse inkt hebt, zag de computer meestal, of misschien werkt het alleen voor kleuren. Stel je wil gewoon een geel, dit wil je afprinten, dit zou boom. En dan zeggen ze, nee, sorry, je hebt geen rood. Ja, maar er zit geen rood in de afbeelding. Je hebt geen rood nodig. Maar waarschijnlijk, in sommige gevallen heb je misschien wel rood nodig om dit te combineren. Ja, je hebt maar een paar kleuren inkt in je computer natuurlijk. En je wil wel, zeg maar, alle kleuren kunnen maken. Dus. Maar het komt er in ieder geval vaak op neer. Voor mij is het dus gewoon een ding dat je wil kleuren. Je wil printen, je hebt een bepaalde kleur er niet in zit. Dan zeggen ze, vul bij. Dat heb ik helemaal niet nodig momenteel. Maar met rust. En wat ook een handig ding is, kun je niet gewoon, zeg maar, een hele grote pot inkt kopen. Gewoon zo'n patroon opensleutelen en gewoon die inkt erbij gieten. Slim. En wat dus bleek, is dat er zit een soort chip op. Er zit een chip op die inktpatronen. En de maker zegt, die chip is voor kwaliteitsgarantie. Die zou dan de hele tijd moeten meten of de inkt nog van goede kwaliteit is. Na 3 keer rijden. Dat doet hij helemaal niet. Zo'n soort lab met chip is best wel moeilijk om te maken en zou heel veel geld kosten. Hij verklaart wel waarom die dingen zo duur zijn, of niet dan? Er zit niks in wat continu monitort of de inktkwaliteit goed is. Het enige wat die chip doet, is checken of er die dingen opengehaald zijn. Als je dus, op het moment dat je dus zo'n inktpatroon openhaalt en er zelf gewoon meer inkt in doet, dan krijg je een melding op je computer van, ja nee, sorry, maar iemand heeft met die inktpatroon lopen kutten. Die gaan we niet gebruiken om te printen hoor. Daar is die chip voor. En er is een hele rechtszaak om geweest, want het is blijkbaar een recht van een consument. Als jij eenmaal een product hebt gekocht, mag je ermee doen wat je wil. Als in, je hebt in principe gewoon, ik weet niet of het per se in Nederland geldt natuurlijk. Je kan wel praten over, er is een recht, maar rechten zijn natuurlijk ook over de wereld anders. Maar er zijn in ieder geval bepaalde plekken waar je het recht hebt. Als jij een PlayStation koopt, dan je hem gewoon lekker met de schroevendraaier gaat overpoeren en allemaal dingen mee gaat doen. Dat mag je helemaal zelf weten, alleen is het natuurlijk wel een ding dat je hebt geen garantie meer. Dat is wel een duidelijk ding, maar in principe mag jij met de gekochte spullen doen wat je zelf wil. Je mag natuurlijk niet een PlayStation gaan modificeren. Bijvoorbeeld zoals je toen met de Wii had. Ik had zo'n Wii met zo'n chip erin dat je gewoon cd's kon branden. Gewoon games kon branden op een cd'tje en dan werkte het op je Wii. Dat was eenmalig €70 en dat kon je dan doen. Op een gegeven moment probeerde ik die Wii weer te verkopen op Marktplaats. Had ik hem gewoon op Marktplaats gezet als Wii met 80 games. Ja, het was in principe een Wii met 80 games. Het was alleen wel allemaal nep. Nep, het werkte gewoon prima. Je had er helemaal geen last van. Alleen, in plaats van dat je een hele mooie Donkey Kong disc hebt, staat ze met mijn lelijke kuthandschrift erop. Dat is het enige echt grote nadeel. Dit level is wel origineel. We mogen tandartje spelen. Voor deze, de Giant Eel. Hij is zeer zeker een grote aal. Hij heeft een aantal rotte tandjes. Hij probeert gewoon even de wijsheid te geven dat je iedere avond moet poetsen. En dat is zeer zeker een goede wijsheid om aan de jeugd mee te geven. De irritantie is hier vooral dat je zuurstof vaak opraakt. Waar ik precies mijn facecam overheen heb gezet, bedenk ik me nu opeens pas.
Ja, de enige andere plek voor een facecam voor Sunshine video's. Ik had hem bij de munten moeten zetten. Bedenk me nu opeens pas. 2:08 in. Ja, ik had eigenlijk ook gewoon mijn facecam kunnen zetten bij hoeveel munten ik heb. Dat boeit helemaal niemand. Hoeveel zuurstof ik heb, boeit nog soort van. Maar meestal gaat het op en moet je het iedere keer... in deze game kun je zeg maar dat bijvullen gewoon met munten. Dus munten geven weer extra adem onder water. Geen idee hoe dat werkt. Oh, geld motiveert mij om niet te verdrinken. Goed punt, goed punt. Heb ik zo mijn allemaal? Maar gaat het best wel goed. Maar ik heb net per ongeluk een of andere luchtbel opgevangen. Dat is juist goed, want dat betekent dat ik minder zuurstof nodig heb. Misschien krijg je dat gewoon als je die stinkbelletjes kapot maakt, is dat het? Geen idee. Geen idee of dat is hoe het werkt. Wel een beetje weinig geld, wat even gaan bijtanken dan. Ondanks dat die gast echt bijna dood is. Weet je gezondheid kan je niet kopen. Behalve dat, ja, een soort van is wat ik doe. Ik koop het alleen niet, ik verzamel alleen maar meer geld. Oh, niet dood gaan, Rick. Gooi ik zo'n heel paniekere muziekje van ding, 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 ding. Je sterft, je sterft, je sterft. I know, rustig maar. Er wordt naar gekeken. Een medewerker van Ziggo is onderweg. Dank u. Man. 1 patronen zijn in ieder geval duur. Dat is de moraal van het verhaal. Dan heb ik zelf geen printer. Dat scheelt dan ook alweer. Uiteindelijk is printen wel chill. Weet je wel wat chill is? Dingen printen, man. Ik moet meteen weer denken aan de hele legendarische middelbare schooltijden met printengoed. Dat je ieder jaar... Heb je dat ook nog? Mensen die op de middelbare school zitten? Zo'n systeem. Dat je... Ieder jaar krijg je 10 euro printengoed en een zwart-wit kopietje is dan zoveel cent en een kleurkopietje is zoveel cent. En het ding is dus, ieder jaar krijg je 10 euro printengoed. Ik heb het verhaal ook al een keer verteld hoor, maar ja, ik kan niet, zeg maar, 2 uur in zo'n video zijn heel veel mensen afgehaakt. Dus ik hoop dat het niet heel erg is als ik een paar kleine dingetjes dubbel vertel. Het is puur omdat, ja, anders ben ik al mijn verhalen kwijt voor de hele week. Ik probeer zoveel mogelijk originele shit niet te vertellen hoor. Vooral omdat ik heel veel mensen naar zo'n XO gameplay kijken, maar heel af en toe... Val ik een klein beetje in de herhaling. Ik vind het al best knap dat ik al 4.000-5.000 video's nog een soort van originele verhalen vertel. Dus sorry hiervoor. Wat had ik weer over? Voordat ik zei, we hadden het ook weer over. Had ik het voor mijn gevoel ook nog een klein beetje vast. Maar ik ben het nu langzaam. Oh ja, printengoed. Dus het ding is, ieder jaar krijg je 10 euro printengoed. Maar het ding is, je krijgt niet gewoon plus 10 euro printengoed. Zeg maar, stel je had nog 9 euro printengoed. Hele jaar niks geprint. Dat is lekker zuinig. En aan het einde van het jaar was het gewoon, oké, je hebt nu weer 10 euro printengoed. Dan vullen je weer bij originele printengoed. En wow, dat was niet de bedoeling. Ik wil gewoon weer 10 euro printengoed. Dus wij gingen vaak de laatste week van het jaar zoveel mogelijk teringzooi printen. Vond ik lachen. Foto's van halfnaakte vrouwen. Om door school te verspreiden. Weet ik veel. Ik kan je ook nog een keer vertellen over de keer dat ik de grootste straf die ik ooit heb gehad op de middelbare school. Misschien is dat interessant. Tenminste, de grootste keer dat school echt boos was. Ik zat in de eerste. En ik hield in de eerste heel erg van powerpoints maken. In groep 8 deed ik dat ook al. In groep 8 zat ik zat bij een soort groepje van hoogbegaafde kutkinderen. Wat inhield dat we waren gewoon te snel klaar met ons rekenwerk. Dus dan mochten we onze eigen tijd Spaans onszelf leren. Zonder leraar. Gewoon ga maar Spaans leren of zo. Doe wat met je tijd. Nou, ik heb voornamelijk gewoon lopen kutten in de mediatheek, maar... Sure, de Spaanse taal was een ding. Maar wat ik dus ook vaak deed, was gewoon als ik klaar was met werken, mocht je gewoon de computers, maar dan moest je wel wat leerzaams doen. Dan kon je Robby de Hond games spelen, rekenspellen, minigames, ja, dat soort shit, grammatica. Maar je kon ook gewoon powerpoints maken. We hadden af en toe een soort ding, we hadden af en toe een les, dat je kon powerpoints, gewoon af en toe dan... wilde school zeg maar aanmoedigen dat kinderen dingen deden met PowerPoint en zo. En dan pakte de meester gewoon iedereen's PowerPoints en dan liet iedereen een paar zien. Ging er gewoon de slides door en dan ging je werken met die effectjes en de overgangen en mooie word arts en zo. Eén ding wat ik al deed was... ik was echt de pro. Ik had dan allemaal van die dingen dat een bepaald mannetje die kwam zo in beeld en die gooide dan een vuurbal en dan ging je weer weg, weet je al dat soort shit. Ik was echt super goed in PowerPoint 2003. Daar was ik fucking lit in. Toch, wat is toch PowerPoint 2003? Ja, 15 jaar geleden. Maar was toen dat... Van Windows XP, zeg maar. Die Microsoft Office pakket. Het ding was, ik wilde al dat mijn PowerPoint laten zien werd. Soms had ik gewoon heel veel werk ingestopt. Leek de meester het niet zien. Dus ik had sowieso een slimme truc. Hij pakte gewoon zijn USB-stick en hij pakte gewoon de bovenste. Dus er werd een soort strijd van het alfabet. Op een gegeven moment ging iemand gewoon zijn bestand noemen A. Dat iemand anders, wacht, ik noem hem gewoon A. Dat is namelijk gewoon 1 letter A. Heeft prioriteit boven heel veel A's. Doe ik er mee achter. Een punt... gaat voor de A. Of volgens de computers alfabetische volgorde. Is het een punt A. Of gewoon punt later.
En toen dacht iedereen, Rick heeft gewonnen. Iemand had toch weer een vraagteken of zo, of iets in die richting. Misschien mag dat niet in het tekstbestand naam, maar... Ruim kwam ik achter dat uitroepteken nog beter was. En wat ik toen op een gegeven moment ook gewoon deed, was mijn bestand onder meerdere namen op meesterse stickje zetten. Dus ik doe gewoon en als eerste, en als laatste, en nog drie keer in het midden. Zuiver maar aan. Precies. Dus dat was mijn PowerPoint carrière. Maar ik had dus ooit een middelbare school, was ik weer nog steeds een beetje verder. Met informatica ging ik dan nog een beetje PowerPoint maken. Ik wilde toch graag die skills tonen en gewoon grappig doen. Wat ik deed, ik had een PowerPoint gemaakt met voor iedere slide, iedere losse dia van de PowerPoint, was een foto van een klasgenootje. Het ging over hoe ik in de problemen kwam. Tenminste, het was geen foto van een klasgenootje. Het was een foto met de naam van een klasgenootje erbij. Dus je hebt bijvoorbeeld een man... een vrouw met een hele dikke snor. En dat ik daar dan de naam van een vriend van me bij gezet die nogal veel haargroei had. Hij was echt 13, maar had al een hele volle baard, zeg maar. En ik had op een gegeven moment een keer een fietspad. Zo, je hebt zo'n plaatje op het fietspad van een fiets, maar een man lag er dan op. Alsof hij fietste op het fietspad plaatje fiets. Dus hij daarop fietst. Ik daarbij zei, dit is Joey. Dus waren ze allemaal flauwen. En ik had een meisje in de klas die heette Inda. Indra. Ik was dan best wel goed bevriend met haar. En dan had ik dan zo'n pinda. Had ik gewoon een foto van een pinda met Indra erbij. Dus op een gegeven moment word ik uit de klas gehaald met Rick. Hier komen. Ik word opeens een lokaaltje ingeslingerd. Samen met mijn Mentrix toen de tijd. En... Oh ja, fuck, wat doe ik hier? Goeie vraag. Ik moet daar zien te komen. Maar hoe? Dat is een hele goede vraag. Oh ja, fuck, dat ding is warm te zoeken. We moeten op die draad hieronder zien te komen. Misschien... Sorry, dit gaan we nooit redden, joh. Of toch wel? Ik heb hem gewoon. Nice. Oké, deze verhaal. Dit is ook een van de meest moeilijke secret levels in de game. De vorige keer dat ik hier was tijdens het livestream, zei ik tegen Billy. If I win, do I get one sex? Drie keer raden wie er een sex had? Ik niet. Nee, wel, ik had gewonnen. Ging goed. Voor de verandering. Het motiveert mij om onmogelijke dingen te doen, joh. Ongehoord. Dus ik weet niet of ik nog seks krijg van iemand als ik het haal, maar ik haal het waarschijnlijk niet. Oh! Laat even een keertje kijken of ik het in één keer haal. Het is altijd proberen, maar... Oh. Dus ik werd in ieder geval het kamertje geshout. Daar waren we gebleven. Ik werd het kamertje ingeshout. En opeens was daar dus mijn Mentrix, mijn docent Frans en de systeembeheerder. Wat is dus zo'n sneaky dude, die kon altijd meekijken met wat je aan het doen was op je middelbare schoolcomputer. En naast deze twee helden uit mijn leven lag een gigantisch dikke stapel papier. Die beste gast had mijn gehele PowerPoint, iedere dia, op een los A4'tje uitgeprint. En had het neergelegd op tafel van, hey Rick, what the fuck is dit? Jij hebt wat uit te leggen. Dus hij ging zo heel dramatisch, een van jullie liet al die plaatjes zien met die namen van mijn... mede-leerlingen. En ik moest keihard lachen, joh. Want sommige van die plaatjes waren me toch een partijtje grappig. Niet normaal. Ik lach. Het is heel serieus, Rick. Wat dat is gewoon een grappie. Ja, ik snap ook wel dat de school het zo serieus nam. Want het kwam gewoon overal een soort pest iets. Maar het was letterlijk voor iedereen in de klas. Je bent best wel een pestkop met ballen. Als je iedereen in je gehele klas pest. Zeg maar, pesten is best wel kut en pesten zijn best wel lulloos, maar als je dat doet, heb ik toch wel een beetje respect voor je. Wie is respect probeer dan ook nog te winnen. Gewoon, ik pest iedereen gewoon. Fuck de hele klas. Nou, ik vond het wel lachen eigenlijk. Oké, laatste balk. In principe val ik bijna nooit van deze balken af. Je moet alleen gewoon ervoor zorgen dat op het moment dat puntje precies het hoogste staat, die 45 graden hoek, moet je springen. Precies, boom. Neukjes van de voorbij vannacht, dames en heren. 37 shines. Ik geloof het, als je alleen de shines pakt die echt in de game zitten en niet alle geheime shines en al die troep pakt, dan heb je er 47 nodig. Het is namelijk 7 werelden maal 7 shines. We zijn in ieder geval bijna klaar met deze wereld. Dat is wereld 5. We hebben al een klein beginnetje gemaakt aan wereld 6. Het ding is dat we ongeveer, geloof ik, over 20 minuten gingen eten. Dus ik had van mij eerder al gezegd van ja, misschien dat ik hem niet af ga maken. Het spijt me 1000 maal 1000 zonnen, maar ik wil eigenlijk ook wel gewoon even een lekker biefstukje eten met mijn familie. De video is al 2,5 uur lang. Je snapt het punt. Ik ga vanavond nog live. Speel ik hem even voor je uit, joh. Doe gek. Doe eens raar. Ik weet niet of ik me vanavond ook helemaal kapot ga zuipen. Dat is dan weer een andere vraag. Wel lekker voorbij dat biertje trouwens. Mm. Dit is wel een van de irritantere Shadow Mario's. En daar rent net het weg. Dat doet hij altijd al, hoor. Dat wegrennen. Maar hier is het extra irritant. Want hier raak je net het kwijt.
Je hoort dus iedere keer dat muziekje. En als je dat irritante kutmuziekje hoort, dan weet je dat je in de buurt bent. Alleen soms dan ben je dat hele muziekje kwijt. Dan moet je echt de hele map doorrennen. En je kan hem ook niet lekker spuiten hier. Wat ik vaak dus doe, is terwijl hij beweegt, dan spuit ik hem. Dus we lopen allebei bij een recht stuk en dan kan ik hem gewoon helemaal nat maken. Hier kan dat niet zo lekker. Meestal springt hij echt van hak op de tak, dus dan ben je echt veel langer bezig. Moet je iedere keer vanaf een afstandje een beetje water omspuiten. En misschien kan ik hem nu even goed pakken. Hey bitch. Yes. Nee. Als je dichtbij hem komt, dan slaat hij ook altijd, wat ik ook niet zo tof vind. Hij is vast slavisch of zo. Slavische roet. Hey nerd. Kom maar door. Ik ben even een beetje aan het... Hier is de muziekje dus weg. Oh, waar is hij nou? We hebben geen idee. Hij is vast wel bijna neer hoor. Hoop ik. Gaat hij ook helemaal naar beneden, geloof ik. Pak hem, Rick! Pak hem! Gaat helemaal naar beneden. Puur met te verwarren ofzo. Hey, bitch! Kom eens hier, teef. Sla me niet. Oh, wat gebeurt daar? Val dood, zwijn. Kom op. Ik heb al best veel geraakt, toch? Toch? Ik had het gevoel van wel. Nou, ik hoop dat jullie mijn middelbare schoolverhaal in ieder geval leuk vonden. Ik heb nog meer lijpe verhalen in die hoek, maar misschien heb je ze al een keer gehoord. Het gekke is, ik zit niet meer op de middelbare school. Dus zeg maar, middelbare schoolverhalen komen er niet echt meer bij. Oh ja, dat was nog een ding. Dat heb ik helemaal nooit verteld. Dat was echt... Ik kan me ook echt vrij weinig van herinneren, joh. Ik weet nog wel dat ik een tijdje privéles heb gehad op de middelbare school. Zeg maar, de middelbare school voor mij een lastige leerling, sowieso. Dus in jaar 1 wilden ze me eigenlijk een... Toen ik op de middelbare school kwam, had ik zeg maar de diagnose ADHD. Ik heb er ooit wel eens in video's over gepraat, maar het komt wel meer dat toen ik klein was... vond mijn basisschool me al heel irritant. Die wilde me eigenlijk op het speciaal onderwijs hebben. En mijn ouders zeiden, ja, kunnen jullie hem niet aan of willen jullie hem gewoon niet aankunnen? En ik kan prima functioneren in de klas, hij is gewoon een beetje aandachtsgeil, ja, dat merk je ook. Word je YouTuber, ja, verdomme. Uiteindelijk, mijn ouders waren het ook niet eens met de diagnose ADHD. Het is heel moeilijk, je kan niet gewoon bloed prikken en dan, hey, je hebt ADHD. Er was een gast bij mij in de middelbare school, die dacht dat hij homo was. En toen hebben zijn ouders naar de huisarts gestuurd. Van, hallo huisarts, ik denk dat ik misschien gay ben. Zo werkt dat niet, je kan niet gewoon, oh, even bloed, oh ja, oh, je bent gay, oh, gefeliciteerd, het is een jongen. Waar je opvalt. Zo werkt dat niet, jammer genoeg. Zou handig zijn. Maar zo werkt het ook niet met dat soort dingen. En ik geloof, ik weet niet of het met autisme op een bepaalde manier ook. Voor mij ook niet. Zeg maar, dat hele dingen in het autisme spectrum en ADHD en zo. Dat is, oh, hebben deze wereld gehad. Dat is waar ook. Vergeet ik gewoon meteen weer. Ik ben zo lekker bezig. Ik ga iedere keer het achtste level niet halen. Want vaak zijn de achtste levels super kut. Niet aan beginnen. Ik had dus eigenlijk, ze wilde school me sowieso een rugzakje geven. Wat inhoudt dat je ook bepaalde lessen krijgt met je woedes en je emoties beheersen ofzo. I don't know, ik heb gewoon gezegd rot op. En dat ging best goed. Mijn ouders waren dus nooit echt eens met die diagnose ADHD. En dat ook voornamelijk omdat ADHD is, voornamelijk het attention gedeelte. En alle dagen heel druk. Het is vooral dat je dus heel slecht kan focussen. En ik heb geen problemen met leren en focussen. Dus ik was alleen gewoon, ik hield heel erg van aandacht. En overal doorheen praten. Dat hield het ook alweer op. Het is goed dat je lekkere YouTube-video's hebt waar je gewoon 2,5 uur lang kan lullen tegen jezelf, precies. In ieder geval, op een gegeven moment heb ik wel nog privélessen gekregen. Ik geloof dat het... ik kan me hier zo weinig van herinneren, maar het was een soort zelfmoordcursus, geloof ik. Niet hoe je het moet doen, maar hoe je mensen kan helpen. Ik wil niet te veel in persoonlijke details treden, maar het komt erop neer dat toen ik 18 was... Ja, toen ik 18 of 17... Ik denk 18 was... Heb ik meerdere malen te maken gekregen met zelfmoordpogingen van mensen om me heen. En het voelde niet zo chill. Vooral omdat die mensen heel dicht bij me waren. En ik zeg maar de persoon was die ze gingen bellen van... Hé, ik sta voor de trein, ik ga ervoor springen. De ballen. Vond ik niet zo leuk. En op een gegeven moment gebeurde dat meerdere keren. En iedere keer heb ik weer een soort van een stokje daarvoor kunnen steken. En dan moest ik weer de politie bellen. En dan werden ze boos dat de politie ging bellen en zo. Van ja, laat mezelf gewoon ervoor de trein gooien. Nee joh, heb ik geen zin in. Dus op een gegeven moment... had ik zoiets van ja, oké, okay, nee... Ja, prima dat het nu een deel van mijn leven is, maar ik zou wel graag een training willen. Straks lukt het me in één keer niet om ze eruit te lullen en dan voel ik me toch een soort van verantwoordelijk. Tuurlijk ben je niet verantwoordelijk. Als iemand zichzelf van kamp maakt, is dat nooit jouw schuld. Behalve als je zegt, hey, ik maak je dood als je jezelf niet van kamp maakt, dan is het misschien wel jouw schuld. Maar ik wil toch wel graag voor mijn gevoel alles doen om dit te kunnen voorkomen, omdat ik vooral de kennis al heb dat het kans heel hoog is dat het weer gebeurt. Dus heb ik hele cursus gedaan. Dat was dan, zeg maar, onze middelbare scholen. Het zijn een soort grote mix van HAVO, VBO, het is allemaal, wat allemaal zijn we onder één naam qua scholen. Al die gebouwen zitten een soort van dicht bij elkaar, maar zijn wel gescheiden.
Dus ik moest naar het VMBO-gebouw toe, zeg maar, om daar die cursus te krijgen. Want daar hebben ze blijkbaar de betere psychologen vast dan lastige kinderen of zo. En wat ik daar dus zag, het is een hele vrouw toe bouwen. Weet je wat een beetje een ding is? En ik denk dat mensen... Oh, dit is trouwens een moeilijk... Ik heb al meerdere keer gezegd, dit is een van de moeilijkere secret levels. Dit is... Er was vroeger op Serpent Gameplay een meme genaamd Zeehondjes doodknuppelen. Geen zorgen, ik kom zo terug bij het verhaal. Dat was een soort Serpent Gameplay grapje. Zeehondjes doodknuppelen. Dat was zo dit level. Vorige stream zei Billy dat ik neukjes zou krijgen als ik in één keer zou halen. Ik heb neukjes gekregen. Nu even niet, jammer genoeg. Ook geen neukjes, maar ook het level niet. Het ding is, wat heel vaak gebeurt, is dat mensen op VWO of gymnasium... Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor zowel mensen als op VWO, gymnasium, HAVO. Ik denk op ieder middelbare schoolniveau. Er is een soort superioriteit, tenminste bij ons op school, van mensen die VWO doen. Misschien zelfs ook bij mensen die HAVO doen. Je toch iets zegt van, ja, ik voel me eigenlijk toch wel een beetje beter dan mensen die VMBO doen. Je hebt toch het gevoel van, ja, dit is een lager niveau van onderwijs, dus... Zijn ze daar allemaal dom of zo? Terwijl dat valt reuze mee. Ik ken een heleboel mensen van alle soorten onderwijsniveaus die heel slim of heel dom kunnen zijn. Ik heb hele domme mensen ontmoet op het VWO, kan ik je vertellen. Maar er is toch wel een beetje zo'n gevoel. Alsof VWO is het gevoel alsof zij de allermachtige megakakkers zijn. Dat is zowel voor iedereen die geen VWO doet, als voor mede-VWO's die het opvalt gewoon reuze irritant. Je hoeft niet zo superieur te doen met naar welke middelbare school je gaat, maar... Je gaat dan, bij ons was dan toch heel erg het stereotype. Het was ook een beetje een stereotype gebaseerd op een waarheid. Weet je, wij hadden allemaal e-specs, gewoon van die tassen. Het gaat er van tassen. Op het VMBO, als ik jongens zag lopen naar hun les, want ze zaten dicht bij elkaar, dan hadden ze wel altijd van. Ze hadden nooit een normale tas of zo. Ze hadden altijd van die plastic Nike gymtassen. Waar je zeg maar net zo je schoolbroek in kwijt, je gymbroek in kwijt kan. Dus ja, en er was ook heel veel van die grapjes, want ja, daar rookte bij ons rookte bijna niemand. Dus op VWO ging roken, nee hoor, wij zijn VWO-mensen, wij zijn superieur, wij roken niet. Ja, nu dan weer wel, dat is dan weer jammer. Dus wel dat gevoel, ja, VMBO's die roken allemaal op hun 13e al. Wat ook, ja, je ziet ze zeker lopen hoor, ik ga niet ontkennen dat ik... yes! Nice, Cam. Ik ga niet ontkennen dat ik veel mensen heb zien lopen met sigaretten daar, maar er ontstond een beetje dit stereotype. Dus niet, ik hou dit stereotype zeer zeker niet vast. Ik wil gewoon even beeld schetsen van deze middelbare schoolsituatie, oké? ik heb wel het gevoel alsof ik jullie te goede verhalen geef, zo 2,5 uur in een video. Misschien moet ik dit een keer knippen tot al mijn middelbare schoolverhalen in één video. Ik heb al een keer zo'n video gemaakt, maar dan zo'n deel 2 daarop op mijn comedykanaal heb ik dat gedaan. In ieder geval, ik kwam dus op die school en het was gewoon grappig voor mij omdat dat stereotype op zo'n extreem niveau bevestigd werd. Er hing daar, ze hadden soort posters gemaakt met gedichten. En één gedicht ging letterlijk over sigaretten roken. Het was zo'n sneu gedicht. Ik denk, school, jullie hebben toch, iedereen maakt toch zo'n gedicht? Is dit nou echt de allerbeste waarvan je denkt, ja, die moeten, is dit door de klas? Het was echt zo van, peuken. Ik vind, soms rook ik een peuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Met een sigaret heb ik altijd heel veel pret. Meestal rook ik Shag, zware van Nelle. Er zit heel veel in, ik kan het haast niet tellen. Zoiets was het ongeveer. Ik vond het, omdat het hele ding was van, ja, daar roken ze allemaal vanaf de 12e. Zeg maar... In principe, als je niet blijft zitten, ben je sowieso maximaal 16 als je van het VMBO af bent. Dan mag je nog helemaal niet roken. Dus het feit dat ze nog een hele poster eromheen hebben. En toen ben je net alsof je als 12-jarige een gedicht schrijft over hoeveel je houdt van cocaïne snuiven ofzo. Dat is niet de bedoeling, geloof ik. Oh, je moet er nog niet heen. Ik loop een beetje hard van stapel. Diederik Stapel. Yeah, yeah, yeah. Dit level is een beetje raar. Het is een puzzel, eigenlijk. Je hebt dus een kamertje, hier zo, met de shine erin en de vraag is een beetje, hoe moeten we daar komen zo, Gertje? wat je moet doen is, je moet via het dak, zoals ik net al deed, via het plafond, maar er zit allemaal spoken. En om een of andere reden, iemand heeft ooit heel high verzonnen dat Yoshi spoken kan eten. Who you gonna call? Yoshi! Dat is niet hoe Yoshi klinkt, I don't know. I don't care. Dus je moet eerst via deze supergeheime route, waarvan ik denk, hoe verzin je dit? Je kan hier via de wc naar boven glitchen. Ik dacht, hoe verzin je dit? Hoe heb ik dit ooit uitgevogeld? Nou ja, dan ben je hier. This makes lots of sense. En dan kun je zo door dit schilderij heen. Oké. Okay. Ga er zo van inkomen. Dan heb je een heleboel kutspoken en zo. Dan heb je hier een soort puzzel.
Ja, echt iedere stap van dit ding leg ik zo half. Heb je zo, een puzzel doen opeens? En aan de kant, Spooky. Hier zo'n ding. En heb je hier weer van deze. Oh, wat een zwaar leven. Oh, wat heb ik een zwaar leven. Voor de rest nog iets wilde weten over mijn zelfmoordcursus. Ik heb daarna heb ik het nooit meer hoeven te gebruiken. In ieder geval in echte levenssituaties. Tenminste, is er maar als in dat ik gebeld werd of zo. Ik heb wel nog verrassend vaak dat mensen op livestreams binnenkomen opeens. En zeggen, hey Rick, dankjewel voor leuke video's. Ik ga mezelf van kant maken. En dat soort nare berichten. En af en toe ook wel eens op Snapchat en zo. Misschien ook omdat mensen ondertussen weten dat ik wel eens eerder mensen uit dat soort dingen gepraat heb. Misschien is dat een soort daadwerkelijke laatste hoop. Weet je, ik kan dat proberen. Hè? Als ik ook niet help, maak ik mezelf alsnog dood. Niet een hele fijne rol om te hebben in principe. Ik ben dol op een beetje aandacht en een beetje macht. Maar je kan ook te ver gaan als je het mij vraagt. Nou, zei iemand toevallig afgelopen stream. Maar Rick, ben je dan niet bang dat mensen alleen maar zeggen dat ze zichzelf dood gaan maken voor jouw aandacht? Wat ik in principe een interessante vraag vond. Vooral omdat het antwoord voor mij heel duidelijk was. Nee. Zeg maar, ik snap dat het vast misschien al een keer gebeurd is. Zelfs iemand gewoon zegt, lol, ik wil zelfmoord plegen. En dat ik je dan heel veel liefde en aandacht ga geven met je ga praten. Kun je doen. Ten eerste is het echt heel sneu. Dat zeg ik ook meteen al. Ik zeg altijd meteen als het soort mensen komen. Please, ga niet meteen denken, oh ja. Alleen als je daadwerkelijk echt op het punt staat jezelf dood te maken, mag je zeer zeker naar mij toe komen voor hulp. Geen probleem. Of ik daadwerkelijk kan helpen. Ik heb vaak genoeg dat mensen met dit soort dingen ook via Snapchat komen. En het probleem is gewoon dat ik gebruik bijna nooit Snapchat. Ik heb liever dat je gewoon professionele hulp zoekt bij andere kanten, want ik ben hier niet voor getraind. En ik check mijn berichten vaak genoeg niet, joh. Ik lees zo over je heen in de chat. Dus heb ik het weer gedaan opeens. Maar zeg maar, ik heb... Wat ik meestal zeg als iemand met zo'n bericht komt, is ja, ik hoop dat je een grapje maakt. Ik hoop dat het een goede is trouwens, dat moet haast wel. Ik hoop dat je een grapje maakt. Ik hoop eigenlijk niet dat je een grapje maakt, want het is wel heel sneu als je over dit soort dingen gaat liegen. Aan de andere kant hoop ik niet dat je dood wil, dus ja. In ieder geval, als het een grapje is, ben je echt heel sneu bezig. Je kan nu nog weggaan en dan stoppen met deze sneuheid. Dat zeg ik meestal als eerste, daarna ook in dat gesprek. Maar ik heb zoiets van, ja, ik heb liever voor de zekerheid dat ik het wel doe. In plaats van dat ik ieder persoon die zegt, ik wil dood, dat ik die niet zie. Oh, je wil gewoon mijn aandacht. Ik neem ze liever te serieus dan niet serieus genoeg, zeg maar. Nu had ik laatst exact zoiets op Snapchat. Dat was de eerste keer via Snapchat. Dat was een meisje en die zei dat ze zoiets ging doen. Meestal vraag ik ook hoe ze het gaan doen, maar dan weet ik meteen wat het gevaar is. En dan zeggen ze, ik ga 10 slaappillen nemen. Ik denk, slaap lekker gast, maar dan ga je niet dood van. Meestal zeg ik dat er dan weer niet bij, daar mag je zelf achterkomen. Je mag best 20 paracetamol slikken, maar je gaat er niet dood van, makker. Jezelf doodmaken, daar ben ik dan wel heel goed in als scheikundige. Ik ben redelijk goed in weten hoe je jezelf wel dood moet maken. Zo niet in ieder geval. Moraal van het verhaal is in ieder geval dat laatst was er een meisje die zei dat ze dit ging doen. En ik heb daarna daadwerkelijk niks meer van haar gehoord. Ik heb gewoon met haar te praten. Alleen ik was ook echt heel druk bezig en ik was in de duinen aan het lopen met mijn hond. En ik had geen bereik de helft van de tijd. En ik heb daarna nooit meer van haar gehoord. Ik ben gewoon als de dood om nu eigenlijk nog een keer contact met haar op te nemen. Ik ben gewoon bang dat het in één keer blij dat de ouders wel aan de andere kant van de lijn zitten. En dat ze dat werk niet meer is. Fucking scary shit, man. Dus ja, heb je ook dit meteen weer mee? Het zijn de iets onhandigere kanten van YouTube. Zou niet per se een nadeel noemen. Ik weet nog wel de allereerste keer dit gebeurde. Ik weet nog wel welke persoon dat was. En die leeft nog steeds. En die is dus nu in ieder geval een heel stuk beter in het leven. Dus misschien heb je daar nog een soort van stukje positiviteit uit. Of zo voornamelijk omdat het is heel vaak hetzelfde. Het is heel vaak gewoon, ze zijn heel jong. En ze hebben voor hun gevoel zijn hun vrienden, hun eigen vrienden niet meer. Ze hebben vaak moeite met het feit dat ze of het net uit is. Of ze geen relatie kunnen krijgen. En meestal is mijn conclusie ook voornamelijk gast of chick. Je bent echt 16 of zo, ook al ben je 20. Zeg maar, je hebt er maar zo'n klein deel van het leven meegemaakt. En vooral het leven dat je er nu toe hebt gehad is zo anders dan het leven dat er nog komt. Zeg maar, gepest worden is echt verschrikkelijk. Alleen, na de middelbare school bestaat dat praktisch niet meer. En heb je daar geen last van. Het is verschrikkelijk kut hoor, ik kan het niemand aanraden. Maar het is niet iets om je over dood te maken. Het is een tijdelijk probleem. Ik denk dat we misschien wel een keer van onderwerp moeten veranderen. Want ik denk dat dit misschien ook redelijk saai wordt. Voor mijn gevoel sla ik een beetje open deur in, weet je wel. Ik zeg niks vernieuwends hier. Ik denk van, wow Rick, je hebt echt gelijk.
Dus ja, ik denk dat voor heel veel mensen die, ja, misschien het meest interessante onderwerp is, maar... Wat je hier moet doen is, je moet het hele plaatje matchen en dat is verschrikkelijk. De beste manier is om de bovenste rij eerst te doen en dan langzaam naar beneden te werken. Als je nog één vakje moet doen ergens in het midden, dat gaat je nooit lukken. Kan ik je wel vertellen. Met speedruns en zo, als je dan de racen bent tegen elkaar, is het echt verschrikkelijk. Er zijn vast van die Japanners die gewoon in één keer dat hele bord goed spuiten. Dat ik denk, nou, dat vind ik best in de plek. Ben je toch nog eentje soort van in het midden als laatste aan doen? Hè? Huh? 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 En dan kun je deze twee gewoon tegelijk pakken. Nee! 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 Godverdomme. Oké, en de onderste. Wat ik hier irritant vind, is je denkt, nu heb ik die ster wel verdiend, toch? Dit was echt best wel veel moeite. Nee. Dan heb je alleen nog het secret level vrijgespeeld. Waar je hem vervolgens weer kan verdienen. Ik moet er wel bij zeggen, dit is het makkelijkste secret level in de game. Dus kan niet heel erg klagen. Oh! Het enige manier weer dood kan gaan is door tussen die kubussen inkomen. Wat heel ongemakkelijk is. Het is alleen maar hierheen te springen. Het is echt een heel, heel makkelijk leveltje deze. Als je hier dood gaat, geen seks voor jou vanavond. Precies. Dus dan doe ik zoiets. Oh! Oh! Oh, ik sta er gewoon op. Kan ook, joh. Alternatieve geneeswijze. Oh! Niet geplet. Oh, shit. En mijn kubus is weer weg. En je wil die kubus daar pakken. Het is weer zo'n bewegende kubus. Kom je met hoeken en haakjes en ogen. Yes. Deze heeft niet alleen nog een... Yes. Ik ben even gefocust, hoor. Ik zei wel dat het makkelijk was, maar dan moet ik ook niet doodgaan. Anders dan zeggen mensen weer dat ik een sukkel ben. Oh! Oeh, dat scheelde weinig. We zijn er alweer bijna. Het enige moeilijke is het einde hier. Wil het leventje meepakken? Nee, dat wordt helemaal niks. Je moet hier namelijk via een hele grote kubus. Wat te doen is. Nou, je moet dan zo meteen naar de platform daar. En ze geven niet echt duidelijk aan van, je moet nu springen. Dus je moet een beetje gokken van, was het nu of niet? Is het nu of niet? Kut, het was nu. Ik heb hem. Ik ga trouwens deze video niet voor altijd laten staan als Fortnite XL gameplay. Waarschijnlijk na een paar dagen gooi ik hem gewoon onder de Sunshine XL gameplay. Dat is voornamelijk omdat er dus ooit nog een Fortnite XL gameplay komt. En dat is omdat ik gewoon als jij de XL game, als jij wilt afvragen, hey, heb ik een XL gameplay gedaan van Mario Sunshine? Denk je niet, oh, misschien moet ik even de 1 april Fortnite XL gameplay checken. Dus puur om die redenen van vindbaarheid. Ja, je snapt me. Hé, hey, trouwens, best wel chill. We hebben geloof ik deze wereld nu ook alweer uitgespeeld, of niet? Oh, nee, we moeten nog die boss fight doen. Wereld 6. Ah, oh, 5 zelfs nog. Oh, er komt nog een secret level, of niet? Oh, nee. We hebben nog een secret level. Oh, nee, er komt geen secret level meer. Oké. Hierna is er nog maar 1 wereld. Dus ik heb zoiets van, ja, het is 6:30 nu. Ik heb nog geen kreten gehoord van Rick. Kom alsjeblieft eten. Ze willen wel vast dat ik kom eten, hoor. Daar niet van. Ik maak hem wel even gauw af. Dan kan ik even gaan naar beneden rennen. Heb je even pauze? Hoe gaat het met het avondeten? Het is een moeilijke keuze tussen de familie en de familie. Dat zijn jullie dan, zeg maar. Weet je wat, ik maak anders toch wel gewoon deze wereld af. Ik ben de game ondertussen wel dat werk, beu. Aan de andere kant vind ik het wel zo leuk als een XL gameplay compleet is. Dan kan je ook gewoon zeggen, Rick, ga even eten en kom daarna terug. Het probleem is, het opnameprogramma dat ik gebruik, ik heb geen pauzeknop. Dat zou zo ideaal zijn. Ik heb heel vaak dat ik een video moet knippen, puur omdat ik het in 2 stukjes opneem, weet je wel. Het zou heel fijn zijn dat er gewoon een pauzeknop is en dat je gewoon weer verder kan. Andere software die ik vroeger gebruikte die veel slechter is, maar die had wel een pauzeknop. Vaak glitchen die hele opname daarna ook. Misschien is dat de reden om ze het nu niet doen, maar het was wel chill dat je die pauzeknop had. Dan zou ik nu gewoon even gaan eten. Maar zeg maar, als ik nu eenmaal wegga en dan weer terugkom en die 2 delen aan elkaar moet renderen, dan moet de video nog zo'n 3 uur renderen voordat hij online komt. Dan komt hij dus gewoon echt... veel later online. En dat wil ik gewoon even niet. Het is al laat genoeg zo. Oh! Wat je moet doen is, je moet dus aan de roulette draaien en je moet fruit krijgen. Dat is de big prize die je wilt. Dan gooi je een hete peper op zijn mond. Oh. Hete peper? En ik dacht dat je daarna een ananas moest gooien, maar het blijkt helemaal niet uit. Je moet gewoon een vrucht gooien tegen zijn bakken aan en dan gaat hij dood. Dan denk je, oh, pak nog een peper. Nee, dan die tovert die gauw weg. Voor de rest de paarse vakje zetten met de roulette wil je heel stil. Je moet voornamelijk een beetje geluk hebben. Ik heb geen idee of het mogelijk is om meerdere keer achter elkaar meteen fruit te krijgen. Maar is het me nooit gelukt. Checken. Oh, vraagtekenronde. Dat is vooral heel veel enemies, geloof ik. Meestal. Ja.
Ouch. Jongens, niet doen. Waarom zijn jullie zo? Oh, kut. Wat ik het leukst vind aan deze enemies, misschien moet ik even, kan ik het even laten zien. Ze gooien dus dat schild naar je. Wat je dus of kan doen is, als ze geen schild op zich hebben, kun je ze pijn doen. Of je kan ze raken, terwijl hun schild terugkomt. Zie je wat hij doet? Hij is aan het spartelen van, nee schild, kom je terug. En wat dan meestal gebeurt, waarom is het schild nu geklitst. Dan komt dus het schild naar hem terug en dan wordt hij geschokt en gaat hij dood. Het is grappig hoe ze dat geanimeerd hebben. Dat hij helemaal van, nee, niet mijn schild. En hij komt terug. Oh. Nee, mijn kolen. Dat is een avatar referent. Oh, allemaal boze mannetjes. 5 boze mannetjes. Maar dat niet. Oh. Ademde mijn eigen speeksel in. Is dat wel legaal? In sommige landen wel. Mam! Dan wel een beetje aan dood gaan trouwens. Niet bedoeling. Meestal geven 11 van deze battles ook weer muntjes. Dus. Wel verwinnen natuurlijk. Wel zo handig. Deze boss battle doet de laatste op stream echt een goede 20 minuten. Maar ik gewoon niet... Ah, munten. Nou prima. Een goede 20 munten. Nee, het duurde echt gewoon heel lang. Omdat ik gewoon telkens niet het vooruit kreeg. En iedere keer dat ik het vooruit kreeg, glitchte de game net een beetje. Dat hij geen damage nam. Dat is heel irritant. Kom maar, dat is Keurenburg. Die kans wil verkleinen dat je het weer gaat verpesten als je weer aan het rap mag draaien. Altijd even die pakjes stilzetten. Likken maar! Wij zijn meestal sowieso een x aantal beurten. Precies, daar is het alweer. Laten we deze peper even pakken. Mijn beste. Die even op je gezicht gooien, of niet dan? Hebbes. Nog eentje. Even kijken, hebben we nog meer hele hoop leuke dingen om het over te hebben? Ik heb bijna alles ook al besproken. Oh, misschien wel een leuk statistiekje is. Het heeft te maken met hoeveel mensen vandaag de dag single zijn. Jee. In 1950, een tijdje geleden, de tijden van opa's en oma's. In 1950 was ongeveer maar 20% van de mensen, met een leeftijd, ik geloof 22 of zo, een beetje mijn leeftijd. Maar 20% van de mensen van mijn leeftijd was toen de tijd single. Wat ik grappig vind, want vandaag de dag is van mensen rond mijn leeftijd is zo'n 50% single. Ik denk vooral dat het vandaag de dag dus veel geaccepteerder is om geen relatie te hebben. Vroeger was het toch wel redelijk snel, oh, je zoekt iemand uit, je trouwt, je pompt een paar kinderen eruit, die pompen er weer een paar kleinkinderen uit. Allemaal lekker naar de kerk, de kerk houdt ook wel heel erg van gauw iedereen laten trouwen en nog meer kinderen laten maken. Ja, zo groeit toch je religie uit. Vandaag de dag boeit het allemaal een stuk minder, we zijn een stuk relaxter. Het boeit ons allemaal een stuk minder om single te zijn. Ik ben wel single. Is best wel prima hoor. Ik heb ook wel eens een relatie. Is ook wel goeie. Je moet er wat hè. Altijd patatte. Oh, wat heb je daar voor een mooie spuit? Echt al heel lang ook. Ga ik hem even pakken? Oké dan. Hij zit al zo lang van. Kijk wat ik heb! Oké, kom al. Waar is die gast eigenlijk? Is hij bij de haven? Is hij daar? Ik heb niet op gelet eigenlijk. Hebbes! Hey nerd! Oh no! Ik ga achter je aan hoor. Zet er achtervolging in. Nee, hop het dan. Hey, de muziekje stopt ook weer meteen. Raak me niet aan, boef! De rapper mag dat wel trouwens. Oh, gaan we nu dat kleine rondje telkens doen? Ja, hey. Het heeft te maken met vanaf welke kant je naar hem toe loopt. Welke kant hij weer heen rent. Dus we zitten nu vast in het kleine kutrondje geloof ik. Ja, dan gaat hij weer daarheen. Dan doet hij dit. Gaan we niet echt snel genoeg dit. Ik wil liever gewoon een lang stuk waar ik hem kan pakken, man. Ik moet even een keer de andere kant op of zo, gast. Ja, hey. Ook prima. Yes! Hij gaat ergens heen. Kan ik weer achter hem aanrennen. Prima. Kom hier, big. Dat is geen aardig woord. Dat zeg je niet tegen lieve mensen. Maar deze gast is dan ook geen lieve gast. Kom op, Rick. Come on! Maak hem lekker natjes! Oké, dit schiet dan. Hier kunt weer een stuk beter nat spuiten in ieder geval. Yes, have us! Je krijgt dus een nieuwe nozzle. Deze. Daarmee kun je een aantal extra geheime gebieden vinden. Zo. Die gebruikt hem eigenlijk vrij weinig, man. Je kan dus telkens maar 2 spuiten tegelijk hebben. Je hebt sowieso altijd de normale spuit, geloof ik. Ja, de normale spuit. En je kan dus je jetpack inwisselen voor andere dingen.
In principe maakt de jetpack deze game ook zoveel makkelijker als je het gaat vergelijken met de Super Mario 64. Daarom is natuurlijk ook bewust een aantal levels waar je de jetpack niet mee mag nemen om toch een beetje die moeilijkheid terug te nemen. Maar er zijn toch wel levels waarvan ik wel denk, ja, die worden wel makkelijker omdat je dus wel die kracht hebt. Hier moet je gewoon een beetje goed op time springen en je moet je stick naar voren ingedrukt houden, anders ga je hier dood. Oh fuck, ik ga sowieso dood. Verdorie. Het enige wat moeilijk is die laatste sprong. Je moet wel gas loslaten, anders dan kom je op het eiland en ren je meteen weer door. Maar je moet ook wel weer gas ingedrukt houden, anders kom je niet ver genoeg. Het is ongeveer het enige leuke wat je kan doen met deze spuit. Die andere spuit hebben we al een keer eerder gebruikt, dat is die raketspuit. Dat zijn de drie spuiten. De hover, zeg maar de jetpack. Dit is de, ja, weet ik veel, speedboat expansion. Ik ben niet eens een boot, maar ik heb wel speed. Dat is iets. Oh, gaat het nog goed? Oh... Yes, got him. Shine! Doo-doo-doo. Lekker dan. Lekker dan. Wat zal ik doen, lieve mensen? Ik denk dat ik nog heel even gauw deze wereld ga clearen. Zeg maar wereld 6. En je moet even kijken. Ik kan ook gewoon even gauw een deel 2 maken. Het ding is puur echt even tijd rennen. Ik had echt even eerder moeten beginnen met deze video. Maar ja, ik ben nu al bijna 3 uur voor jullie deze game aan het opnemen. Als mensen daadwerkelijk nog het leuk vinden om de rest van de game te zien met wat leuke commentaar erbij, dan vind ik het geen probleem om gewoon eventjes gauw... Oh, je moet dit ook nog doen. Oké, doen we dit nog heel even gauw. Dan maak ik even netjes wereld 6 af en dan ga ik even lekker eten. Ik kan gewoon eventjes gauw de game nog afmaken. Zet ik een linkje in de beschrijving voor als je dit later ziet en zo. Niet bij die live stream ben van vanavond. Is daar interesse naar? Of hebben jullie zoiets van, gast, je hebt deze game al zo vaak gespeeld. Je kut 1 april grap. Het zit wel goed zo. Ik zou haast vergeten dat ik deze video dat ik deze game grotendeels speel als 1 april grap. Eigenlijk wilde ik hem al spelen. En de 1 april grap is natuurlijk ook al leuker. Aangezien ik gisteren natuurlijk eigenlijk ook al een soort 1 april video had. Net zoals heel veel bedrijven al een paar dagen eerder uitgeven dat het minder opvalt. Dat is natuurlijk mijn geld doneren aan mijn favoriete streamer video van gisteren. Als je het nog niet gezien hebt, ja shit, het is een grap. Als je mijn andere video nog niet gezien hebt, is ook een grap. Ik heb letterlijk 3 1 april grap video's gemaakt vandaag. Ben je trots op jezelf, Rick? Ja. Ja, best wel eigenlijk. Ik vind het best wel indrukwekkend. Ik vraag me vooral af hoe de Let's Race 4 uur geduurd kon hebben. Ik wist dat Nimbezen gereset werd, zeg maar. Ik deed dus een Let's Race met Nimbezen en wat hij deed, hij sloeg niet op. Hij had iedere keer van de game wil je opstaan. Hij zei telkens nee, want als je opstaat, dan moet je wachten. Du-du-du. Hij dacht dat ik zo goed zou zijn dat we echt gelijk zouden lopen. Dus hij denkt, ik skip opstaan, scheelt secondjes. En toen op een gegeven moment is hij dus game over gegaan. Op een bepaald punt in de game ging hij zo slecht, dat hij al zijn levens op waren. En dan ga je terug naar de laatste keer dat je hebt opgeslagen. Want eigenlijk, ja, nooit gebeurd. En normaal sla je wel op, dus dat is nog nooit gebeurd. Hij kwam gewoon weer bij het startscherm met geen enkele save game. We hadden op dat moment kunnen zeggen, we gaan de hele race opnieuw doen, maar het was toch al veel beter dan ik. We zijn gewoon doorgegaan vanaf dat punt. En omdat ik op het einde zo langzaam was, heeft hij alsnog gewonnen. Ondanks dat hij in level 2 van de 7, zeg maar, de hele game opnieuw moest starten. Geef je wel een hint van inderdaad wie de betere let's player is van ons 2. Je moet dus het eiland strand schoonmaken. Dit was het ene level dat ik nooit kon halen voorheen, dat ik dus nooit de game kon uitspelen. Dit ene level. Het enige wat ik gewoon toen nog niet wist, ik wist nog niet het trucje, dat je dus kan lopen en spuiten tegelijk. Dat doe je door de spuitknop heel zachtjes in te drukken. Anders moet je telkens dit doen. En die zo lopen en dan zo. Je kan voor de rest ook katjes pakken, dat schiet ook wel op. Voor de rest hoef je niet alles te pakken. Het gaat ongeveer om gewoon een groot, echt groot percentage. En als je gewoon overal blauwe randjes laat liggen, zolang het grootste deel nog opgerold. Ieder moment zal ik het nu al gehaald hebben namelijk. Dat moet nog even weg. Zie je al die kleine stukjes daar? Boeit niet. Dit moet even weg. En als dit weg is, dan heb ik hem waarschijnlijk. Toch? Oeh, ik dacht al. Nee, die kleine hoeveelheden zijn prima. Moet je even naar burgemeester Stinksnor. En dan krijg je van hem wat je al die tijd al verdiend hebt. Oh. Shine. Fantastic Mario. Het is helemaal geinig om te vertellen dat we hebben net eens gevochten met dat grote spook in het casino, King Boo. En we hebben eerder al 2 bossfights gehad van P.T. Piranha. Misschien ken je beide karakters nog, die zijn namelijk ook verwerkt in Mario Kart Double Dash. Nou, ik denk dat Mario Sunshine dus eerder was, dat die er ongeveer was met de release van de GameCube. Ik kreeg de GameCube toen die al een tijdje uit was. En toen ben ik echt begonnen met GameCube gamen. Dus ik weet het niet in mijn hoofd. Maar ik neem aan dat ze meteen een cameo maakten. Dus dat is iets van, Mario Kart... Gooi meteen wat sterren van Mario Sunshine erin. Wat van die vijanden, is leuk.
Voor de rest heb je ook nooit meer teruggezien in games, joh. Boeit ook allemaal niet. Het zou leuk zijn als ze in Odyssey opeens een comeback hadden gemaakt. Allemaal oude bossfights. Maar nog even gaan deze doen. Dit is weer een Shadow Mario level. Zoals ik dus al zei, nog één keer terug te komen. De niet-originaliteit. Ieder zevende level is gewoon die gast nat maken met water. Het is niet moeilijk. Het enige wat gebeurt is dat je hem soms kwijtraakt. Dat is super kut. Dat is de enige moeilijkheid. Je moet hem gewoon niet kwijtraken. En je moet weten dat hij dus rennend tegelijkertijd kan spuiten. Dan gaat het 10 keer sneller. Ik heb echt voorheen 20 minuten over dit soort levels gedaan. Makkelijk. Omdat ik gewoon de hele tijd één klein beetje nat kan maken. En dan rent hij weer weg. Het gaat zoveel makkelijker, joh. Kijk. Oh, hier veranderen trouwens in dit speciale deel van het level. Zijn alle boos opeens hem. Om het zo maar lekker verwarrend te maken. Dus dan ben je ook heel erg aan het kijken van, hè, is dat hem nou? Is dat hem nou? Hè, is dat hem nou? Volgens mij heb ik hem nu echt heel goed. Normaal gesproken dan rent hij veel te goed weg. Maar ja, ik doe echt flink veel damage, precies. Ik heb hem gewoon al. En normaal gesproken is het level echt een hel omdat ik hem kwijtraak. En verschrikkelijk. Maar het is eigenlijk best wel prima. Dit is Gucci prima. Misschien moet ik gewoon even het einde opnemen zometeen. En dan gewoon de video renderen. En dan de originele video verwijderen. En gewoon nog een keer online gooien. Maar dit is ook wel leuk zo. Voor dat moet ik even kijken. Het is een beetje laat om het te zeggen. Maar sowieso de reacties zijn vol met. Het is 1 april grap. Ik was er ingetrapt. Of ik was er niet ingetrapt. Alsnog is het in dit geval nog een beetje duidelijk. Ik heb mijn roken video ook bewust even een paar video reacties verwijderd. Van 1 april. Want ik wilde niet dat die top-rated comments waren. Dat je meteen in de comments ziet. Oh, het is grap. Vooral omdat de clue pas veel later in de video zit. Hier, als je nu leest, ah, het is een grap. Dan denk je, oh, wat leuk. De grap is dat hij Fortnite gaat spelen. Dus dan ga je nog soort van mee. Hey, ik wil heel graag bedanken voor het kijken van deze XL gameplay. Met een beetje geluk dus nog in de beschrijving. Wat mooie verhalen van de laatste wereld. Namelijk de vulkaan, de moeilijkste wereld. En dan nog, ja, dat is eigenlijk daarboven. Daar is nog een pijp. Daar moet je in. En dan nog de final boss fight met Bowser, wat echt een kut boss fight is. Niemand die moeilijk is, gewoon een kut boss fight. Dus leuk dat jullie even gekeken hebben naar een van mijn lievelingsgames, Super Mario Sunshine. Kom vanavond langs in de livestream, als je toevallig tijd en zin hebt. Lieve makkers, ik ga er vandoor. Dankjewel voor het kijken. Het was een eer om met jullie te mogen chillen. Even gaan we mijn muiscursor weer vinden. Ja, daar is hij. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Is al de 5e keer dat ik het zeg. Dankjewel voor het kijken. Doei!